Hallo, 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 hallo. Een hele goede avond. Daar ben ik weer. Op deze hele hetere, zweterige, plakkerige dag. Ik zie er ook helemaal warm uit. Al valt het op camera mee. Maar dat is niet. Hoi, hallo. Oh, ik heb nog helemaal mijn chat niet even normaal. Wacht. Yo, ik heb het hier zo vol gebouwd vandaag. Wil je niet weten? Ja, nu kan ik jullie zien. Hi, hallo. Hey, Sharon. Gezellig. Leuk dat jullie er allemaal weer zijn. Dark Princess, hi Marissa, gaat alles goed? Ja hoor, met mij gaat alles goed. Ik heb het alleen een beetje heet. Hoe gaat het met jullie? Volgens mij hetzelfde, denk ik. Ja, super warm. Ja, hè? Maar ik moet zeggen, ik begin nu pas echt een beetje last van te krijgen. Ik had er de hele dag niet zo heel veel last van eigenlijk. Maar nu begint het hier wel een beetje broeierig te worden. Maar ik kwam er dan net achter dat ik mijn sokken en mijn schoenen nog aan had. Dus toen dacht ik, ja, misschien moet ik het even uitdoen. Dus Emily, als je wat ruikt... Hey Maris, ga je nog eens een keertje Among Us spelen? Nou nee, ik denk niet dat dat nog heel snel gebeurt, maar wie weet ooit. Maar ik denk het niet, want bijna niemand speelt het meer. Maar dankjewel voor je superchat. Ik heb het ook warm. Ja, Elisa, ik ook. We hebben het allemaal. Wat zit je haar leuk, Maris. Nou Romy, mijn haar zit vooral warm. Oh, en say hi to Emily. Emily is er ook. Emily zit hier naast mij op de laptop. Gezellig Minecraft ook te spelen. Kijk, wij zijn samen De kattenkoptelefoon chickies. De kitty chickies. Nee, dat klinkt net alsof we Adinda op ons hoofd hebben zitten. Morgen wordt 36 graden. Nee, Nathalie, je maakt een grapje. Nee, toch? Ik zit in het zwembad. Kijk, Brigitte, die doet het slim. Die heeft... Oh, ik heb ook gezwommen, zegt Emma. Lekker. Maris, als je dit leest, ben je gechrist. Nou, waarom lees ik nou net weer dat? Dankjewel, Zoe. Super lief weer. Ik zag Emily nog bij Walibi, zegt een gamergirl. Ah, leuk. Ja, klopt inderdaad, ja. Dankjewel, Ilona. En leuk dat je alweer 8 maanden lid bent. En werkt ze vanavond? Ilona is er vanavond niet bij. Sowieso. Volgens mij alleen Annelien, dacht ik, geloof ik. Hey Sharon, ben er maar eventjes. Veel plezier deze avond. Ah, dankjewel. Jij heel veel plezier ook vanavond. Oh, bij ons wordt het morgen maar 22 graden. Voordeel van boven in het land wonen. Hey, dankjewel Sharella. Ja, daar zijn we weer. Je staat nog steeds in mijn bio. Yeah. Dankjewel voor je superchat. Gezellig dat je er weer bent. Ja, ja, zegt Annelien. Ik ben erbij hoor. Yeah, gezellig. Je haar zit echt goed. Dank je. Weet je wat ik me trouwens nu bedenk? Kijk, wij zitten hier beneden hè, in de garage. Maar het is hier best warm. We zitten hier nu met z'n drietjes op een rijtje. En we hebben de achterdeur openstaan. Maar volgens mij zitten mijn achterburen in de achtertuin. Dus, deze is even voor mijn achterburen. Hoi achterburen. Want die kunnen waarschijnlijk nu de hele stream gewoon live meeluisteren. Beetje gênant. Dankjewel, Luca. Bij mij wordt het morgen 34. Jeetje. Nou, dan wonen jullie waarschijnlijk beneden in Nederland, denk ik. Wij wonen helemaal boven in het noorden. En daar is het altijd al wel wat minder warm. En wij wonen ook dicht bij het IJsselmeer. Ja. Die kunnen lekker meegenieten. Nou, inderdaad. Ik weet niet hoe mijn buren erover denken. Ik vraag me af, trouwens. Hè, want hier, kijk, hiernaast wonen mijn buren. Misschien horen ze eigenlijk elke stream altijd al. Want ik ben ook niet de meest stille persoon ooit. Ik begin wel stiller te praten nu. Maar dat duurt niet lang hoor. Maar ik ben me er nu van bewust dat er in één keer mensen mee zitten te luisteren. Behalve jullie, die hier allemaal zijn, zeg maar. Ja. Nou, in ieder geval allemaal heel heet. Nou, jongens, pak allemaal lekker wat verkoelends te drinken. Lekker een ijsje als je dat hebt. We gaan vanavond weer lekker Minecraft spelen. En Emily die doet ook mee. Die zit hier voor de mensen die willen weten waar Mila uithangt. Mila heeft lekker een feestje, dus die is er vandaag niet. En Rick die zit hier verderop. Die komt ook Minecraft spelen. Adinda die is ook live Kitta. En die gaat ook mee Minecraft spelen. We zitten uiteraard op de Kitta Chick server. En we hebben nog iemand op de server. Jerry. Dat is iemand die ik al heel lang ken van het internet. En die is ook gezellig aan het meebouwen. Dus het wordt steeds gezelliger bij ons. We hebben inmiddels ook al best wel veel gebouwd. We zijn inmiddels begonnen aan Fantasyland. Dus ik zal het zo meteen allemaal laten zien. En we beginnen nu ook iets handiger te worden in het bouwen. Ja, ik speel nu 2 weken in plaats van 1 week. Dus het gaat beter, maar we hebben echt zoveel gemaakt. Ik ben nu pas aan het eten. Nou, lekker, wij eten ook nooit zo heel vroeg hoor, dus ik snap je wel. Ik heb deze hele week hierop gewacht. Ah, dat is lief, Carmen. Dankjewel. Maris, ben je verslaafd? Nou, op dit moment speel ik dit wel het meest. Emily, ben ik verslaafd aan Minecraft? Ja, zegt Emily. Oké, ja, misschien een beetje. Maar dat heb ik wel altijd. Als ik een nieuw spel heb gevonden wat ik leuk vind om te spelen, dan... zit ik daar sowieso altijd helemaal in. En dan
speel ik het vetspeel. Totdat ik er klaar mee ben. En dan spelen we weer wat anders vetspeel. En we zijn nu lekker bezig. Het is nu ook gewoon gezellig. Lekker met z'n allen. Klein beetje verslaafd, maar ja, klein beetje verliefd. Klein beetje verslaafd. Hey Marissa, ik heb er zin in. Gezellig, Antje. En Danielle die zit op de wc te kijken. Nou, Danielle, fijn. Dankjewel voor deze informatie. Dat hebben we allemaal willen weten. Marissa, ik hou echt niet van Minecraft. Marissa nu. Oké, ik ben verslaafd. Dan zie je maar dat je dingen gewoon soms moet proberen. Ja? Wijze les. Leer van mij. Nou, dat is wel, hè. Ik heb nu allemaal van die mensen die ook... Ja, ik ben trouwens een beetje donker in mijn ogen. Mijn microfoon zit vandaag heel hoog. Maar... Ik wist even niet zo goed waar ik op pijp moest. Ik heb namelijk allemaal van die mensen in mijn omgeving die net zo zijn als ik. En Rick die heeft een vriend. En die is ook echt zo dat als je met iets nieuws aan komt zetten... en hij heeft al bedacht dat hij dat niet leuk gaat vinden, dat het al standaard is. Nee, ga ik niet spelen, nee. En dus nu kon ik wel vertellen, ja, maar dat zei ik ook 8 jaar lang. En 8 jaar lang zeg ik al, nee, ik vind dat ook niet leuk. En dan ben ik het toch gaan spelen en het is eigenlijk wel heel erg leuk. Dat dat zelfs hij zei... Oké, nou misschien dan. Dat is, misschien wil ik er wel naar kijken dan. Dus ja, zo zie je maar inderdaad. Soms weet je niet alles. Soms kan je iets leuk lijken of niet leuk lijken totdat je dat gaat doen. En dan vind je het misschien toch wel leuk. Hè? Maar ik moet wel zeggen, wij gebruiken natuurlijk best wel mooie textures eroverheen. Daardoor vind ik het wel leuker, omdat het er nu ook echt heel mooi uitziet. En we gebruiken ook heel veel extra spulletjes en zo. Marissa de Bouwer. Nou en... Oh. Wat is je echte naam? Mariska. Is mijn echte naam, Richard. Maar je mag me ook Crea-chick noemen, hoor. Maar geen Crea. Nee, ik heet niet Richard. Hij heet Richard. Nee, hij heet Richard. Ja. Maris, waar is je t-shirt van? Deze is van Lovies. Dit. Ik heb niet... Even, jullie vroegen wat ik aan had. Nou, niks spannends, hoor. Ik heb een kort broekje aan. Kijk. Oeh. En een t-shirt. Nou, dat is het. En voor de rest hieronder is het gewoon been. Niks spannends. Hoi, Crea. Jullie zijn ook altijd hetzelfde. Hoi, Richard. Nou. Richard. Nee, niet Richard. Oh, wat zijn jullie erg. Oh, ja, hij zat net... Kijk, als ik hem hier doe, dan heb ik een beetje zo'n donkere schaduw. Maar is oké, is oké. Ik heb hem even wat anders ingesteld, want Emily die zit vandaag naast me op de laptop. En dan zat ze niet zo lekker, want dan had ze zo'n hele stank zo voor de laptop staan. Dus vandaar dat ik hem even een stukje heb opgeschoven. De disco-bibliotheek. Ja, Tiffany, hij is nog steeds zo. En ze heeft er... Zal ik muziek aanzetten? De disco-bibliotheek, wat? Oh, nee. Ga maar gewoon lekker bouwen. Emily is ook lekker aan het bouwen. Crea Richard. Nou, jullie hebben weer prachtige namen voor me bedacht. Ik heb ook het idee dat ik hier iets zelf aan bijdraag aan deze... We gaan snel beginnen met de game. Als je lekker wil meekletsen in de chat, abonneer dan eventjes op dit kanaal. Dan kan je gewoon lekker gratis meekletsen. Je spaart dan ook automatisch mee voor Crea Credits. Daar kan je mee in de top 10 komen of in de top 150. Als je eventjes vraagt in de chat, dan wil Annaline vast vertellen waar jullie die top 150 kunnen vinden. Sowieso kan je ook lid worden van de Crea Chick. Ah, Adinda, die zit in mijn oor te kletsen, want die is er inmiddels al. Die is al aan het spelen. Wat ik nog wilde zeggen is, je kan ook lid worden van de Crea Chick Crew. Kost €2,99 per maand en daarmee steun je het gamekanaal. Maar dan krijg je ook toffe, coole emotes, een kleurtje in de chat. Je krijgt 1 keer per maand een gratis berichtje die je hier in beeld kan laten verschijnen. Dus dat. Maar, nu gaan we beginnen. We gaan naar de Minecraft wereld. Ik zal jullie eerst even laten zien wat ik tot dusver heb gemaakt. Heb je er zin in? Neem heel veel slokje water nog. En dan gaan we beginnen. Druk op start, zegt Lotte. Ja, ik ga beginnen. Ja, Melissa zegt, die is al een rondleiding aan het doen. Oké, ik ga jullie meenemen naar de game, kom. Gekregen, zeg maar, van Rick. Zo. Ik hoor Ardinda al op de achtergrond kletsen. Maar ik ben nog gemute. Hallo? Ik heb geen idee waar ze is. Hallo? Ergens. Ze is ergens. Nou, hier waren we vorige keer gebleven. Hier zijn we bij het prachtige bakkerijtje die we toen helemaal hebben gebouwd. We hebben het toen ook helemaal ingericht. Dat kan je allemaal zien in de vorige stream. Hij is leuk geworden, hè? Nadinda had hier toen zo'n terrasje bij gemaakt. Die zit hier ook nog steeds. Ook echt heel erg gezellig. Maar we hebben inmiddels best wel wat bijgebouwd. En ik ben er ook heel trots op. Ik heb namelijk hier aan de overkant een vuurtoren gemaakt. Dat heb ik zelf bedacht. Als in, ik heb wel foto's bekeken, maar ik heb geen tutorial gevolgd. Dus dat was mijn eerste keer dat ik helemaal iets heb gebouwd. Gewoon uit mezelf en zelf een paletje heb samengesteld. En ik vind hem echt heel leuk. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden.
Ik ben er de vorige keer niet bij geweest. Nou, liever, dan moet je die maar even terugkijken. Dan gingen we dat bakkerijtje bouwen die we net hebben gezien. Kan je die allemaal zien. En nou, deze heb ik dus daarna helemaal gemaakt. Met een klein huisje daar. En ik heb hem ook ingericht. Dus ik kan hem ook nog even van binnen laten zien. Kijk. Oh, er is al iemand binnen geweest. Want de deur staat open. Check dit uitzicht. Kijk nou hoe leuk. Ja, zo gezellig, hè? Het is natuurlijk heel smal. Want er zit een heel klein huisje aan. Dus ik heb hier gewoon een keukentje gemaakt. Maar je kan hier ook nog naar binnen. Dan zit je onder in de vuurtoren. En daar hebben ze echt gewoon een vet luxe. Mooi huis, zeg maar. Nou, dan heb ik daarna allemaal trappen. Heb ik hier zo naar boven gebouwd. Die zijn niet al te mooi. De bovenste verdiepingen staat verder ook niks meer. Er komen bloemetjes door de muur heen. Sst, dat hebben jullie niet gezien. En voor de rest is het alleen maar trap, trap, trap. Totdat je helemaal boven bent, zeg maar. Je kan hier en daar dus naar buiten. Om even te kijken naar het water. Nou, dan kan je dus met al die trappen naar boven. Nou, ik bespaar het jullie, want dan ben je helemaal misselijk. Maar ik ga hem zo meteen wel op nacht zetten. Want hij is 's nachts echt vet tof. Maar... ik ga hem niet nu zomaar op het nacht smijten zonder iedereen aan te kondigen. Want dan wordt het bij iedereen in één keer echt super donker. Nou, ik heb nog een heel klein vissershuisje daarnaast gebouwd. Die zit hier zo. We wilden wat meer op de haven hebben. Vind ik ook echt heel schattig geworden. Is ook ingericht trouwens. Heb ik ook zelf bedacht. Dus was ik ook heel trots op. Heel mooi ingericht. Ah, oh, dankjewel. Wacht maar totdat je mijn huis ziet. Ik ben verhuisd. Ik wilde niet meer zo dicht op Adinda wonen. Ik ben verhuisd. Hey, ik heb lekker 25 graden nog hier. Nou, lekker Jill, dankjewel voor je superchat. Nou, dit huisje van binnen is dus een vissershuisje, dus het is hier ook heel klein. Echt zo'n huisje waar hij in zijn eentje woont. Kijk, hij heeft ook een visje. En ik heb meerdere bootjes en dat soort dingen allemaal aan de muur gehangen. En een heel klein bovenverdiepingje. met één bedje. Daar woont de visserman, ja. Ja, maar er is nog geen bed. Nee, in de vuurtoren nog niet. Dat moet ik nog maken. Kijk, en dan kan je hier zo naar buiten. En dan is dit dus de vissershaven. Maar ik heb nog veel meer te laten zien hoor. Dus ik ga niet overal te lang bij stilstaan. Emily die is hier aan de zijkant bezig geweest. Die heeft hier een cafeetje gebouwd. Die is echt heel erg gezellig geworden. Dus als je lekker daar naar de vuurtoren bent geweest, naar het uitje, dan kan je daarna even lekker hier bij het cafeetje zitten. Ik ben vooral bezig geweest met de afwerking en de aankleding eigenlijk. Dus dat hier overal gewoon... gezelliger uitziet. Ik wil even kijken of dit bij jullie goed trekt. Maar volgens mij gaat het goed. Mijn computer heeft het nog niet heel erg heet. Is Rick zijn huis af? Jazeker. Ja, geduld. Ik ga alles laten zien. De barn is inmiddels ook af. Emily was vorige week bezig met het bouwen van een dierenboerderij. Nou, die heeft ze half afgekregen tot eigenlijk aan het einde van die stream. En daarna was ze verder gaan aan het café, hè? En toen heb ik hem afgemaakt. Dit is trouwens nog Rick zijn huisje. Zijn waterhuisje. Die heeft Adinda vorige keer nog helemaal ingericht. Dus het is nu eigenlijk een haventje geworden waar je gewoon aankomt eigenlijk. Niet mega veel meer dan dat. Dus we moesten even wat leuke aankleding. Dus ze hebben vooral heel veel kisten erin gezet en dat soort dingen. Nou, als je dan hier langs de schapen loopt, dan kom je dus uit bij de barn. Ja, ik vind hem leuk geworden, Emily. Al gewoon jouw hele beginwerk was echt al heel leuk om mee te werken. Dus ik heb hem eigenlijk alleen maar afgemaakt. Alle credits hiervoor gaan naar Emily. Ik heb alleen maar het dak nog even gefixt, want daar kwam ze niet helemaal lekker uit. En van binnen ingericht, dat is het. Dit is onze kinderboerderij. De geit staat vast, want de geit is echt een schurk, want die loopt er de hele tijd vandoor. Dus die hebben we vastgezet. Ja. Zelfs aan deze kant vond hij het nodig om alsnog daar aan de andere kant van het hek te springen. En dan zat hij weer klem. Dus we hebben hem hier vastgezet, vet zielig, maar moet hij maar niet de hele tijd weglopen. Waarom zit jij daar nou weer in? Daar moet je niet in. Dat is niet handig. Nou, hier zit Bertha de kip en weet ik veel wie allemaal. Die wonen hier. Voor iedereen die vraagt welke shaders en mods we gebruiken, dat staat in de omschrijving van de video. Dus daar kan je dat allemaal vinden. Nou, binnen hebben we allemaal verschillende diertjes, varkentjes, kippetjes, konijntjes. Maar we hebben ook een ezeltje. Kijk, die zit hier zo. En ik heb hierboven nog een hele kleine hooizolder erbij gemaakt, waar dat soort dingen dus allemaal opgeborgen staan. Dus, de kinderboerderij. Gezellig, hè? Ik zal zo meteen aan Dinda even zoeken, hoor. Ik weet niet, want zij is ook even een rondleiding aan het geven, denk ik. Want zij heeft ook nog een aantal dingen gebouwd. Nou, de manege, daar was Mila vorige keer nog mee bezig. Die hebben we ook afgemaakt. Dus hier hebben we nu alle paarden. We hebben achterin de renbak staan. We hebben hier gezellig een waterbak, want dat vond Mila er leuk bij. En we hebben aan de binnenkant ook plekken waar je de paarden kunt poetsen. Lokkers ervoor, waar ze alle spulletjes kunnen bewaren. Heel veel hooi, uiteraard. En alle paarden, netjes in de stallen. En hier. Dat is Beauty, toch? Ja, dat is Beauty. Dat is Emily de paard. Die staat hier.
Ja, dat is zo leuk. Oh, dankjewel. Zo lief. Zijn de schapen niet meer regenbogen? Nee, ik heb ze allemaal weer gewoon in een normale kleur gemaakt. Ja, saai hè? Maar ik wilde geen regenboogschapen meer. Oké, nou dat dus. Dat hebben we hier zo zitten. Maar is een rembek. Ja, ik bedoelde een rembak, sorry. En voor de andere mensen die het een rijbak noemen, een rijbak. Even kijken. Nou, hier is nog steeds Adinda de rolschaats disco. Die hebben we nog een klein beetje opgeleukt met een leuk pleintje erbij. Maar verder is hij binnen nog hetzelfde. Die heeft hij in de vorige stream gebouwd. We hebben nog wel wat lichtjes toegevoegd trouwens. Want hij was in de avond wat donker. Maar ik ga jullie eerst even mijn huis laten zien. Nou, even helemaal naar de andere kant. Ik ben verhuisd. Ik woonde eerst hier. Maar daardoor woonde ik in één keer heel erg dicht op mijn achterbuurvrouw die hier de huis had gebouwd. Dus ik ben verderop een huis gaan bouwen. Deze kant op. Kijk. Hier zo, bij de molen. Hier helemaal naar achter. Ik denk, ik ga helemaal erachter wonen. Dan kan niemand vet dicht tegen mijn huis aanwonen. En ik heb een eigen boerderij. Ik ben helemaal blij. Dus ik ben helemaal een eigen farming begonnen met bloemen. Ik heb mijn eigen koeienveld. Hier zo. Helemaal gebouwd met stallen erbij. Maar ik heb echt een heel schattig huisje. Ik weet eigenlijk niet waar ik moet beginnen. Ik heb zoveel leuks om te laten zien. Ik heb een kippenhok gebouwd. Met mijn kippies hier zo. Oh, ze is zo lief. En dit is mijn huis. En dit is ook mijn eigen ontwerp. Daar ben ik ook echt heel, heel erg blij mee. Daar ben ik een tijdje mee bezig geweest. Maar jongens, aanschouw mijn luxe boerderijen villa. Wat mijn eigen ontwerp is. Zijn jullie trots op mij? Ik ben trots op mezelf. Ik ben heel trots op mezelf. Ik ga jullie ook binnen laten zien, want hij is echt heel leuk, vind ik. Welkom in mijn huis. Dit heb ik trouwens van Adinda geleend, dit idee. Want dat had zij in de bibliotheek gedaan, dat vond ik heel leuk. Dus dan dacht ik, dat wil ik ook. Dus we hebben gewoon van die lampen aan, van die kettingen gehangen. Ja, tof hè? Ja, sick! Ah, oh, thanks Melissa. Ik ben er ook heel trots op. Ik heb hier mijn keukentje. Oh, ik heb nog niet gezien met die kippetjes daarbuiten. Emily, kijk. Als ik nu vanuit mijn keuken zo naar buiten kijk, zie ik mijn kippies. Ze gaan ook echt dat hok in, hè? Ja, leuk, hè? Nou, hier dus. Kijk, mijn pui, jongens. Ik heb echt luxe, hoor. Kijk, hop. Kan je lekker zo naar buiten. Met mijn veranda. Uitzicht. Niet meer op een huis, maar op een luxe berg. Adinda begon al dat ze hier van alles weer in de achtertuin wilde bouwen. Maar voor nu heb ik nog gewoon... Nou ja, het is ook niet een mooie berg. Uitzicht op een lelijke berg. Maar het wordt ooit een mooie berg. Piet en Eppo. Ja, die staan op de manege. Ja, haar is het leuk vandaag. Ah, oh, dankjewel. Nou, je kan ook aan deze kant weer naar binnen. Hier heb ik gewoon lekker een landelijke eettafel. En een plekje zo bij de haard. Zo knus, hè? Gezellig, toch? Je zou maar zo'n huis hebben. Oh, zou ik helemaal gelukkig worden. Hoe gaat het met Japanse gedeelte? Dat zal ik ook zo meteen laten zien. Ik heb een serre aan mijn huis gebouwd. Dus dit is mijn eigen kast. Maar ik moet wel even dit dicht, want ik heb bijtjes. Ah, ze zitten allemaal in die hokjes, denk ik. Maar voordat ze zomaar wegvliegen. Dan kun je ook nog even zitten. En nog even gewoon naar buiten kijken. Echt heel leuk. Nou, dan kan je ook nog naar boven. Dicht, deze dicht. Ik wil geen ontsnapte bijen. Ga hier, heb ik een trap naar boven toe gemaakt. Oei. Waar ik mijn eigen bureautje heb. Ik kan zo nog naar de woonkamer kijken. Ik kan hier lekker zitten. Hier, maar... Ik heb hier ook een dakterras. Dus daar heb ik een hele buitenkeuken gebouwd voor Rick. Okay, dan kan hij lekker zijn vlees bakken. En weet ik veel wat hij hier allemaal kan doen. Maak een mini waterval in je tuin. Oh Nina, wat een leuk idee. Dat is een heel leuk idee. Ga ik niet nu doen hoor. Want ik ga jullie zo meteen laten zien waar ik nu bezig ben. We hebben namelijk dit gedeelte heel eventjes nu zo. En dan gaan we ooit alweer verder. We zijn nu in het fantasy gedeelte bezig. Dus dat ga ik zo meteen laten zien. Maar ik wilde eerst even laten zien wat ik heb gemaakt. Nou, hier dus een zitplekje. Met uitzicht op een prachtig berg. En dan heb ik hierboven nog mijn slaapkamer. Nou, deze raampjes heeft trouwens Rick ook nog erbij. Dat is ook een soort van... is ook een mot, toch? Die ramen, die dakramen. Ja, dat is gewoon een mot. Dus we hebben nu over die Velux dakramen. Daarmee heb ik ook die hele serre gebouwd. Ik ben er weer hoor. Gezellig, Merle. Zo leuk, je bent echt gegroeid qua bouwen. Oh, dankjewel. Nou, dat betekent dus dat ik iets te veel heb gespeeld. Nou, en hier dus, uitzicht naar buiten toe. Ik kan even naar beneden gaan. Enige punt dat ik altijd heel moeilijk vind. Ik weet nooit. Hoe kom ik eruit? Laat me eruit. Laat me eruit. Ik snap nooit, hoe kom ik hier toch naar beneden? Weet jij dat, Emily? Hoe kom je normaal? Ah, gelukkig. Oké,
Het is niet de meest functionele zolder, maar ik ben eruit. Ik heb al langer Minecraft, maar dat van jou is veel mooier. Ah, nou, dat komt ook echt door de texture packs en door alle spulletjes die wij installeren. Dat maakt het inderdaad ook echt heel veel leuker van. Maar ja, kijk nou hoe gezellig. Hoe leuk. Ik zou echt wel zo willen wonen. Kijk, hier nog een tuinzetje. Ik heb een schommel hier aan de boom hangen. Kan je lekker schommelen. Ik heb ook een klimrek daar trouwens. Weet je wat dat? Dat ik voor jullie op neergezet. Een klimrek en een schommel. En heb ik hier een heel schattig klein tuintje met een schuttingje. Heb je ook nog niet gezien volgens mij? Nee. Met allemaal bloemetjes. En dan ga je dus zo achterom naar mijn kat. Nou, dat is dus mijn hele huis. Ik heb echt een mega groot stuk erf opgeëist. Dit echt helemaal is mijn tuin. Krijgen jullie ook een beetje Friede Koe, Friede Kip, Sims vibes hiervan? Die molenschaap, ja leuk hè, die heb ik niet gemaakt. Die heeft Rick gemaakt. Maar die is ook zeker heel gaaf. Die heb ik in de vorige stream wel laten zien. Hier was trouwens Rick zijn huis. Rick die heeft hem afgemaakt. Nog niet ingericht, maar hij heeft er iets in gemaakt, jongens. Wil je het zelf laten zien? Oh, Rick is even big brain en dingen aan het doen. Ik zal zo meteen even de rest op gaan zoeken. Dit is Rick's huis geworden. Echt mega groot. Hij heeft hier natuurlijk dat waterrad gebouwd vorige keer dat zo rondrijdt. Nou, die kan je hier nog zien. Die is nog steeds lekker aan het draaien. Hij heeft het nog niet ingericht, want Rick vindt de inrichting niet zo heel erg leuk. Dus dan zei hij, dat moeten jullie maar een keertje doen. Misschien dat jij dat leuk vindt. Mag papa het huis wel een keer inrichten als je het leuk vindt. Maar, let op wat hij heeft gemaakt. Rick wil natuurlijk weer niet gewoon deuren. Rick heeft dit gemaakt. En ik heb gewoon een schuifbuishuis gebouwd. Toch echt bizar. Ik ga wat chipjes pakken. Oh, lekker, doe dat maar. Is Kitta er nu ook? Jazeker. Ik weet alleen nog niet waar ze is. Ik zal ze zo gaan zoeken. Ah, leuk. Nou, ik kom er ook zo aan. Ik ben nog eerst even alles aan het laten zien. Hier is Mila nog een huis aan het bouwen, maar die speelt de laatste tijd even wat minder. Hier was Mila vorige keer bezig in het Japanse gedeelte. Zij had toen dit kleine bruggetje gebouwd. Nou, daar is Rick vooral heel veel verder gegaan. Mila heeft hier nog een kikkerfontein bijgebouwd. Superleuk. Speelde ze er nog heel graag bij. En toen is Rick eigenlijk het vooral een beetje over gaan nemen. Want Mila die speelt het even weer wat minder veel. Rick, wie lijkt normale deuren? Saai! Ik ben speciaal. Ik heb speciale deuren nodig. Nou, Nina, precies zo. Ja. Dat is elke keer als er ook maar iets is, dan komt Rick weer. Weet je wat leuk is erin? Een lift. Cool hoor. Ah, dankjewel. Ja, leuk hè. Nou, dit heeft Rick dus allemaal gebouwd. Rick heeft hier een Japans huisje gemaakt. Volgens mij zijn ze van binnen nog niet helemaal ingericht, maar wel echt heel erg leuk. En hij heeft hier een hele trap naar boven gemaakt. Echt een mega trap. Gaat helemaal hier zo langs. En dan heeft hij hier een pagode gebouwd. Met pandaatjes die hier ook wonen. Daar wil hij dus nog een lift in maken, maar heeft hij ook nog niet aan de binnenkant gedaan. Hier heeft hij allemaal bruggetjes gemaakt. Echt zo gezellig hier. En water met lampionnetjes erop. Dit huis heeft hij net vandaag afgemaakt. Ja, cool hè? Ja, had je nog niet gezien hè, dit huis? Die heeft hij van binnen wel een klein beetje ingericht. Ja, papa heeft helemaal zijn bouwstijl gevonden hoor. Ja, leuk is dit hè? Ja, het zijn toch papa's Aziatische roots die nu naar boven komen. Ja, heel erg leuk is dit huis. Echt heel tof. De heilige kikker. Die? Nee, dit is gewoon een sauna iets of zo, denk ik. Ja, echt heel leuk. Ja, echt leuk. Iedereen vindt het leuk. Ja, ik vind het ook leuk. Hop, deur dicht. Nou, Rick heeft vooral heel veel terraforming gedaan. Dus hij is heel erg bezig geweest met het bouwen van watervallen. Kijk maar, vind ik ook echt heel mooi gelukt. Hij heeft hier helemaal een waterval. Oh, Friede Koe. Die zit voortaan in het water. Hij heeft hier een hele waterval gemaakt. Sorry, Koe. Je zwemt maar. Ja, volg mij maar. Kom maar. Waarom, wat doe jij ook helemaal hier? Zit de heilige koe of zo? Kom eens weg. Hup. Nou, oké, die koe die redt zichzelf. Hier nog meer waterval. Kijk, en hier heeft hij ook nog een... Dit heeft Mila weer gemaakt. Zie, Mila is van de kikkers. Dus die heeft hier een geheime grot met ook nog de kikker. Dus ze zegt dat als je hier komt, dat je 3 kikkers moet zoeken. Die zijn hier verstopt. Er zit hier ook varkens. Ja. Water. Door. Yo. Hey, hallo. Door. Oh, ik ben net klaar. Hallo. Hallo, sorry. Volgens ik stond nog op mute. Hallo! Yo! Bye. Hello! Hallo, stream, Pakita! Hey! Woehoe! Yeah, 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 gezellig. Ik was net klaar. Oh. Ik kon jou niet vinden. Nou, ik heb ook zelf een beetje toegegeven. Dus, Nou, goed genoeg. Ze doen het ermee. Het is oké. Ja, ik was net hier. Ik zat, kijk, er zitten allemaal dieren in het water. Er zit hier een heel zielig varken, kijk maar. Die zit daar van, help, een koe hier red mee. Ja, precies. En hier ook, red mee.
De heilige koe die kan zichzelf wel redden. Ja, wel ja, dat denk ik ook. Ik heb hem de heilige koe genoemd in het water daar zo. Maar dat gedeelte hebben wij dus helemaal erbij gebouwd. Ik heb alleen het fantasy gedeelte in onze tunnel nog niet laten zien. Jij wel? Oh, ja, ik wel. Oh ja, nee. Piraten dingen. Nee, heb je die gezien? Ja. Oh, ik wilde dat je laten zien. Jij niet dan? Nee, ik ben alleen nog maar hier geweest. Ik ben nooit... Oké, dan gaan we gewoon verder. Quickie tour. Ja. Oké, yes. Iedereen wilde zien wat het Japanse gedeelte was geworden. En de molen heb ik van binnen laten zien. Maar jij waarschijnlijk gewoon even snel. Ja, ik ben niet in de molen geweest. Nee, precies. Nou, Rick zegt, nou, doe eens lief. Nou, dat was niet onaardig bedoeld. Maar oké, verder rest. Hier, we hebben nog jouw beep. Die heb ik nog niet laten zien. Oh, die heb ik wel laten zien. Dan ga ik in de molen. Oké, dan ga ik naar je beep. Oké, ga ik nog snel voor Adinda de Biep. Die heeft ze hier achter gebouwd. Emily heeft nog een klein huisje gebouwd. Even kijken. Je wordt hier wel vol. Oh, wow. Adinda is verder gegaan met haar school. Dat heb ik helemaal nog niet eens gezien. Kijk dan. Nou, Adinda heeft hier een biep gemaakt. Kijk, en dit keer wel echt een biep. Geen rolschaats disco biep. Dit keer is het echt een biep met echte boeken en zo. En een opgehangen paard. Ja, er hangt hier een opgehangen paard gewoon midden in de biep van Adinda. Ik weet het ook niet. Nou, ze heeft hier in ieder geval echt wel de best gedaan. En hier heb ik dus haar idee vandaan met die hanglampen. Want dat vond ik zo leuk. Dat vond ik zo gezellig. In de avond voelt deze bibliotheek echt heel Hogwarts-achtig. Harry Potter-achtig. Dat is echt zo gezellig. Ik ga hem straks echt op avond zetten. Dat heb ik jullie vorige keer helemaal niet laten zien. Maar het is zo leuk in de avond. Nou, dat huisje heeft Emily er nog bij gemaakt. Is ook heel erg schattig. En Adinda, oh, de school is nog leeg. Oh, nee. Oh, wat leuk. Ik heb dit echt serieus nog helemaal niet gezien. Kijk nou, hoe schattig. We wilden er een soort een beetje agrarisch schooltje van maken. Kijk. Hallo, hallo. Hoi. Had jij dit al gezien? Nee. Nee, ik dus ook niet. Piep, piep, piep. Hé, hey, Adinda. Is dit is leuk. Wanneer heb je dit zitten maken? Dit heb ik helemaal nog niet gezien. Oh, ik heb het echt in een random nacht zitten maken. Maar is dat die nacht? Ik was bezig met de speeltuin. En toen dacht ik, shit. Het wordt wel laat. Wanneer ik ga slapen. Het is net niet af. Oh, ah, nou, dit is wel echt heel gezellig dit zo. Dit is leuk toch? Ja, dit is echt heel leuk. En die wasbakjes zo, echt heel erg gezellig. Dit is het science gedeelte. Dus zoals scheikunde, natuurkunde, biologie allemaal. Oh, ik zei al, ja. Lijkt wel zo'n natuurschooltje. Love it. Ja, ja, ja. En die andere is de theorie gedeelte, dus dat is saai. Theorie. Het zijn allemaal boeken. School. Ja, ja. Ik ben de... Boeken. Saai. Ik ben juffrouw. Oh. Oh. Wacht. Open je boek op pagina 311. Ja. Ik heb geen boek. Openen. Niet ronddraaien. Ik weet niet hoe dat moet. Het is geen spinner. Ik heb... Oeh. Oh. Oeh. Niet je boek slopen. Laat maar. Ik heb iets niet goed gedaan. Een boek... Nee, maar ik weet hoe dat gaat als ik... Voor jullie. Oh, nee. Ik weet hoe het gaat als ik dat boek weer open. Dan wordt iedereen in mijn stream gerickrolled door jou. Oh nee, dat is niet waar. Niet deze. Oh, dat is alleen in je dagboek. Ik heb Adinda de dagboek. Ik mocht hem lezen. Ik dacht, yes. Brievenbus, dus dat... Ik mag Adinda de dagboek lezen. Wat is dit lezen. Voor creepy zolder? Er stond er op die bladzijde. Oh ja, daar heb ik ook niks about. Up. Never gonna let you down. Ja, toen werd ik gerickrolled in haar dagboek. Okay. Nee, wacht. Ja. Ik heb een idee. Ik kan ook nog. Theorie? Saai. Boeken? Even saai. Kijken hoor. Oeh. Kijk, hier. Oh. Moet nog wat gebouwd worden. Nee. Ja, hier zitten de vervelende kinderen. Ja, die worden hier opgesloten. Oh. Wat is dit lastig te bouwen, joh, deze rommel. Ja, dat is alleen maar voor professionals. Rick Rolls in 2022. Ja, maar echt. School, saai. Kijk. Ja, maar toch, schooltjes bouwen is wel leuk. Dit is niet makkelijk, hè? Oh my god. Ja, ik zie ook de pixels niet zo goed. Hey, maar we moeten even het allertofste van dit hele eiland laten zien, nou, joh, geef Adinda. Niet, joh. We moeten even hier de kooien afmaken. Ja, ik zal heel kort vertellen over de tunnel. Wij waren... Wanneer was het? Dinsdagavond of zo? Toen begonnen wij om... 12 uur met Minecraft, s'nachts hè, 12 uur s'avonds met Minecraft spelen. Toen hebben we eerst midden in de kletsen, toen was het 1 uur. Toen zei ik, oh, ik wilde hier een tunnel maken.
Toen zijn we tot 2:30 s'nachts zijn we Minecraft aan het spelen. Ik moest gewoon 7:00 op de volgende dag. Ik was echt wel moe. Ja. We zaten eigenlijk gewoon te kletsen op de server. Ja. En volgens mij had jij de ingang een beetje versierd. En ja, toen begonnen we gewoon de rest te versieren. Hebben we dus en toen die hele attractie, dat ding. Ja, echt maar serieus. Wij zeiden toen al van als we dit waarschijnlijk morgen terugzien, dan denken we... Ja, maar s'nachts vonden we het tof. Maar ik vind het nog steeds leuk. Ik vind het nog steeds leuk. Ik vind het ook nog steeds cool. Want wij hebben nou... Kom, we gaan het laten zien. Dan bouw jij maar hier het gevang. Oh nee, dit is weer zo. Ik heb het al. Oh nee, de leerlingen. Kom, wat hebben we met ze gedaan? Oh, ga goed. Oh, sorry. Ze zaten er iets te lang. Ja, misschien moeten we ook water neerzetten. Oh, wat is dit voor een school, jongens? Dit kan toch niet? En Rick, een vraag van mijn volgers. Hoe gaat het met de stoomtrein? Ik heb andere dingen te doen. Oh, andere dingen te doen. Geen stoomtrein. Prioriteiten. Ik kan niet naar beneden. Nee, dat probleem heb ik ook altijd. Maar Adinda zegt altijd, je moet het gewoon laten gaan. Ja, dat is zo. Oh, dat werkt. Yeah. Okay. Ja, dat is echt zo. Let it go! Kijk, dat is het. Dat wordt het. Laat het toetsenbord gaan vooral. Hebben jullie de stomme directeurs... Ja, dit is wel stom. ...office gezien? Wat is dit? Een computer. Een computer. Het is een muis. Wat creatief. En dan moet er nog... Je kan er ook op klikken. Moet nog wel iets leuks op het schilderijtje. Wacht. Ja, ik dacht, ze hebben altijd één zo'n familiefoto. Bloemen. In hun... Dat kan ook. Je zei wat? Over de bloemen? echt heel, heel erg leuk. Heel gezellig. Hebben jullie het zandkasteel gezien? Zandkasteel? Ja, ik heb, zeg maar... Ik was begonnen aan we hebben de schoolplein. Speeltuin. Oh. Schoolplein. Kom eens kijken. Alleen heb ik alleen een zandbak. Kan je het zien? Heb jij de school al bekeken? Kijk, we hebben een zandbak. Dit is echt heel leuk. Nog schommels maken. Op het schoolplein. Ja. Dat is ook echt Eén moment leuk. Hoor. Ja. Nee. Ga nou op met dit vervelende, lelijke, tralische jakkers. Weg ermee nu. Oké, sorry. Heel leuk. Ik had het echt nog helemaal niet gezien. Echt heel leuk. Schoolzaak, kamp leuk. Ik heb een idee. Wacht, mee kijk. Eens. Oh, Rick gaat spelen in de zandbak. Oké. Okay. Nee! Adinda, er is iets mis op jouw school. In die tijd dat je in de zandbak ging graven naar fossielen, dat zijn... Ja, dat was het. Die tijden. En toen vond hij die kinderen op zolder. Oef. Oh, no. Dat is echt... Kan niet. Oké, kom, tunnel! Tunneltijd! Tunneltijd. Oh ja, en Emily heeft hier trouwens nog een bak met heel veel van die... heet ze ook weer? Axolotjes. Ja, dus als het spel hapert, dan komt het door hier. Is dat door Emily's schuld? Oké, wij hadden vorige keer bedacht, wij wilden heel graag een Fantasyland gaan bouwen met echt... weet je, van die paddenstoelhuisjes. En een heel mooi groot elfenkasteel. En piratengedeelte. Nou, weet je wel, echt gewoon zo net als in Disneyland is, zeg maar, echt zo'n fantasygedeelte. Maar we vonden het een beetje raar als je vanuit een mooie cottagecore kwam. En je dan in één keer, bam, tegen een fantasyhuis aanliep. Dus daar hebben we wat voor bedacht. Een tunnel. Yeah. Sorry, ik zat de cola te drinken. Yeah. Oh ja. Oh, wat een goeie. Dat heb ik ook net gedaan. Dat is echt powerdrank gewoon. Of heeft bij jou niet zoveel effect? Nee, niet zoveel helaas. Niet zo erg als bij mij. Ik denk dat het bij niemand zo erg is als bij mij. Maar oké, aanschouw onze tunnel. En het is het idee dat als je deze tunnel ingaat, dat je zoiets hebt van... Oeh, ik heb zomaar het wat idee het dat voor dit... Waar ga magische ik in? Tunnel. Ja, wat is dit voor magische tunnel? Wat voor magische plek gaan deze magische tunnel? Oké. Ja, en dit was ons laatste dingetje die we maakten. Want we wilden allemaal van die inkijkdingetjes in de tunnel. En hier hadden we niet zoveel inspiratie meer. Dus dat was dit geworden. Maar nee, dat was toch... juist de eerste. Toen wisten we niet wat we gingen doen. Nee, dat was de laatste. Toen was het 3:00 s'nachts. Toen waren we moe. Dat was deze. Droomvlucht vibes. Nou, ik zal je zeggen, Jorijn. Rick die zei, jullie moeten eigenlijk gewoon zo mijn karretje er doorheen doen. Dan is het net een soort van attractie. Oké, nou het licht gaat aan. Ja, maar als wandelpad is het ook wel een attractie. Ja, dat vond ik dus zo. Kijk, we hebben overal van die klimop en van die bloemen en zo opgehangen. Nee. Inderdaad, visjes. Deze vind ik wel echt het leukst. Deze is wel echt heel schattig. Oh, deze zijn zo schattig. Ja, hè? Ja, we hebben zoveel lol gehad met het inrichten hiervan. Oh my god, cute!
Symbolica vibes, ja, ook wel. Maar toch wel meeste droomvlucht vibes. Maar dat wordt ook wel echt de vibe van heel ons fantasyland. Meer droomvlucht vanwege de plantjes, denk ik. Ja, ja, ja. En de bloemetjes. De plantjes. De plantjes. Goed accent, die hou ik erin. Oké, wat hebben we hier? Oh, hier hebben we de mushroom core. Nee, hier hadden we geen inspiratie meer. Nee, dit was de eerste. Nee, en toen keken we terug. De... Ja, en toen kwamen we weer later terug. We mee. En alles was zo hysterisch geworden. Toen kwamen we bij deze en toen stonden hier alleen 3 paddenstoelen. En toen dachten we, saai! Ja. En toen hebben we hier nog heel veel van die paddenstoelen dingen achtergrond en zo. Dingen en zo. Ja. Ja, het is nog steeds een beetje saai, maar ach. Ja, ja. Dit is echt een vibe, zegt iemand in de stream. Ja, dat snap ik. Hier dat ook. Dit is... Een beetje cool. Opengehakte berg. Kijk, de berg ziet er van binnen zo uit. Nice, hè? Het is een geode. Het is echt... Het is geode. Maar ik hoor die klingelklangel dus niet. Waarschijnlijk moet je dan iets aanzetten. Wacht, ik ga even mijn muziek uitzetten. En dan... Ja, want ik hoor geen klingelklangel. Ik wel. Zo leuk! Ja, wij vinden daar... Dit wordt dus helemaal de vibe van ons Fantasyland. Dat is in ieder geval wel het idee. Heel veel bloemen! Oké, alles staat op 100% bij mijn sound. Misschien als ik mijn systeem even heel hard zet. Zo. Options. Nou ja, ik hoor het niet. Maar ik geloof het. Dan moeten ze bij jou maar even luisteren voor de klingel, tingel, klangel. Ja, kom maar. Ik doe hem kom wel even gewoon... snel. Kling, 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 kling. Ja, doe allemaal maar even snel bij Adinda de stream kijken. Klingel, klangel. En ik doe wat de sound. Ik weet niet eens of het te horen is. Kling, 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 kling. Nu wel. Kling, kling. Klink, 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 klink. Ja, hoor iets. Ja, hè, ja, hè, ja. Hij doet het. Klink, 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 klink. Oké, nou, next, kom. We hebben hier nog niet meteen zeggen, oh, zielig, die bijtjes zitten hier opgesloten. Dat zitten ze wel, maar dat is niet zielig. Ze kijken wel heel zielig erbij. Maar ze zijn niet zielig, want ze hebben bloemetjes. Ja, en mos. En mos. Ze zijn oké. Ze vonden de sound effect mooi. Die rechtermuisknop drukken. Nee, want ze ontsnappen meteen. Want dan denken ze hier, bloemen! Bloemetjes! En we willen ze graag daar houden, want we wisten niet wat we in dit diafragmaatje konden zetten. Heet dat zo, een diafragma? Inkijkje. Diorama. Diorama. Hokje. Kom mee, we gaan eruit. Hier ga je zo naar buiten. Kijk, dit heb ik nog van de week erbij gebouwd. Allemaal van die lampjes. En dan zie je daarachter al mijn nieuwste project. Dat ik ben bezig met het bouwen van een kasteel. Welkom in Fantasyland. Yeah. Nou, was dat een leuke entree of niet? Wij vonden het heel leuk. Wij hebben er heel veel plezier mee gehad. Ja, het wordt gezellig, hè? Hangende lampjes. Ja, ik wilde dat er nog wat meer fairy-achtig gevoel van was. Dus daarom dacht ik heel veel dingen eroverheen. Heel veel bloemen en zo eromheen. Heel veel mos. Ik vond het wel een leuk pijpje zo. Mos. Goedgekeurd. Bloemen. Mos. Fairy. Lichtjes. Lampjes. Vibes. Ja, zegt iedereen leuk. Vibes. Ja, tof hè. Ja, dat vonden wij ook echt heel erg leuk. Nou, hier had ik dus een trap naar boven gebouwd. Maar die zijn we aan het ombouwen, want we vonden het toch een beetje saai. Het was gewoon één rechte trap. Want we vonden het tof dat als je Fantasyland inkwam, dat je dan echt zo... echt zo'n enorm kasteel voor je snuit hebt staan. Yeah. Die dan gewoon helemaal verlicht is. Dus we gaan er echt een heel tof fantasy kasteel van maken. Met bloemen er ook omheen en zo. Maar ik had dus een trap daarvoor. En die zat 1 niet in het midden. Hurt. Oh, 2. Dat zie ik nu. Ja, en ik had dat eerst bij design gedaan. Omdat ik dacht dat het leuk was. Omdat nu op die hoeken precies van die torens uitkomen. Want deze volg ik met een bouwtutorial hoor. Die kan ik niet helemaal zelf uit mijn hoofd bedenken. Yeah. Dat kasteel. En toen dacht ik, is het wel leuk als het een beetje zo schuin loopt. En niet zo recht is allemaal. Want het is wel een beetje fairy-achtig. Maar toen stond het eenmaal die torens. En toen dacht ik, nee, dat is hem niet. Het is raar. Dus Rick die had een leuker idee. Hij gaat nu ronde trappen bouwen. Die helemaal zo rondom zo naar het kasteel naar boven toe gaan. Hij zit echt heel hard zijn best te doen. Het is echt super moeilijk. Ja, hij had echt breinpijn had hij ervan. Ik ga heel even kijken hoor, wat hij aan het doen is. Want volgens mij is het inderdaad niet heel gemakkelijk. Look. Oh kijk, hier heeft die hij al een heel groot gedeelte gemaakt. Al gebouwd. Oh, maar het is wel heel vet hoor. Net iets. Hey. Net iets gehad. Okay. Dit is wel echt heel erg leuk. Ik vind dit wel leuker dan recht. Dan kunnen we hier nog zo'n mooi muurtje doen. Oh, ik heb een idee. Waterval. Ja, dat dacht ik ook. Yeah. En dan valt hier zo naar beneden zo'n waterval zo in het midden. Oké, we zitten op 1 lijn vanavond, ik hoor het al. Precies. Weet je waar het door komt? De moeheid. Door de cola.
Het is de cola. Het is de cola. Ga je ook fairyhuisjes maken? Ja, zeker gaan we dat doen. Oh ja. Ja, ja, dat gaan we zeker bouwen. Emily die is trouwens daarop bezig. Kijk maar. We zitten in die bergen. Dan kunnen we ook wat dingen inbouwen. Ja, Emily die is hier al bezig. Dit wordt zo'n mushroomhuisje. Dus ik zie hier al je palet klaarstaan. Zo van rood met witte stippies. Komt zo'n groot bal in op, zeg maar. Ja, ja, ja. Hij wordt heel leuk, want ik heb al gezien hoe die wordt. Hij wordt heel leuk. Het ziet er goed uit, Emily. Is hij moeilijk of is het te doen? Oeh, dan komen we kijken. Nee, goed te doen. Nou, Emily zegt dat hij waarschijnlijk aan het einde van de stream... Kunnen jullie Emily trouwens horen? Want ik heb Emily even gemute in de game. Want ik dacht, anders horen jullie er misschien dubbel. Want ze zit natuurlijk naast me. Maar als jullie zeggen, we horen er niet, dan kan ik er beter in de game zitten. Ik hoor jou juist dubbel. Via Emily. Oh, ja. Nou, dan moet je Emily anders maar even muten dan. Dat vind ik zielig. Oh, maar dan komt Emily gewoon bij mij en dan kan ze toch wat zeggen, zeg maar. Ah ja, oké. Dan hoor je er in ieder geval. En ze zit dicht in de buurt. Oké. Oh nee, zo, bij mij horen ze haar niet. Oké, nou dan ga ik Emily even aanzetten. Even kijken. Hoe doe je dit? P, settings. Settings, toch wel settings. Oké. Nee, denk het niet. V. Adjust player volumes. Oh, wel. Ik heb de gemute. Oh, ja. Sorry Emily, ik kan je niet behoren. Nee, ze heeft je gemute. Dat geeft niet. Oh, ik heb je nu aanstaan, Emily. Dus als het goed is, kunnen ze je nu horen. Zeg eens wat. Hallo. Ik hoor niks. Nee, hoor je nu helemaal niks meer? Ik hoor nog steeds niks. Mij ook niet meer? Jawel, jawel. Oh. Maar Emily niet. Nee, je hoort het dus niet echt heel erg via mij. Onhandig. Onhandig. Oké, maar we hebben nog meer om te laten zien. We komen zo terug, Emily. Je bent lekker bezig. We love you. Nee. Oké, hier gaan we dus. Kijk, dit heb jij ook nog helemaal niet gezien, denk ik. Het is wel lekker. Oeh, van de hond naar her. Ja, had je dat al gezien? Dat had ik nog niet laten zien, volgens mij. Ik heb hem wel gezien. Oh, je hebt hem zelf wel bekeken. Ja, we wilden water hebben hier. Ik vond het wel leuk als er wat meer kleine riviertjes. Oh, God. Ja. Oh, het is... Ja, dit mag jij doen. Ah. Je mag hem ook nog verder uithakken, maar ik dacht, jij hebt vast leuke ideetjes hiervoor. Kijk, zie, Adinda wordt al blij. Dus die heb ik voor jou overgelaten hier. Maar ik heb in ieder geval de grot een klein beetje uitgegraven en licht erin gezet, zodat je me in ieder geval ziet. Maar de rest... Heb ik 12.000 subs? Wat? Wat zeg je me nou? Wat? 12.000? Nice. Huh? Nee. Nice. Serieus? Maar is, we horen je dubbel. Nee, bijna. Nu nog steeds? Of ben ik gek? Ja, als Emily praat hoor je het dubbel waarschijnlijk. Ja, dat komt dus daardoor. Daarom had ik Emily dus gemute. Dat er wel weer voor. Nee, ik moet er nog 86. Ik herhaal wel wat dan ze zegt de... dan. Hebben we 12.000. Oh, hier moest ik bezig. Maar we zijn close. Hopla, doen we het zo. Dan horen jullie niet meer dubbel. Nu niet meer. Nee, want ik ben nu niet meer bij Emily in de buurt. Daardoor komt dat. Een zeemerminnenkasteel. Oh, dat is echt leuk. Oh, en dan kan je hier op zo'n steen... Kan je dan ook gewoon allemaal van die toffe dingen doen... dat het bij de zeemerminnen hoort en zo. Ik zie het al helemaal voor me. Oh. Ja. Een goed idee. Wie zei dat? Zeemerminnenkasteel. Zoe. Zoe, dankjewel. Goed idee. Ze heeft me net gedingest, maar nu is ze Willy. Oké, nou dan hebben we hier inderdaad dat water wel helemaal doorgetrokken. Ik heb het hier maar een beetje aangekleed met wat bloemetjes en dingetjes. Want het komt hier vandaan. En dit water had Rick alweer doorgetrokken. We hebben deze gun. Ja, want dit water loopt dan weer door naar Rick's waterrathuisje. Dus dat hebben we de vorige keer al helemaal zo gedaan. Heeft hij het ook helemaal daar naartoe getrokken. Dat het allemaal een beetje verbonden wordt. Maar we wilden daar dus ook water. Dus vandaar dat we hem nu helemaal hier zo door de berg laten stromen. Ben je onze gun aan het demonstreren? Ja! Ja, ik bouw dus nu ook met die gun. Die gun is echt zo handig. Ja, ik ook. Zit niet standaard in Minecraft trouwens. Die krijg je bij de creator mod. Voor de mensen die het willen weten. Ja, die zit in de mod. Je kan ook kabouterhuisjes maken. Oh, wat een leuk idee. Gaan we ook doen. Okay. Eén blok. Dat doet hij dan weer niet. Zo. Maar je kan dus met die gun ook in één keer hele grote dingen bouwen en weghalen en zo. Is echt super handig. Ik vertelde het net ook aan Jerry. Die was ook meteen helemaal van... Waarom vertel je me dat nu pas? Nadat hij een hele haven had gebouwd. Dat ding is zo handig. Ja. Ja, het is echt mega handig. Oké, zullen we naar Jerry gaan? Want dat heb ik nog niet laten zien. En dan zijn we redelijk bij, geloof ik. Ik heb hem al wel ontmoet. Ah, ik zat zijn huisjes te bekijken en toen kwam ik hem tegen. Hallo. Hallo. Ah, lief. Jerry is de papa van ons
van onze stream hier zo. Van ons eiland. Streampapa. Onze streampapa. Eilandpapa. Ja, eilandpapa. Dat wordt hem. Oh, hij is even alles bij. Oké, nou, ten eerste, dit is een huis. Die is echt super schattig. Hij is een herberg. Oh, is het een herberg? Er zitten allemaal kleine. Er zit een bar in en kleine. Oké, we gaan kijken. Dit is gewoon serieus al een stream op zich. We hoeven niet eens iets te bouwen. Een bar. We hebben alles al gebouwd. Kleine... Ja, oh, zo leuk, hè? Zo gezellig gemaakt. Slaapkamertjes. Er zitten kleine slaapkamertjes. Oh, kijk. Is het bier? Nou, het... Ja, brewing stand. Ja. Je kan hier serieus bier op maken. Je kan er potions mee maken, maar bier zit er niet in Minecraft. Want het is zogenaamd voor kinderen. Er zitten superveel enge dingen in, maar ja hoor, het is voor kinderen. Ja, het is voor kinderen. Hey Marjolein, welkom bij de Creatie Crew, gezellig. Echt een hoge beeld. Ja, echt heel erg leuk. En hij heeft hier een trap, even kijken. Hallo. 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 Ik ga even wat testen. Oh. Oké. Okay. Nou, voor Maris. Even opletten, liefje. Oké. Okay. Oké, wacht. Ik moet heel veel opletten, Marik. Oh, het duurt lang. Er gebeurt niks. Opletten. Er gebeurt niks. Het duurt lang. Iedereen wacht in spanning. Wat gaat er gebeuren? Ja. Oh, oké, okay, wacht maar. Het duurt toch langer. Oh, oké, okay. Nou, ik ga verder hoor. Ja, oh ja, kijk, hij had inderdaad allemaal van die hele kleine kamertjes gemaakt. Kijk. Nou, zo gezellig. Ja, echt heel erg leuk. En nog een zoldertje, maar dat is ook weer zo'n klimzoldertje. Dan kom ik weer niet af. Kom ik weer niet normaal naar beneden. Ben je al op het zoldertje? Ja. Oh nee, dit is wel een normaal zoldertje. Kijk. Ah. Welkom in mijn slechterikke headquarters. Hey. Deze haard is echt tof. Ja. Dit ziet er echt heel echt uit. Wacht, hoe is dit? Oh nee, shit. Mislukt. Oh, heb je daar geen melding van gemaakt? Nou, nee, dat probeer ik dus nu te krijgen, zeg maar. Maar het ging... Mislukt. Het ging fout bij mij hier. Oh, nou, in ieder geval, het is... Wacht, ik zal... Het is niet in beeld gekomen, maar Rick die heeft 5 memberships weggegeven. Dus hij heeft nu 5 mensen lid gemaakt van de Creative Crew. Welkom. Dat kostte niks trouwens. Nee, dat krijgen jullie cadeau van Rick. Dus jullie zijn nu gewoon een maandje gratis lid door Rick. En hij kiest er gewoon random dan 5 uit. Ja, hij kiest er 5 random uit. Oh, ja, superleuk. Nou, dankjewel. Wat lief van je. Maar het kwam niet in beeld. Maar het heeft dus niet het gewenste effect gehad, helaas. Nee, maar het stond wel in de chat. Ik weet niet wat zouden doen. En Aafke is helemaal blij. Ah, ik ben het geworden. Yay. Ja, leuk hè. Nou, hij kiest gewoon random. Dus het is niet dat Rick iemand heeft uitgekozen. Hij kiest het gewoon random uit. Ja, YouTube wordt net Twitch zo, hè? Ja, echt inderdaad. Maar wel heel erg leuk. Kost dat geld? Ja, zeker. Kost €2,99 per maand. Dus Rick heeft nu 5 keer €2,99 aan jullie cadeau gedaan. Wel echt heel leuk. Nou, we zijn helemaal blij met een membership. Oké, maar wacht. Want Jerry heeft nog meer gebouwd. Voordat we hier weer een half uur staan te kijken. Want dit is nog niet het meest spectaculaire, vind ik zelf. Wat ik echt heel tof vind. Is wat hij hier allemaal heeft zitten bouwen. Hij heeft hier een hele haven gemaakt. Oh, hij is bezig met iets nieuws. Ja, joh, die Jerry is echt al sinds vanmorgen vroeg aan het werk. Of sinds gisteravond. We gaan even naar Jerry toe. Dit heeft hij er ook al bij gebouwd. Wacht. Jerry. Yo, welkom op mijn stream. Yo, nu ben je beroemd. Jerry zegt niks meer. Jerry denkt... Hij is helemaal verlegen. Oh jee, oh jee. Hallo. Oh, hallo Jerry. Welkom op de stream. Gezellig. Dankjewel. Heb jij nog normaal gezeten en gegeten? Want... Jazeker. Ja, zeker, zegt hij vet relaxed. Jij hebt inmiddels gewoon alweer een huis erbij gebouwd. Ik heb een heel uur pauze gehad. Een heel uur. Nou, dus ik zit het meer van mijn stream te laten zien hoe leuk het geworden is. Want ik zeg, huh? Er staat gewoon in één keer een heel huis bij. En je bent hier alweer bezig. Je gaat echt vet hard. Ja, dit wordt dat ding wat jij gestuurd had, zeg maar. Dat, ga je dat maken? Ja, proberen. Kijk, wat super tof. Ja, dat heb ik in de Discord gedeeld vandaag. In de Minecraft Discord. Het is een soort van piratenhaven. Hij is hier helemaal in een piratenstijl aan het bouwen. En dat zag er echt super leuk uit. Oh, als het je lukt, joh. Echt. Dan gaan we het volgende keer groots in stream laten zien. Ja, precies. Daar doen we het voor. En vandaag heb je de...
Ja, Jerry is echt vet goed bezig. Ik ga ook even je boot laten zien. Ja, is goed. Hij heeft hier helemaal de boot gebouwd. Oh, ook met zo'n roeiboot. Hij heeft die zelf bedacht overigens. Ook niet, hij volgt ook geen tutorials of zo, hè? Oh. Hij bedenkt dit gewoon zelf. Ik vind het zo knap. Wacht, ja, toch. Even vanaf de buitenkant naar deze vorm kijken. Dit wil ik wel even... Ja, die vorm is echt prachtig. Ja, Jerry is nogal perfectionistisch. Dus het wordt gewoon sowieso mooi. We hebben de goede mensen uitgenodigd voor onze server. Ja, ja, ja. Hij is echt goed gelukt. En weet je wat Jerry zei? Dat was mij nog helemaal niet opgevallen. Oeh, je gaat je hard. Jerry die zei, als dit hout in contact komt met water... Kijk, dan maakt hij er uit zichzelf van die mosseltjes dingetjes aan. Wat? Ja. Dus en dat staat zo top, hè? Next level soms. Ja, voor de mensen die vragen wie is Jerry. Jerry die woonde vroeger bij mij in Almere. Oh. En ik ken hem eigenlijk... Ik heb hem nog nooit in het echt gezien. Ik ken Jerry denk ik nu al... Ik denk 13 jaar of zo. Echt nog via Twitter. In dezelfde plek, maar jullie hebben nog nooit elkaar ontmoet. Nee. Ik ken hem ook gewoon via Twitter. Echt nog van vroeger. Oh. Dat je dan op Twitter wel eens mensen dan connecties had en dan ging je elkaar volgen. En, dus je kent hem echt via? Ja, ik heb nooit in het echt gezien. Maar uiteindelijk is het inderdaad, volg je elkaar al zoveel jaar. En dan is het gewoon, Jerry, weet je wel. Maar nee, nooit in elkaar in het echt gezien. Maar we woonden echt één wijkje verderop. Pet grappig, hè? Ja, Jerry is gewoon Jerry, zeggen ze bij mij in de chat. Ja, Jerry is Jerry. Tof, hè? Je hebt ook hier bij die boot, kan je ook nog naar beneden. Je zit er ook gewoon... Kom je in het ruim. Koeien. Ja, en boomstammen en spinnenwebben. Hij had trouwens hetzelfde als wat jij hebt. Hij heeft ook altijd gespeeld zonder die texture packs en die shaders en weet ik veel wat. Ja. En hij had hetzelfde, dat hij ook echt even moest wennen. Hij heeft toen een hele avond gewoon bij zichzelf in Creative iets zitten bouwen. Omdat hij gewoon alle stukjes niet meer herkende. Alles was helemaal anders. Ja, alles ziet er ook gewoon compleet uniek uit zo. Ja. Iets te gedetailleerd ook. Rick, dankjewel weer voor je 5 gratis subs die je hebt weggegeven. Ik vind het alleen wel jammer dat de kapiteinshut... Ben ik gek? Hè? De vorige keer dat ik hier kwam, zag het er heel anders uit. Hè? Huh? Wat ik wou zo zeggen, ja, de kapiteinshut is helaas alleen een beetje lelijk. Maar dus nu is het wel ingericht. Nou, Jerry is heel snel. Neem al mijn woorden terug. Nou, Jerry zal het waarschijnlijk ook niet lelijk achterlaten als ik hem nu een klein beetje ken. Hij heeft me gehoord, denk ik. Dit is wel echt heel erg leuk. Kijk nou, ook met die details zo hier op tafel. Yeah. Kijk dan daar, wat staat daar hier op dit schilderij? Dat is tof. Oh, dat is een Totem of Undying. Oh, dat is wel leuk. In survival kan je dat in je hand houden. Zeg maar in je linkerhandje. Superleuk. Bianca zegt ook, maar dit is echt vet cool. Dan krijg je een extra leven, zeg maar. Heel erg leuk. Ja, echt heel gezellig. Ik had dit nog helemaal niet gezien ook. Oeh, kijk nou, Jerry heeft inmiddels al bijna die toren al klaar. Als ik zo meteen terugkom bij het huisje, is Jerry gewoon hier al helemaal klaar. Heb je trouwens net nog snel die kapiteinsruimte ingericht? Was voor het eten volgens mij nog. Oh, nou, dan heb je het gewoon niet goed. Ja, maar Adina die zei al van net van, volgens mij was het net nog leeg, maar... Oké. Okay. Nee, ik keek aan de verkeerde kant. Dus er zaten zeg maar alleen maar kisten in. En ik dacht, oh, dit moet de kapiteinshut zijn. Toen zag ik alleen maar kisten. Dat dacht ik ook vanmiddag. Dat de kapitein voorstuurt, maar dat is achter. Ja. Oh, dat is die kant. Oh. Kennis. Wist ik wel. Wist ik wel. Ja, dit is het. Dit, oh. Nee, ging wel goed. Ik dacht even dat ik de hele deur had gesloten. Ik zei precies hetzelfde. Zo, ik dacht dat het zo, wat een grote wisseltruc is dit. Maar nee, ik ben gewoon zo slecht in richtingen. Maar ik zei dus hetzelfde. Ik zei ook al, moet hier niet het stuur? Toen zei hij, nee, dit is de voorkant van de boot. En nou ja, blijkbaar zat de... Ja, maar als je ook zo kijkt... It all makes sense. Ja. Dat is ook de voorkant van de boot. Oké, maar gelukkig ben jij net toch zo... Toch niet goed opgelet tijdens Nee, wij allebei niet. En ook niet tijdens alle Peter Pan films en weet ik veel wat. Nee, dat is niet erg. Ja, maar wel heel tof. Ik wil dat huisje even bekijken. Kom. Er is echt zoveel te zien. Echt een uur verder zometeen. Dit ook zo leuk. Ja, zo gezellig. Het voelt ook helemaal... Oeh. Oh. Wat leuk. Oeh. Ja. Oh, weer die gezellige vriend aan de muur. Nee, helaas. Ga je door gang.
Oh, even een kluskamertje. Oh, dat is zo leuk. Dat zei ik vanmiddag ook al tegen Jerry. Ik vind het zo leuk als andere mensen meebouwen op je server. Want je krijgt er zoveel inspiratie van en ideetjes. Precies. En waar je zelf weer niet op komt. Ja. Nou, dit was de stream. We gaan nu vanaf hier kletsen. Lekker gezellig. We laten Jerry bouwen. En we gaan zo meteen kijken wat Jerry nog meer heeft gemaakt. Kasteel? Nee hoor. Ik heb niks gezegd. Nee, niks kasteel, maar we gaan hier lekker kletsen. Maar is, hoe heten die ramen? Ja, goede vraag. Zitten die er niet gewoon standaard in, maar lijken die anders door de texture pack? White stained glass pane. Maar ze zijn hier extra mooi omdat het, omdat we shaders en texture pack en al die dingen. Kom je hebben. Van de bank af? Oh, zo. Ja, precies. Kijk, het is dit white stained glass pane. Maar ze zien er inderdaad dus bij ons anders uit door de texture packs. Dat vind ik dus ook zo leuk aan de texture Normaal packs. Normaal zijn ze echt een stuk lelijker. Ja, echt? Ja, maar deze zijn echt prachtig. Dat zijn echt onze favoriete ramen. Deze Iedereen gebruikt ze ook graag. Echt. Ja, en ze zijn echt heel mooi. Jerry is legend. Ja, mee eens. Ik ga het hem even vertellen. Ja, ja, ja. We gaan het hem even zeggen. Oeh, een kasteel op wolken. Dat, hebben, dat dacht ik ook al. Ja, tof. Nou, complimenten, Jerry. Het ziet er echt zo tof uit. En ook namens de stream zeggen ze, ja, Jerry is a legend. Oké, nu al. Nu al. Ja, je hoeft er helemaal niet veel voor te doen. Alhoewel, je moet wel een hele dag mooie dingen Ik denk bouwen. Dat we die Jerry maar van de server moeten trappen, want dat kan natuurlijk niet, hè? Er zit de flex op ons. Ja, dat kan niet, hoor, dit. Hij is er net bij. Ik stel nou al afrekenen, want ik de hele... Oh, oké, ik ga alweer, doei. Was je trouwens geschrokken, Kitta, toen ik naar boven stond en jij aan het rondkijken was? Of? Nee. Oh, gelukkig. Ik zag je naam al van tevoren. Oh, natuurlijk. Nee, maar ik zat zo diep in mijn verhaal dat ik gewoon door zat te kletsen. Ja, heel tof. Hé, je kan die gun gebruiken, hè? Ja, ik ben echt oldschool, denk ik. Ja, maar je bent ook snel, dus dat maakt ook niet uit. Sorry. Ja, sorry. Bijna goed. Keer blok. Adinda probeert één ding met die gun. Dat gaat meteen mis. Tada! Nee, niet mee. Misschien moet hij niet nog één hoger. Ja, dat moet één hoger? Ja. Hey, kijk eens daar in de verte, Adinda. Zie jij daar in de verte ons kasteel al staan? Of kunnen jullie niet zo ver kijken? Want ik kan vanaf hier al het begin van het kasteel zien staan. Ik zie te weinig chunks. Dit is, wacht. Ja. Oké, nou, wij kunnen hem wel zien. Hey, Jerry, ik ga ook eventjes bouwen. Het ziet er echt heel tof uit. Echt heel leuk. Het kasteel lijkt een beetje op een kerncentrale. Ja, ik ben hier al een uur aan het streamen. Nee, jawel. Ik ben al een uur aan het streamen. Ik heb nog nul dingen gebouwd. Oh. Ja, maar er was zoveel om te laten zien sinds vorige week. We hebben echt veel gemaakt. Ja hoor. Ja, dat is ook zo. Natuurlijk. En als Jerry zo doorgaat, dan heb ik volgende week alleen maar een tour door Jerry's stad. Dan hoef ik helemaal niks meer te doen. Minecraft tour. Minecraft tour Jerry's stad. Gebouwd worden, hè? Ja. Oké, ik hoor het al. Ik moet aan het werk. Oké, ik ga aan de slag. Bye. Bye. Ja, heel tof. Er is ook nog een tunneltje. Ja, heb je dat nog niet gezien? Hij had er skeletten ingezet. Oh my god. Die zaten daar gevangen. So, maar die skeletten die zijn weer hoe noem je dat? Gedespawned. Oh ja. Kijk, jij staat ook zo lief te kijken. En allemaal zo bukkend, zo lekker koekeloeren. Ja, maar... Mijn ogen moeten aan het donker wennen, anders zie ik helemaal niks. Heb je dat nog niet ingesteld? Er zit wel iets in. Huh? Je kan instellen dat je die tunnels nu gewoon normaal ziet, hè? Weet je nog? Ja, maar dat heb ik ook. Maar dat heb je nu ingesteld. Oh ja, dan duurt het altijd even, ja. Hij moet altijd... Ja, ik ga ook zo lief staan kijken, net als jij. Zie ik er lief uit? Ik ga even kijken vanaf een afstandje. Oh! Doe eens op F5. Oh, zo kijk hoe lief wij hier samen staan te kijken. Oh, zo gezellig, hè, Kitta? Oh. Vind je het ook zo creepy? Ja, ik vind het ook heel eng. In de chat zegt ze, het voelt niet alsof we al een uur in de stream zitten. Nee, helemaal niet, hè? Want dat komt omdat we gewoon zoveel toffe dingen te laten zien hebben. Het wordt echt heel leuk. Yeah. Ja, het wordt echt heel tof. En hier was hij trouwens nog niet helemaal mee eens met hoe het er hier uitzag. Dat ging hij nog anders maken, zei hij vanmiddag. En hij wilde daar... Ook nog een uitgang vanaf de kade. Maar wat ik vooral zo tof vind van Jerry... En is dat hij het zo lekker ruim bouwt. Wij hebben nogal de neiging om een beetje krap te bouwen. Maar ik vind eigenlijk dat ruimen wel heel ontspannend. En meteen met ook overkomen ook als echt. Ja, normaal dus. Duurt het zo lang. Dus ik heb mijn kasteel weer lekker op het randje gezet. Ja hoor. Lekker krap. Oh, hier stopt het. Op kasteeltijd. Op naar kasteeltijd. Ja, ik zei net dus... Het lijkt nu op een kerncentrale. Oh, wacht, ik hoor je niet. Wat?
Ik zei net dus, het lijkt een beetje op een kerncentrale nu. Ja. Ja. Ja, het is nu nog niet zo heel sexy. Ja. Maar kijk, je ziet hier de hele omleiding. Dit is hoe het moet worden, het kasteel. Dit, helemaal. Ja, ja. We volgen een tutorial hiervoor. Ja, we volgen een tutorial hiervoor. Want anders dan gaat het niet goed komen. René die vindt het al een superleuke stream. Nou, gezellig. Daar ben ik blij om. Mooi. Mooi. Wat gaan we nu bouwen? Nou, we gaan nu dit kasteel bouwen. Rick is al druk bezig met de trap. Fixen. Ja, hij ziet er echt uit als een molen. Ah. Oh. Maar daar komt natuurlijk zo meteen de hele paddenstoel bovenop. Ja. Oh. Mushroom. Oh, schattig. Oei. Oh, hij wordt ook zo lief klein van binnen. Maar er komt nog wel een gebouwtje aan, hè? Dat wordt hier, hè? Dus dat wordt meer het huisje. En dan heb je hier gewoon een klein slaapkamertje of zo, heel hoog. Ja. Oh, heel cute. Die raampjes zo. Je zou ook nog een laddertje kunnen doen. Hierboven komt waarschijnlijk een kamer. Ja, dat zegt ze ook. Ik ga een trapje naar boven maken, zegt ze. Ah. Ja, leuk. Heel schattig. Echt mooi, Emily, zegt Meerte. Ja, helemaal heel lief. Thema ook. Echt heel leuk. Nou, wij gaan nu eindelijk ook wat doen, want wij hebben nog niks gedaan. Ja. Wij gaan nu eindelijk wat doen. Let's go! Even de tutorial erbij halen. Even kijken bij Rick. Oh, wordt mooi. Ja, het is goed met je. Nee, echt. Ik zweer het. Ja, nee. Nou. Hé, je wil niet weten. Je moet mijn stream maar terugkijken. Maar ze waren allemaal helemaal enthousiast over je Japanse gedeelte. En over je molen. Leuk. En ja, nee hoor. Dus aan complimenten niks tekort. Ja, maar deze trap zo wordt ook echt heel leuk. Veel beter dan... Oh, ja, en ik laat hem hier zeg maar samenkomen. Oh, ja. Hey. En dan gaat hij hier als één ding Terecht. Weer naar beneden. Ja, dat is het idee. Dit is zoveel leuker. Als een soort van hartje. Ja. Ja. En dan allemaal bloemetjes eromheen. Yeah. Ja, dat mogen jullie doen, want dat kan okay, ik niet. Oké, nou, wij gaan hier de toren bouwen. Ik heb het begin al gemaakt. Het is gewoon bloemetjes spammen eigenlijk, eerlijk gezegd. Ik hoor ze niet. Ik sta zo hoog bovenop de toren. Oh. Oh. Rick? Wat is er? Mijn chat zegt, mooi hoor, Rick. Oh, ja. Rick lief. Is legend. Oh. Rick, je bent echt een hele goede bouwer. Ja, maar dat is niet hetzelfde, hè? Echt leuk hoor, Rick. Oh, Rick, je bent zo sexy en zo knap. Nou, hé, dat werd er niet gezegd. Nee, oh nee, wacht. Ik heb een stream te horen. Oh, wow. Ik lach. Wow. Oké, bouwen. Volgens mij moeten we twee keer precies hetzelfde doen trouwens. Dus ik heb al een toren daar neergezet. Oeha. Dan kunnen we precies hetzelfde bouwen. Dan gaan we doen dan? Ja, ik denk het. Dan gaan we toch twee keer zo snel. Van, even kijken. Ga ik even kijken wat we gaan doen. We gaan... dat. Je bent cobblestone, dacht ik. Steentjes gaan er helemaal rondom. Oké, ja. Ik gebruik ook daarvoor... Ook die lijntjes hier? Nee, kijk, zo hier, wacht even kijken. Hier komen twee, hier twee. Oh, daar. Oké. Oh, oeps. Onderin dan zit al. Komt hij hier. Ja, onderin heb ik ze al gedaan. Dan komt hij hier zo om en om. Dan weer daar. Oh. En dan weer om en om. Zo. Ik gebruik daar cobblestone voor, maar ik weet eigenlijk niet of dat de leukste steen is ervoor. Ik denk het wel, toch? Jawel. Torens bouwen. Dit wordt zo'n mooi kasteel. Torens. Als het lukt. Torens. Wordt hij echt heel mooi. De prinsesjes. Ja. Of de fairies. Of de... Nou, ik denk dat het heel tof is als hij zo meteen helemaal verlicht is. En je komt dan binnen en dan dat kasteel zo ziet. Volgens mij wordt dat echt prachtig. Zullen we van die blauwe lantaarns gebruiken? Die zijn net wat magischer. Ja, dat is wel leuk. Maar die geven alleen niet zo heel veel licht. Dus dan moeten we even kijken of ze licht genoeg geven. Je hebt ook de cobblestone stairs nodig. En die komen hier zo tussen. Zo. Stairs, ja, die ga ik even zo. Ja, dacht ik dat goed? Komen die zo? Wacht even hoor, even kijken. Nee, die komen niet zo. Ja, doe dat. Oh, die niet. Komen. Ah! Ik viel bijna van die hele toren naar beneden. Zo. Ja, eentje zo. Maar hoe krijg ik... Oh. Zo, denk ik. Of eentje hoger, ik weet het eigenlijk. Ja, zo moet die. Ja, jij hebt de tutorial. Zo. Dus zo. Zo moet die gebouwd worden. Oh, dan ook nog top. Oh ja. Oh, dat is mooi. Ja, hè? Ja, dat zijn echt kantelen. Ja, dat denk ik. Zo.
Ja, echt, ik vind het bouwen met zo'n tutorial ergens altijd wel heel relaxed, want je hoeft niet zoveel na te denken. Maar aan de andere kant ook weer lastig, want je moet veel nadenken. Oh. Ja, snap je hem nog? Oh, en dan die hoekies. Verhogen we even met een slap. Slap, slap. Oké, dan moet ik toch even... Oh, ik doe het verkeerd. Ja, ik zal het zo even laten zien hoor. De hoekies moeten met de slap. Okay. Hoek met de slap. Nou, en anders geven we er zo meteen gewoon een eigen draai aan hoor. Als we eenmaal door hebben hoe we hem een beetje moeten bouwen. Yeah. Nee, ik snap hem niet. Oh. Nou, je hoeft niet zo heel veel na te denken over je ontwerp, maar je moet wel heel veel nadenken over hoe hij het bouwt. En je weet niet precies wat je bouwt. Dus normaal gesproken, als je zelf aan het bouwen bent, denk je, oh, ik wil een beetje dit vormpje. En dan bedenk je zelf, zeg maar, wat. Dat is dan ergens ook al wel weer heel ontspannend, dat je niet de hele tijd zit te kijken en zit te vergelijken, zeg maar. Het is wel heel anders als je instructies volgt, zeg maar. Ja, maar het is ook alweer chill dat je het weer niet helemaal elke keer hoeft uit te halen en zo. Dus het is ergens heel relaxed, maar ergens ook weer niet, zeg maar. Ik heb een donatie gemist. Oh, ja, klopt. Mijn schuld. Oh, ik zie hem ook niet in de Crea-credits erbij staan. Klopt dat? Maar dankjewel voor de donatie. Sorry dat ik hem heb gemist. Oh, nu snap ik het wel, zegt Aafke. Nou, gelukkig. Dat heb ik ook altijd. Ja, nou ja, dat dus inderdaad. Dus ergens is het wel fijn dat je niet hoeft na te denken, maar ergens is het ook niet fijn. Is het goed zo? Ja, ik denk het wel. Ja, dat hoop ik het ook. Met die slepjes erop, toch? Ja. Nou, daar was ik ook. Oké. Okay. Dan hebben we nu dat trappetje nodig. Die koppel van kobbelsteen ook. Maar dan dus dat hekje van kobbelsteen. Oké, dus... Kijk. Oeh. Oh, dan krijg je dat. Kijk. Dus. Kobbel. Oeh, that's pretty. Oeh. Ja, dat ziet er leuk uit, hè? En dat is wel, als je dan weer van die tutorials van iemand volgt, dan leer je ook weer, net als dat mensen op je eiland bouwen, weer heel veel dingen waar je zelf dan eigenlijk weer helemaal niet op komt. Ik heb wel het idee trouwens, dat bij hem... Dat bij hem wel net een beetje anders. Hij heeft nog een ander. Oh, hij heeft hier nog eerst een cobblestone en dan een paaltje. Kijk, zo. Dat is mooier ook, vind ik. Kijk, zal ik het aan deze kant laten zien? Ik had niet goed gekeken. Eerst nog een steentje en dan nog zo'n dingetje eronder. Kijk. Oh. Ja, dat is veel mooier. Ja. Dat is echt veel mooier. Die, volgens mij, die heb ik trouwens hier een steentje. Kijk. Oei. Hier een steentje. Hoep. Hop. En laatste. Hop. Ja, wordt leuk. Zo mooi, dankjewel. Zo. Ja, dat wordt echt heel leuk. Kijk, ik kan ook in de verte die boot zien staan. En ik zie Jerry ook in de verte bouwen. Daar zo. Ik zie hem echt net niet. Nee, ik heb mijn render afstand. Ja, ik heb hem vandaag ingesteld dat ik wat verder kan kijken. Maar dat is wel leuk, want dan zie je nu net die boot op de achtergrond. Het staat wel heel tof. Oh. Oké. Okay. Oh, moet je even aan papa vragen. We gaan nu... 3, 4, 1, 2, 3. Zijn het er nou? Zo snel. We gaan er een dak op bouwen met hout. Maar ik kan nou niet tellen of hij er nou 4 of 5 doet. Welke doen we voor de palen? Dit? Adinda is helemaal geconcentreerd. Je wordt het mooi? Ja, het wordt echt zo'n fairy kasteel, hè? Oh, Emily, je dak! Oeh, dit is echt gaaf. Kijk. Ik ga even kijken wat Emily ziet. Want Emily zegt, je moet echt even komen kijken vanaf mijn perspectief. Als ik aankom. Oh, Laura, dankjewel. Lekker bezig, ziet er echt mooi uit. Ah, dankjewel. Ja, dit is toch tof dat je zo aankomt en straks dan zo verlicht. Oh, dit is nu al gaaf. En er komt een roze fantasy puntdak op. Oh, dit wordt echt heel leuk. En Emily, jouw huisje ook. Wordt ook echt geweldig. En die vogel van je zit er de hele tijd zo lief bij. Ah, Emily's huisje is echt cute, zegt Vloggatech. Ja, is echt leuk. Ja, wordt leuk, hè? Emily, Dinda, Emily die zei, je moet echt even kijken vanaf hier. Waar ben je? Oh, daar. Hoe tof dit er al uitziet. Oh. Wij hebben echt het juiste kasteel gekozen. Kijk dan.
Ik weet niet waar ze om me heen rent, maar ze heeft stil volgens mij nog niet gezien hoor. Wat is het thema? Ja, fairy fantasy. Ja, hoe tof fairy het kasteel er nu al uitziet. Fantasy. En die trappen van Rick erbij. Ja. Oké, we moeten palen bouwen. Palen. We moeten in de hoekies palen bouwen, maar ik wist dus niet welke kleur hout zullen we daarvoor gebruiken. Is dit mooi? Oh, hout. Erbij? Ja, dan moet zeg maar hier in de hoekjes moeten houten palen komen. Maar ik kan dus niet zien in die tutorial staan hier. Oh, hier. Die? Is die mooi? Spruce. Of hebben we een betere? Ik vind dark ook dan mooier. Dark ook? Die? Dat is wel persoonlijk. Ja, vind ik ook hoor. Oké, doen we die. We moeten in de hoekies, maar of hij moet 4 of hij moet 5 hoog. Maar ik weet nou niet. Ik kan het niet goed zien. In de hoekjes? Ja, dus in al die hoekjes. Boep. Ik ga nog even 1 keertje goed checken. Voor de mensen die trouwens deze tutorial willen nabouwen op hun eigen eiland. Ik heb hem gevonden op YouTube. Ik zal later de link in de reactie in de omschrijving van deze stream erbij zetten. Gewoon even credits voor de bouwer en de ontwerper van deze tutorial. Maar dat heb ik nog niet gedaan. Maar je kan hem nu zoeken als je zoekt op Minecraft How to Build a Fantasy Castle tutorial. Dan kan je hem vinden. Wacht. Ik kan even zoeken. Een fairy boomhut zeggen ze dat we ook moeten maken. En dat gaan we ook zeker maken. We willen nu eerst een kasteel. Dan komt de rest vanzelf wel. Oké, ik ga nog even goed kijken hoor. 1, 2, 3, 4, 5 volgens mij. Volgens mij zijn het er 5 en dan in alle hoekjes. Ja, 5, 5. En dan... Oh, ik heb hem. Oh, je hebt hem ook even opgezocht? Ja. Ja, dat is wel handiger. We moeten er zo'n rondje van maken. Oké, 5 moet hij hoog zijn. Boom, boom. Alle hoekjes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5. Dat schip in de verte is zo leuk. Ja, dat ziet er echt geweldig uit. Echt zo leuk. Alright, de tutorial staat in mijn beschrijving als je hem... Ah, jij bent goed bezig. Ja, ik ga hem er straks ook aan toevoegen. Credits voor de YouTubers. Yes. Zo. Nou, ik denk dat hij 5 hoog is. Hoe hoog moet ik? Ja, ik denk 5. Oké. Vast wel. En dan moet deze hier helemaal heen. Dus dit wordt helemaal de... Hier komt het dak op, zo meteen. Oeh. Helaas, het werkt niet. Zo, iets moet het zijn, geloof ik. Nee. Hier moet het op. En dan moet die weg. Die moet weg. Zo moet die. Hij moet in een rondje. Dat zijn een van de moeilijkste dingen, vind ik, in games waarin je alleen maar vierkante dingen hebt. Net als met Lego. Ronde dingen bouwen. Zo. Als je alleen maar vierkante items hebt, iets rond maken, is echt het moeilijkste dat er is. Dan moet je altijd in dit soort vormen werken. Maak ook een magic fairy tree. Nou, dat had een tree. Nou, dat hadden we ook al zeker in gedachten. We willen van die paarse bomen met van die lichtjes en zo. Toch, Adina? Dat gingen we maken, van die paarse bomen. Ja, paarse amethystbomen. Ja, met al van die amethysten erin en zo. Marissa, ik ben helemaal verbaasd door je mooie bouwkunsten. Ah, Melissa, dankjewel. Nou, lang leven ook de tutorials online, hoor. Oh, hey, in de hoekjes doen we weer... om alles netjes af te kleden hebben we een stairs. Maar dat is wel van de nadeel. Die hebben we natuurlijk niet van deze boomstammen dingen. Nee. Oh, we moeten heel veel... Oh. We hebben wel stairs. Oh, Emily, je huisje! Oh, het is toch wel spruce. Oh, leuk! Ja. Hebben we ook een spruce stairs? Ja. Oké. Is dat deze? Nee, is dark ook. Echt? Spruce. Ik heb hem niet. Ik zie alleen maar... Hoezo niet? Ja, maar dat is toch niet... Dat is toch meer... Is spruce. Kijk. Ja, oké. Maar dan komt hij zo. Is dat ook leuk dan? Omdat we nu echt wel hebben gekozen voor dat hout. Willen we dan niet die palen ook in deze kleur? Of boeit het niet? Snap je? Nee, doe maar zo. Ja? Kan er wel dus zo? Oké, en dan moeten we in het midden moeten we trap. Trap. Welke doen we? Trap. Die van chocola- de dark ook is toch wel het mooiste. Vind ik. Wacht, we hebben verschillende trapdoors omdat we de mod hebben.
Ja, ja, ja. Ik heb nu het chocolaatje gebruikt. Ik weet niet welke jij mooi vindt. Oh, die zijn er zoveel. Ik kom even naar je toe gevlogen. Kijk, maar mijn idee dus, kijk, is het niet mooier als we dan dus... Even kijken. Bij deze stairs, deze zo. Houtblokken gebruiken. Kijk. Oh, ugh, nee. Nee, dan zie je de pixels. Huh? Ja, Lammer. Oh ja. Ja, oh ja. Is dat leuker? Okay. Ja, het is wel meer dezelfde kleur. In plaats van dat het echt een boomstam is. Denk ja, ik. Ja, dat ze dat doen dan. Ja? Oké. Okay. En denk meer over vanaf de buitenkant heeft hij zoveel kleurverschil anders. Het chocolaatje. Ja, ik vind de serieus die Trapper altijd uitzien als een chocolaatje. Het lijkt ook op een chocolaatje. Ja, toch? Nou, dat vind ik dus ook. Ik vind ook dat hij lijkt op een chocolaatje. Kijk, ik zal hem even goed laten zien voor de mensen die hem niet snappen. Kijk. Dit ziet er toch uit als een chocolaatje? Kijk, zeker als je zo... Hier, chocoladereep. Dat is net een chocoladereep. Dus die Trap noem ik altijd een chocolaatje. Ja, precies. Ja. Gebruik je die ook? Is die het leukst? Weet het niet. We kunnen bij deze lichtere palen misschien beter een andere doen. Ik laat jou kiezen. Kies maar. Maakt mij niet uit. Keuzestress. Ja, maar dit is wel mooier. Eerst even die palen veranderen. Ja, dit staat wel goed zo. En dan moet ik omhoog. Ja, van die koetjesreep, zeggen ze bij mij in de chat. Ja, toch? Lijkt echt op zo'n koetjesreep chocolade dingetje. Nou, dat vind ik dus ook... Nee, koetjesreep is niet van Milka. Is dat van Verkade, volgens mij? Weet ik eigenlijk niet. Is van gewoon van koetjesreep? Geen idee. Nee, ik weet het ook niet. Koetjesrepen in mijn huis. Nee, dat is weer een liedje. Koetjesrepen. Nu heb ik zin in chocola. Oh ja, dat snap ik, sorry. Ik heb ook zin in chocola. Ik heb heel veel chocola. Oh. Wat voor chocola wil je? Dan stuur ik het eventjes op via de Discord. Ja. Als dat toch zou kunnen, hè? Oh. Oh ja. Nee, chocola zou echt meteen smelten bij mij, denk ik. Het is super warm hier. Even denken hoor, ik ben even... Hier moet die. Oké, ik heb even moeite met die tussenstukjes. Hoe krijg ik die nou? Even een goede trap doorzoeken. Daar moet die, oké. Ja, ik heb hem door. Ja, de spruce daar is best die. Wel lelijk eigenlijk. Ja. Deze. Waar heb je nu in last van? In deze texture pack is alles mooi. In deze texture pack is alles mooi. Op welke dag ga je altijd lijven? Nou, meestal vrijdag. En Adinda sowieso altijd op vrijdag. Die is wat consequenter dan dat ik ben. Hé, welke is het geworden? Welke? Kom even kijken. Die! Ja, vind ik mooier. Mee eens. Geen chocolaatje. Weg met chocoladereep. Oh, je hebt ze bij mij al opgezet. Ja, je moet ze ook nog hier aan de zijkant doen. Aan de zijkant? Ja. En dan even naar beneden klappen. Oh. Even afwerking. Wacht, welke kant? Moet hij naar buiten links klappen? En rechts, allebei. Oh. Kijk, dan maak je zo'n mooi openingetje. Wacht, dan moet ik even kijken. Wat ben je aan het maken? Heel mooi kasteel. Een heel mooi kasteel zijn we aan het bouwen. Oh, hij moet in de... Oh, oké. Okay. Oh, ik snap hem. Die tutorial gaat wel snel overigens, hoor. Dus je moet het wel even snel volgen. Ja, gewoon consequent op pauze drukken. Net zoals bij Bob Ross. Ja, inderdaad. Oké, we hebben nodig... Dan pauze. Stop daar. We hebben nodig van diezelfde spruce. Hebben we ook een slab nodig. En het vierkante blok weer. En dan gaan we in die kleine hoekjes hier de slab plaatsen, die nu over zijn. En dan komt hier op de hoeken komt dat grote blok. Als ik het goed heb gezien. Want het ging heel snel. Maar volgens mij is dit wat er gebouwd moet worden. Als jullie trouwens nou thuis Minecraft hebben, dan kan je ook gewoon dit kasteel meebouwen als je het leuk vindt. Ik ben benieuwd hoe snel jullie dat doen. Oh. Kan je een kast maken waar allemaal magische planten in groeien? Dus ook van die magische paddenstoelen en varens en zo. Ja, leuk. Oeh. Jullie moeten al die ideeën zo meteen gewoon in de comments droppen. Dan kunnen we ze niet vergeten. Ja. Dus als jullie zo meteen leuke ideeën hebben voor wat er allemaal gebouwd moet worden in Fantasyland. Dan zo te zien zijn jullie er net zo enthousiast over als wij. Boep, boep. Ik wil ook Minecraft! Oh.
Blok. Oh, oké. Okay. Daarna wordt het... Nou, hij doet het met twee slepjes op elkaar. Zou daar een reden voor wezen dat je dat zou doen, zeg maar? Oh, dan krijg je een andere texture. Look it. Nou, kijk, hij doet het niet met een groot blok, maar hij doet het met twee slepjes op elkaar. Zijn het tegen Rick? Zou daar een speciale reden voor zijn dat je daarvoor zou kiezen? In plaats van een vierkant blok? Nee, dan krijg je gewoon een volledig blok. Waarschijnlijk was hij gewoon te lui om te switchen. Ja, Rick zegt, je krijgt soms andere textures. Oh, okay, ik dacht gewoon dat je de logs zou doen. Hij gaat... Het zijn niet de logs die je hier... Oh. Nee, heb ik niet de goede gekozen? Jij hebt de tutorial. Ja, nee, maar ik kies alleen maar gewoon wat ik zelf mooi vind. Ik heb niet... Nee, dit is toch dezelfde? Ja, dat de zijn. Nee, het is niet dezelfde. Jawel. Als ik hem eigenlijk... Nee, hier aan de buitenkant, die dingen. Deze. Ik heb hier juist die logs gedaan weer. Oh. Nee, daar heb ik ook diezelfde. Moeten we daar de logs deze zoeken? Dan doen we daar de logs. Dan doen we dat. Dan verander ik dat hier even terug. Zo. Ik ben helemaal in de war. Welke is er nu anders? Volgens mij precies hetzelfde. Bij mij is het nu alleen anders door die slap. Alleen... Ja, en dit is nu anders, omdat hij dus twee slapjes op elkaar heeft. En ik snap al waarom hij dat heeft. Oh, ja, want het wordt deel van het dak. Ja, het wordt deel van het dak. Nee, dan haal ik de logs weg. Dan, ja, het zijn gewoon slapjes op elkaar, blijkbaar. Oké. Slapjes. Slapjes. En daarmee maken we dakjes. Dus je doet slap. Dakjes. En dan slap. Op de bovenste en eentje daarboven. Ook best zo goed de dingen uitleggen. Maar je snapt hem, hè? Nee, en dan op de bovenste hem. En dan weer eentje erop. Ik zie het. Kijk. Ja, mensen snappen mijn uitleg. Jullie zitten in de chat altijd te lachen over dat van hoezo begrijpen mensen jou. Ik heb gewoon een hele goede uitleg. Ja. Het is gewoon hartstikke goed uitgelegd. Oh, show. Dankjewel. Ja. CXT voor je superchat. Het ziet er echt leuk uit. Dankjewel. Ja, dit wordt leuk. Oh, nu doen we wel weer zo'n blok. Nu mag je wel weer de spruce log. Kijk, hierachter. Spruce log. En, okay. En daar komt een slepje op. Slepje. Look, slepje. Rick, die is echt nog steeds... Dat is zo'n half blok. Een slepje. Oh, dit wordt echt al zo cute. Dit wordt zo fantasy-ig. Wow, jij gaat hard met die trap. Ja, is klaar. Oh, maar wauw. Dit is echt zoveel beter dan hoe het was. Ja, vind je het wat? Ja, ik vind het echt geweldig. Echt heel leuk. Kijk, en dit kunnen we eventueel breder maken. Hier kijk, zo. Kijk, hij is ook gewoon te belopen zonder dat je wat hoeft heb je te springen. Oh, wat heb je dat toch gemaakt? Kijk, wie het eerste boven is. Ja, deze is het. Hier moet alleen nog een slepje. Deze mist nog een ding. Ik mis hier nog een slepje. Kijk, hier nog. Een slepje. Een slepje is het woord van deze stream. Kan ik hier nog één... Oeh, dank je. Ja hoor! Ja hoor! Ja, en dan moet hier nog wel een muurtje, want dit is... Gevaar voor eigen leven is dit. Dit is een beetje gevaarlijk nog. Je valt wel lekker zacht, maar... Ja, ik viel hier naar beneden. Ik zag, je moet hier wel voor iets van een hekje voor. Want ik viel dan al meteen naar beneden. Ja, het is nog niet heel veilig. Ja, dat is zo'n raar woord, dat woord slepje. Ja, en misschien kan je deze erop doen, anders... even kijken. Ja, eerst van hout. Ja, dat kan ook. Ik dacht deze of zo. Maar hout is misschien wel gezelliger. Ja, hout is alleen niet dicht. Nee, ik laat het... Nee. Kijk, we kunnen ook dit doen. We hebben van die nieuwe vensters, hè? Ja, het is weer gevangenis. Nee. Oh. Nee, niet gevangenis. Oké, sorry. En zoiets anders? Nee, joh. Het is gewoon grappig. Maar dit is zo boerderijig. Wow, ik val weer naar beneden. Ja. Eel. Nee, dit het staat lelijk. Ook echt lelijk. Nee, ik zou dan gewoon dat koppelsteen ding doen, denk ik. Oké, nou, ik laat jou wel wat verzinnen. Wij gaan verder met het dak. Ja, ik kijk wel.
Oké, er moet nog overal sters op. Op de slepjes. Wat gebruikt hij hier? Slepjes. Allemaal hout. Slepjes. Ja, wij gebruiken alleen maar slepjes. Slepjes. Huh? Slepjes. Huh? Hoe kan dat je daar nou... Dan kan je helemaal geen trap op zetten. Maar hij zet er wel een trap op. Of wat? Ja. Ja. Hij doet eerst een groot blok. Daarop doet hij... Oh. Oh. Feline, welkom bij de Creative Crew. Nee, hij doet niet een slepje. Hij doet gewoon nog een blok op. Oh, het is gewoon een blok. Hij doet er gewoon nog een blok op. Ja, zeg. En dan een trapje, denk ik. Denk ik. Dankjewel, Luna, voor je donatie. Wanneer ga je weer We Were Here Forever doen? Ja, binnenkort ook alweer, denk ik. We zijn nu even helemaal into dit, hoor. Slepje. Wegslepje. Pardon. Zoiets moet het zijn. Volgens mij klopt dit. Maar het was niet heel duidelijk, hoor. Hij gaat ook best wel snel in zijn tutorial, heel eerlijk gezegd. Oh, maar we gaan nu wel beginnen met een roze blok. Oh nee, dat is gewoon, dat gebruikt hij als een soort van bouwblok. Even kijken, volgens mij had ik... Ik heb die roze, wordt gewoon een bouwblok. Ja, dat is een beetje een steun, zeg maar. Oh. Heb ik nou mijn trappetjes verkeerd om? Ja, hè? Ja, zeg! Mijn trappetjes moeten zo, zeker. Oh. Weet je, zet jij anders maar de tutorial aan. Ik volg wel mee met jou dan. Mijn telefoon... ligt naast Jessie en Jessie ligt te slapen. Ah, hij is in slaap gevallen. Het is heel schattig. Hij ligt echt, hij is gewoon knock-out. Dus ik kan gewoon mijn telefoon pakken. Ik ga even mijn telefoon pakken. Ja, doe dat. Ik ga proberen deze tutorial te volgen. Maar we krijgen dus zometeen zo'n kleur dak. Dit is wel de kleur die het dak gaat worden. Volgens mij is dat echt heel erg mooi. Je ziet hem daar op de grond ook. Roze! Ja, leuk hè? Ja, dit is echt super cute. Ja, het is wel moeilijk om te bouwen. Maar op zich valt het wel mee. Je moet alleen een beetje opletten. Maar hè? En goed tellen, hè? Oké, wacht. Zo'n blok, vierkant blok, trappetje. Zo'n blok, vierkant blok, trappetje. Zo'n blok, vierkant blok, trappetje. Oh ja, en dan haalt hij ze weer weg. Oké, kijk. Zo'n blok, vierkant blok, let op. Trappetje. Ja? Zo'n blok... Oh joh, af en toe is het zoveel nadenkwerk met dit spel. Vierkant blok, trappetje. Zo'n blok. Oeh, hij verdwijnt helemaal. Vierkant blok, trappetje. Maar dan haalt hij de roze blokken weg. Die heeft hij alleen maar gebruikt om op te bouwen. Oeh, maar dat wordt het dak. Dat wordt het dak. Dat wordt leuk. Ik ben net gekomen van mijn neefjes verjaardagsfeestje. Wat heb ik gemist? Heel veel. Dan moet je zeker eventjes terugkijken. Zo'n blok, vierkant, blok, trappetje. Zo'n blok, vierkant, blok, trappetje. Ja, maar je vergeet het niet meer. We gaan even kijken bij Emily. Dat de afspeelsnelheid is normaal. Oh, je hebt ook van die dakraampjes erin gezet. Oh, Emily, zo cute. Wat komt hier nog voor? Of moet je dat nog maken? Oh, dat komt nog. Oh. Hier moet je allemaal van die lantaarntjes en zo ook inhangen. Yeah. Oh! Oh, je woont natuurlijk gewoon in de paddenstoel. Oh! Oh, dit is leuk. Ga je er ook een heel klein haartje in doen met zo'n klein schoorsteentje bovenop de paddenstoel? Ja? Dat is wel echt heel cute. Oh, kijk! En je hebt uitzicht op vliegende Adinda. Woehoe! Nou, heel tof. Leuk ook dat deze ook in het rood zijn. Ik wist niet eens dat die er waren. Heel erg leuk. Ja, het wordt erg tof, Emily. Jeetje. Leuk. Nou, succes. Ik heb een uitgevoerd. Oh ja, nou uiteindelijk snap je altijd wel een beetje hoe die moeten, hè? Nou, knap van jou. Is echt goed gelukt. Erg leuk. Oeh, dat ziet er zo leuk uit, Emily. Zegt Ebru in de... Ebru, of denk ik. Oh my god, zo mooi en zo cute, Emily, zegt Aline. Ja, echt heel leuk, hè? Ik vind het er ook heel tof uitzien. Maar onze kasteel beginnen ook al echt heel vet te worden. En ik vind wat Rick heeft gebouwd echt wel leuk. Ik zal even kijken of we nog zo'n blok, vierkant blok, trappetje nog een keer gaan doen. Denk het wel. Zo'n blok, vierkant blok, trappetje. Oké, we gaan dat ook even hier uitvoeren. Kijken of ik dit begrijp hoor. Kijk, ik weet hem. Zo'n blok, vierkant blok, trappetje. Zo'n blok, vierkant blok, trappetje. Jullie vannacht allemaal... En
met z'n allen. Zo'n blok. Vierkant blok. Vierkant blok. Trappetje. Trappetje. Goed zo. Oké, wow. En dan weg met de roze blokken. Dan gaan we het nog een keertje doen. Want ik weet zeker dat jullie thuis niet goed hebben opgelet. Zo'n blok. Vierkant blok. Trappetje. Doe maar na. Zo'n blok. Vierkant blok. Trappetje. Het is zo warm. Zo'n blok. Vierkant blok. Trappetje. En slopen de roze blokjes. Nou, Emily, je hebt hem er helemaal in zitten. Kijk, mijn chat ook. Zo'n blok. Vierkant blok. Trappetje. Zo'n blok. Vierkant blok. Trappetje. Ja, de hele chat. De omschrijving van deze stream. Zo'n blok. Vierkant blok. Trappetje. 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 Jongens, maak vierkant. Zo'n blok. Vierkant blok. Trappetje. En niet zeggen hoor, we gaan ze doen hoor. Dan krijg ik zo meteen zo'n Dora-pruik op gefotoshopt. Daar word ik niet blij van hoor. Oké. Hey, wij zaten van tevoren. Nou, als we gewoon zo'n fotootje bekijken van hoe zo'n kasteel eruit ziet, dan kunnen we hem misschien wel zelf verzinnen. Maar ik denk toch dat we hier wel een beetje moeite mee hadden gehad. Ja. Kijk, Adinda heeft ander blok, vierkant blok, trappetje. Ander blok, vierkant blok, trappetje. Die had niet zo'n blok. Hey, Dora pruik. Mijn blokken zijn oké. Als jullie mij gaan editen met Dora pruik, dan wil ik ook Adinda met Dora pruik zien. Oh, wacht. Nee, ik ben Boots. Boots! Op de kaart, op de kaart, op de kaart. De kaart, op de kaart. Je brengt me op ideeën, zegt Zoe. Ja. Oh nee. Oh nee. Ja. Een tutorial les met Adinda en met Creachick. Oh, en Maris, ja. Dan zeg ik jou, noemen ze wel Adinda en dan mij Creachick. Dat is ook een beetje een rare combinatie. Maar nee, met Adinda en Maris. Dat is net zo goed als wiskundeles van Adinda en Maris. Maar het blijft plus, wel hangen. Plus min, plus keer min, min plik. Ja, plus, ja, min. Is iets. Niet weer. Nee, niet weer dit. Oh, we moeten zo, vierkant blok. Drie keer bovenop. Zo. Yeah, de abonnees gaan lekker, jongens. Lekker bezig. Allemaal oh, abonneren. Nu gaan we wel met de, met de roze blokken. Oh, heb je die punt bovenop ook al gemaakt? Ja. Oh, ik heb zoveel zin om die roze blokken erin te doen. Even kijken, in de hoekjes. Oh, jongens, jongens. Oké, zullen we dit gaan freestylen? Oh, kunnen we dit freestylen? Wat kunnen we doen dan? Ja, een beetje zoals hij het doet, maar dan hoef ik niet het hele tutorial te kijken. Hier komen we wel uit, toch? Oké. Kijk, hij doet hem zo. Ik denk het wel. Hij doet hem zo, doet hij hem nu hier en dan haalt hij dat weer weg. Dus als het nou weer een beetje... Hij moet gewoon een beetje in dezelfde vorm worden, denk ik, toch? Ja, we maken er gewoon een beetje ons eigen kasteel van. Maar ja, we moeten natuurlijk wel twee dezelfde torens hebben. Ja, precies. Oké. Wacht, ik kom aan jouw kant bouwen. Oh my... Nee, we're nee. All in this together. We bouwen een toren. We're all... Oh nee, krijgen we Disney copyright claim. Die willen we niet. Ik denk dat u nog eentje hoger moet. Denk je ook? Nog zo. Ik ga toch de tutorial spieken. Ja. Ja, nee, ik denk toch dat jij gelijk hebt. Want dan zie je dat hout ook. Ja, ik heb gelijk. Ja, dat denk ik ook. Dat lijkt me ook. Oh, nee. En dan moet hij hier waarschijnlijk weer zo. Kijk. Ja. Dit is hem. En dan hier waarschijnlijk weer die. Oh, doet niet goed. Oh. Oh, ik dacht hier nog zo. Nee, tutorial tijd. Tutorial. Oké, kijk jij de tutorial. Nee, kijk. Zo, nee. Hier komen we toch wel uit. 1 minuut later. Hoe moet ik de rest doen? Rick! Rick, we need your big brain. Is dat hoe die moet? Nee. Oh, je hebt niet gekeken? Jawel. Je zit te freestylen. Kijk. Nee. Zo. En zo. Oké, je kon me maar even helpen dan aan de andere kant. Anders moet ik ook de tutorial kijken, want ik snap er nu niks meer van. Die moet nog wel zo, die weet ik nog. Ja? Huh? Wat doe ik niet goed? Nee, ik doe het niet goed. Hè? Nee, wacht. Wacht. Ik wacht wel even tot het eind. Wel best moeilijk een tutorial volgen als je hem niet kijkt.
Jongen, jongen, ik zit dik in die blokken. Moet dit er nog bij? Zo'n blok. Vierkant blok. Trappetje. Help Maris. Stop. Maris, stop. Oh, sorry. Freestylen met Maris en Adinda. En vervolgens hoor je alleen maar... Oh, nee. Oké, ik ga wel voor de tutorial. Kijk, ik zal niet zwijgen. Oké, kijk. Zo is het. Zo zit hij. En dan hier zo'n trappetje. Ja, blok. Of een hekje. Trappetje. Zo. Dit is hem. Blok. Dit blok. Is hem. Oh, ik snap hem. Hij komt hier op een trappetje. Nee. Trappetje maar eens. Trappetje. Hè? Oh, je wacht. Nee, dan komt hier nog een blok. Knap hem, hoor. Dan komt hier nog een blok. Nee, niet een trappetje. Een blok. Nee, niet. Ja, dit is hem. En dan moeten we nog... even kijken, hoe heet dit roze? Crimson. Crimson. Kijk, daar hebben we ook een hek van. Even kijken, hoor. Tutorial. Waar is het hek? Waar is het? Oh ja, hier dan. Is dat zo. Dit? Gewoon het hek? Die komt er dan nog. Nee, ul. Dat is hem niet. Hij gebruikt een hele mooie. Hij gebruikt zo'n die ik net ook had voor dat hekje. Hoe heet dat? Hoe noem je dat? Dit. Een wall. To the window. To the wall. Zo. Oh, dat dansje is echt wel slecht. Hey, Adinda. Ja? Hij gebruikt zo'n wall. Huh? Weet je wat ik... Wat heb jij daar nu... Hè? Oh, jij hebt het gewoon ook met een trappetje gedaan. Oké, dan doe ik het ook gewoon met een trappetje. Ja, maar dat is het hekje. Dat is ook een hekje. Ik dacht dat hij het met zo'n wall onderdeel deed. Ja, maar het is hout. Dus dat is zeg maar same equivalent, maar dan... Oh, oké. Hoe doe jij de rest? Met steen heb je walls en... Steen. Blok. Met hout heb je hekjes. Blok. Mijn chat is heel erg... Ik lees de chat... Ik ben aan het concentreren. Ik ben moe, oké. Ik ben echt moe. Ik ben aan het concentreren. De chat vraagt echt... Mijn hele chat is vibe. Ah, oh, arme Dinda. Ze heeft de hele dag geklist, joh. Ga je daar het dak naar proberen te maken? Ga ik hier viben? Ja, ik ga wel proberen het dak te doen. Ga jij lekker viben? In mijn sauna van de kamer. Ja, okay. Oh, ook nog eens. Oké. Okay. Nou, ik ga wel druk dak bouwen. Komt goed. Had het net niet zo. Ik kom wel even kijken. Ja, we hebben echt hulp nodig. Ja, yeah, Rick komt meedansen. We hebben echt... Okay. Dat ga je kijken. Ja, natuurlijk. Oh, ik dacht je kon me helpen met het dak. Echt niet. Te moeilijk. Alright. Oeh. Yes. Nee, dit wordt crab hem, rave. Ik ben nog steeds aan het freestylen. Crab rave. Zeg, mute je crab rave. Maar eens even uitzetten. Zo. Yes. Die zet ze mij wel uit. Maar niet jezelf. Oh nee, ik iedereen ga eruit zetten. Iedereen in de chat. Let's go. Ik heb eigenlijk alleen nog reclame. Oh, wacht. Ja, ik ben er hoor. Oh. Ik ben ook aan het swipen, ik heb alleen geen muziek. Iedereen, zoals Jerry. Ja, Jerry, je komt precies op een moment. Adinda is aan het dansen. Weet je wat nog het mooiste is? Wij hebben ook geen muziek. Hij zat een stream muziek. Ze staat gewoon te dansen zonder muziek dat wij horen. Oh, wacht. Oh, nee, dat is mijn eigen schuld. Yeah! Ik had gewoon de audio uitstaan. Jerry die denkt ook. Die komt heel veel kijken. Kijk, hij denkt ook, ik ga weg. Het is echt raar volk hier. Oh. Ik ben een krab. Ik dacht, ik ga dit muten, maar ik laat het gewoon aan. Het is echt zo grappig. Als je geen idee hebt, kan je ook kijken. Die Jerry die denkt echt, wat is dit? Dit is de vleermuis. Dit was geniaal dit. Ja, dit was echt... als je geen idee had wat nu Adinda aan het doen was, was het een heel bijzonder tafereel hier. Jerry die snapt er ook nog steeds niks van. Die staat er echt... Ik voel me buitengesloten hier.
Nee hoor, ik sta gewoon te kijken wat jullie aan het doen zijn. Maar die toren zijn wel mooi. Ja, maar Dinda is op de stream aan het dansen. Maar ik heb haar niet gemute hier. En jij waarschijnlijk ook niet. Jij komt net aan en je hoort alleen maar... Woe! Yeah! Oh! Je moet maar even die link bekijken. Oh. Nou, ze heeft plezier. Ik ben me door dit dak aan het worstelen, maar ik kom er niet helemaal uit nog. Hij ziet er bij Adinda ook anders uit. Oh. Zie je dat? Hij ziet er bij Adinda anders uit. Zo. Weet je wat? Oh, nu ziet hij er bij Adinda hetzelfde uit. Oh my god. Opgelost. Zo. Dat was even een flinke workout. Oh, hallo. Hallo. Oh. Goed gevibed allemaal. Nou, ik weet het niet hoor. Ik kom er niet uit met het dak. Waar komen deze 60 mensen vandaan? Waar denk je? Even kijken. Waar denk je dat ze vandaan komen? Ja, zie. Oh ja, wel. Het is dus trap. Internet. Oh. Dit is hier een blok. Blok. Zweet. Alright. Ik ga wel verder met mijn trap. Heb je mijn trap gezien? Trap. Nee, en dan komen we hier. Oh ja, even. Fans. Hallo. Hoi. Ja, je staat weer aan. Hoi. Oké, en wat moet daar nog in het midden? Ik ga kijken. Een trap. Oké, ik ben eruit. Dit is hoe die moet. Dit is hem. Terwijl jij lekker hebt gesport. Gedaan. Je kunt hier nu nog rechtdoor naar. Ik ga hem nu. Maar ik moet hem nog vier keer bouwen. Hè? Nee. Oh man. Wij worden hier zo meteen helemaal pro in hoor. Maar dit is wel echt. Nee, maar ze zijn anders. Nou, maar dit is hoe die moet. Ik heb nu een paar keer die tutorial gekeken. Zo moet die echt. Nice. Weet zeker. Nee, wacht. Ja, doet het, hè? Ja. Zo moet die. En anders dan gaat hij gewoon vanaf nu zo. Hier moest ik ook nog iets op. Cool. Ja, die heeft hem niet gemaakt. Sanne die denkt, volgens mij is Adinda dronken. Nee hoor, dat is gewoon Adinda. Dit is gewoon Adinda. Adinda is moe. Ik heb geen alcohol nodig om dronken eruit te zien. Ik ben moe inderdaad. Dan lijk ik ook dronken. Ja, dat heb ik ook altijd. En als ik cola op heb. Dan heb ik dat effect ook. Kijk. Komt hij nu? Ja, hij is eigenlijk helemaal niet zo heel ingewikkeld. Maar je moet alleen even weten hoe die moet. Ja, dat zeg je natuurlijk nadat je hem gebouwd hebt. Ja. Maar je moet hem nog een paar keer doen, hè? Zeker weten dat hij zo moet? Ik zou hem even vergelijken met... Nou, hij bouwt het gewoon een beetje ingewikkeld in zijn tutorial. Daar ben ik te lui voor. Dus je moet wel zo. Dus een, Kijk, maar volgens mij is het gewoon dit, toch? En trappetje. Blok. En dan die. Boom! Hoppa! Big brain! Ja, big cola brain! Cola brain! Yay. Big cola brain! Yeah! Zo moet hij. Dit is hem. Oké. Het is blok. Er zijn twee trappetjes. Blok. Trappetje. Ja. Dan gaan we. Blok. Oh jongens, deze stream. Blok. Hoe moet je Minecraft omschrijven? Ja, zo'n blok. Blok. Ja, dat is het toch? Trappetje, blok. Blok. Nee. Dit wordt te hoog. Blok. Dit was volgens mij weer trappetje, toch? Trappetje. Jongens, ultieme zware concentratie hier. Blok. Blok. Trappetje. Ja, snappen jullie nog? Blok. Ik hoor echt alleen paaltje. Maar blok. Paaltje. Trappetje. Paaltje. Trappetje. Boom. Trappetje, blok. Oh man. Maar is dus blok aan het spelen. Iedereen. Yay. Mooi de blokjes. Dit is Duplo bouwen voor gevorderden. Het is gewoon blok. Trappetje. Blok, trappetje. Blok, trappetje. Blok, paaltje. Ja, dat is gewoon een blok. En dan een dit dak is serieus ingewikkeld hoor. Blok. Trappetje. Nee, je bent te hoog. Nee, hier deed ik het niet goed. Trappetje. Nee, je hebt het ook niet symmetrisch gedaan. Wat? Moet het hekje nou daaronder of daarboven? Ik vind dat het moet zoals ik het heb gedaan. Ja, maar je hebt het op twee verschillende manieren gedaan. Wat? Niet! Ja, kijk echt? Dan, kom hier van de vier kijken.
Oh, deze is inderdaad te hoog. Het gaat niet goed. Kijk, okay, kijk naar het middelste. Kijk vanaf hier naar het middelste hekje. Oh ja, dan moet hier eerst nog een blok. Blok. Oké. Okay. Dan paalt. Dus. Vind ik mooier. Oh god. Ja, oh ja, je hebt gelijk. Ja. Okay. Pro-duplo-bouwer. Ja, dat moet je hier wel voor zijn, inderdaad. Je moet wel pro-duplo-bouwer zijn. En die. Nou, het lijkt wel een beetje op duplo, oh, blok, toch? Blok, 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 blok. Ja, dat zijn vierkante blokken. Sowieso Lego met een survival... Nou, dan lijkt het op Minecraft. Optie. Ja, dan lijkt het op Minecraft. Maar zelfs dat doen we niet. Kijk, blok. Ik ga zo... Als dit dak erop zit, joh, dan ga ik heel even op adem komen. Trappetje, 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 trappetje. Blok. Ik zit echt in een sauna op dit moment. En daarna kom ik naar jouw huisje kijken. Ik ben nog steeds heel geconcentreerd bezig met mijn blok, 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 blok. Trappetje. Er is nog een blok. Trappetje. Blok. Trappetje. Blok, blok. Ja hoor, ik heb hem. Boom, boom, boom. Hatseflats. Ah, is niet goed. Het klinkt heel interessant daar. Oh, chips. Die moet hier nog. Pijltje moet hier. En dan trappetje. Ja, jongens. Oké, daar ben ik weer. Oké, blok, blok, trappetje. Moet dus ook in het liedje. Trappetje. Ja, die moet er ook in. Mijn dromen voortaan. Blok, 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 blok. Trappetje. Blok, 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 blok. Ander blok. Trappetje. Blok, blok, blok. Nou, ik vind hem goed zo. Mijn hersenen zijn gefrituurd. Ik kom je helpen. Ik weet hoe die moet. Blok. Ja. Blok. Trappetje, trappetje. Trappetje, trappetje. Oeh. Oh. Blok, 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 blok. Blok. Trap. Oeh. Trappetje, trappetje. Paaltje, paaltje. Bam! Oh, wauw, wat heb ik dat goed gedaan, zeg. Je bent vet goed bezig. Blok, 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 blok. Ja, ik heb hem nou 4 keer gebouwd. Blok. Nu weet ik hem. Trappetje, trappetje. Nee, we hebben nog een blok. Blok, blok. Nee, je moet nog een blok. Ja, maar hij heeft dat ook gewoon niet echt heel logisch en goed laten zien in die tutorial, als ik heel eerlijk ben. Want als hij het zo had gebouwd, laagje voor laagje, had ik het sneller begrepen. Ja, maar is niet waar. Erg. Is niet erg. Hop. Trappetje, trappetje erop. Kijk, jullie weten allemaal nu thuis hoe je dit dak moet bouwen. Blok. Trappetje, hekje, dingetje. Ja. Boom. Laat. Boom. Hey, zullen we kijken vanaf de ingang? Ja. Wee. Oh, Emily, ik kom ook zo kijken bij jouw huis. Maar eerst het moment van het aanzicht. Oh! Ja! Yeah, high five! High five! Lekker bezig. Oh, dat is wel echt heel erg gaaf. Het hekje klopt niet helemaal, zeggen ze. Maar dat is niet erg. Ja, maar ik vind wel dat deze trap nu iets breder moet. Hier. Wat? Mijn trap? Nee, nee, nee. Deze hier. Dit wat ik heb gebouwd. Ik vind dat dit nu wel... Maar mag je best doen als je wil. Om deze wat breder maken. Maar deze trap... Oh, die bloemetjes er ook langs. Waar kloppen de hekjes? Oh! Oh, wacht. Ik heb een idee. Hier moeten natuurlijk... Klink. Ja, ja, ja. Klink. Klink. En in het water moeten even die lampen... Oh, jongens, dit wordt toch mooi? Oh, wij zijn zo'n goed team met z'n allen. Ja. Dit is echt heel gaaf. Dat water ook hier. Waar komt het uit? Bloop. Geweldig. Ja, goed, zo, okay. Dit ook, dat dit dan zo uitsteekt en dan weer hier zo valt. Dat is zo leuk. Ja, dat is leuk, hè? Ja. Hey, goed bezig. Goed bezig. Goed bezig. Nee, dit is echt zo leuk. En we kunnen hier op de trap gewoon zo random tussendoor gewoon zo... Oh, wacht, het is een slap zeker. Oh nee, kijk. Boom. Van die lantaartjes. Ja, op sommige kan het wel, ja. Als je het niet te symmetrisch doet, dan is dat wel leuk, ja. Oké, nou ik laat jou het wel doen. Nee, 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 dat is hartstikke goed. Hey, niet! Oh nee, moet ik het hier nou ook weer beveiligen? Nee, ja, hier moet nog een hek, want dit is niet veilig. Dit is niet, niet goed... Maar ik denk dat deze wel gewoon leuk is zo. Tenzij je een leuke idee hebt hoor. Kijk. Dat is veilig. Ja, dat kan best. Dat is leuk.
Waar is het prettige cottagehuisje? Nou, dan heb je het begin van deze stream niet gekeken. Dan moet je de stream maar even terugkijken. Maris, nu zijn we een goed team. Maris zo meteen, oh, we zijn zo'n slecht team. Ja, waarschijnlijk. Even mijn broek goed doen hoor. Ja, Rick, dat was nog niet veilig. Nee, maar dit is wel echt heel tof. Zoveel beter dan die rechte trap die ik had gemaakt. Ja, maar... Ja, is wel leuk zo, hè? Dit is echt heel leuk. Oh, Emily. Heeft hij ook nog een kas hier? Oh. Oh, dit wordt zo leuk. Oh, je hebt hem gewoon opengebroken nu. Ja, je moet maar kijken boven. Ik wil bovenin. Je kan ook vragen of papa hier een lift wil maken. Dit is ook leuk. Nee, dat is niet schattig genoeg. Je zou die raampjes ook juist wit kunnen maken. Als ze dan weer stipjes worden. Oh, ik dacht dat kan daar naar buiten, maar... Oh ja, dat je de raampjes wit doet als soort van paddenstoelstipjes, zeg maar. Dat kan natuurlijk ook nog. Dat is ook misschien wel leuk. Maar dit is ook leuk, hoor. Hij is echt heel goed gelukt. Echt heel schattig. Heel leuk. Ja, dat is tof binnenkomen zo. En dan allemaal van die bomen zo eromheen nog straks, hè? Kabouter plophuisje. Heeft hij ook zo'n soort huisje? Ook zo'n paddenstoelenhuisje? Ja. Zo'n beetje wel. Nou, die van Kabouterplop is molliger. Ja, ik weet even niet zo goed hoe die eruit ziet. Ik krijg Efteling vibes, zegt Gijs. Ja, dat snap ik wel. Ja, mooi. Dit krijgt allemaal Efteling vibes. Dat perfect. Is wel het doel. Perfect. Oké, ik ga even kijken wat ze nog meer gaan doen. Doet je brein het nog? Nee. Hij gaat nu wat stukjes vervangen van wat we net om hebben zitten bouwen. Mijn brein staat op autopilot, maar it's okay. Het is oké. Okay. Oh, hij doet nog een rondom het dak. Slepjes? Mm-hmm. Nee, trapjes. Ja. Trapjes. Die leuke trapjes. Niet de chocolaatjes, maar de leuke trapjes. De spruce trapjes dan. De spruce trapjes. Die gaan hier nog op. Op de niet slap. Op de dubbel slap. De niet. Oh ja, de dubbel slap. Op de dubbel slap. Slap. Gewoon erop. Bam, bam, boom. En slap. Ja. Oké. Okay. Hey, kitten. Hoi, horse collector. Oh, en ze komen ook nog in de zijkantjes. En dan gaan we iets heel leuks doen. Oh, ze komen er helemaal... Ach. Ja, ze komen ook nog op de zijkantjes. Waarom doet hij dat niet gewoon meteen? Ja, dat weet ik dus ook niet. Maar nu gaan we wel iets leuks doen. Raar tutorial. Oké. Okay. Ja, en dat is? We gaan erin. Oh! Oh, maar hij gaat het versieren, of niet? Ja, we gaan het afwerken aan de binnenkant. Oh. Oh, hij doet gewoon wat barrels erin en zo. En de aankleding kunnen... Ja, dat is een beetje saai. Dat kunnen we gewoon later doen. En dan ja, gewoon... ja, wou ik net zeggen. De aankleding kunnen we zelf. Dat bedenken we zelf wel. Dit het plafond erin zetten, zo, dat kunnen we zelf wel bedenken, toch? Oké, okay, nou gaat hij jouw toren helemaal bouwen. Nou, die hebben we dus nu gedaan. Nu gaan we de binnenkant doen. Tussen onze torens in gaan we verbinden. We gaan de entree maken. Oh. Nou, dit is leuk. We gaan hier later wel allemaal lampjes neerzetten. Kijk, we gaan nu de entree bouwen. Maar hij gaat zo snel. Poep. Even kijken, even goed kijken jongens. Even 1 seconde. 2, 3. Neem aan dat we dit wit gaan gebruiken. Ik ga ook even de tutorial er weer bij pakken. Ja, hij gaat weer heel snel. Dan gaat het weer echt mega snel. Oké. Okay. Ja, dak. Oh, advertentie. 11 hoog. We gaan wit, deze. Oh. Dat? Ja. Deze. Die moeten we hier bouwen. 11 hoog. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En dan gaat het waarschijnlijk... 11. Oh, what? Wat doet hij? Kijk, wat doet hij nou? En dan gaan we dit. We gaan een hele entree bouwen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh ja, en dan gaat hij hier weer helemaal naar beneden. Kijk, hoppa. We gaan het helemaal verbinden aan elkaar. Dus dit wordt helemaal de entree. Jongens, dit echt... Hij doet dit in een uurtje, hè, in die tutorial. En wij zijn waarschijnlijk over een paar honderd jaar nog steeds niet klaar.
Die tutorial is ook een beetje opge... Ja, versneld. Gespeed. Ja. Versneld, zo heet dat. Hoi Maris, je kan achter het kasteel misschien een regenboog bouwen. Adinda. Ja. Oké, hij doet trouwens af en toe... had ik bedacht om dit blokje er tussendoor doe te doen. Dus dat je gewoon een beetje dat structuurtje wat je vorige keer zei, ja, weet dat wel? Vind ik mooier dan dat diorite dat hij gebruikt. Ja, dat vind ik lelijk. Ik had deze uitgekozen. Ik vond dit wel een mooie combinatie zo. Huh? Doet... Hij doet nog iets van een blokker op. Oh, hij zet ze voor dat... Oh, en hij vult hem ook nog op. Waarom doet hij dat dan niet meteen? No. Heb ik het niet goed gedaan? Nee, jawel. Hopla. Ik nam aan dat het op de blauwe lijn ging. Maar waar is de blauwe lijn dan voor nodig? Mijn parkiet kijkt mee. Ah, oh, gezellig, Anna. René die zegt, ja, regenboog. Boop, boop, boop. En Ben die vraagt naar de stoomtrein, maar dat is nog niet gemaakt. Wie weet ooit. Dat zou wel leuk zijn, maar wie weet ooit. Oké, okay, volgens mij moeten we het nu gaan opvullen. 1, 2, 3. 1, 2. En dan hier ook nog op. Maar waarschijnlijk gaat hij er ook weer wat anders mee doen. Maar hier komt zo meteen de entree. Oh, dat zit nu wel mooi in het midden. Hé. Daar komt de entreepoort van het kasteel. Oké, die bouwt hij even helemaal naar boven toe dicht. Alleen bij hem is het maar 4 breed, denk ik. Ja, oh wacht. Kijk. Zo, dit moet helemaal naar boven toe dicht. Maar daar hebben wij een trucje voor. Wacht. Zal ik het trucje doen? Zijn het er 2? Kijk, wij hebben dit. De gun. Surface. Deze. Die. Moet ik hem bij jou even doen? Je bent te laat. Ja, maar je hebt hem alleen niet goed gedaan. Ja, zeg. Met deze voorst had je niet moeten doen. Zo, hier. Ja, die moesten gewoon zo. Hè? Huh? Boom, boom. Oh. Oké. Okay. Toch? Nu is hij hetzelfde. Ja, got it. Ja, got lekker. It. Deze gun, jongen, is zo fijn. Wij gebruiken het voor zoveel dingen. Vooral die torens hier. Ik heb gewoon een ondergrondje gebouwd. En die gun erop gezet. Zo. Dus. Helemaal naar boven geschoten. Daar had je meteen die hele toren gebouwd. En dus voor de mensen die het dus willen weten. Die krijg je bij de Create Mod. Dat is dus wat Rick heeft geïnstalleerd om dingen te laten bewegen en zo. Daar zit deze dus ook bij. Ik zei, waarschijnlijk waren die mensen te lui om het elke keer helemaal zelf te bouwen. Oh, de voorste gaat toch wel helemaal dicht. Really? Really? Maar, oh no. Ah. Maar, oh no, ik heb het niet goed gedaan. Maar het, wat wel is, het gaat wel snel fout hoor, met deze tool. Je moet wel weten wat je ermee doet. Want anders gaat het niet goed. En je kan het niet ongedaan maken... Zullen we dan gewoon weer... Er is geen undo-knop. Nee, dus je moet wel weten wat je aan het doen bent. Want je kan er echt een rotzooi van maken. Of je hele gebouw in één keer kwijtraken en zo. Is je goed zo? De reden dat jullie die tutorial niet kunnen volgen... is omdat de tutorial voor pro-duplo-bouwers zijn. Ja, dat zal het wezen, denk ik. Wij zijn heel, heel goed in onze eigen fantasie bedenken. Maar... Oké, bovenop gaan we die houten blokken nog. Van die vier, maar dan die vierkantjes. Dus dan hadden we de spruce planks. Nee, de spruce log gebruiken we daarvoor, hè? Nee, daar hebben we wel de spruce planks voor, trouwens. Want die heb ik ook gebruikt bij de... Ja, deze moet erop. Kijk. Yeah. Oh, ik doe het met... Oké. Zelfde effect. Ja. Oh ja, nee, dat is prima. En dan komt daar tussenin, in het midden, op 5 hoog. Tot moeten we in het telt hij? Moeten we even van die trappetjes bouwen. Hey, terrortoontje. Dankjewel voor de euro. Let's go. Lekker bezig. Euro. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5. Kortz. Ik doe het wel. Oh, ze had hem al gepakt. 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Ja. Volgens mij moet hij daar, toch? Ja. Voor iedereen die moet slapen, wel trusten. Slaap lekker. Oh ja. Yeah. Oh, wat, okay, nu... wat zit hij nu allemaal te doen? Gaat allemaal heel snel. Hè? Oh, aan jouw kant...
Oh, volgens mij heeft hij het weer vervangen voor blokken of zo. Dat is wel, hij vervangt het ook gewoon de hele tijd. Maar ik snap het ook wel. Het is ook best wel moeilijk, denk ik, om zomaar gewoon even te bedenken wat je gewoon helemaal gaat bouwen. Volgens mij bouwt hij dit dan gewoon dicht. Hoezo? Vervangt hij hem? Nee, dat doet hij niet. Oh, doet hij dat toch niet? Nee. Zie ik het niet goed? Niet. Zit ik hem helemaal af te kraken voor nee, niks? Nee, is het nog steeds... Ik fix het wel. Ja, fix jij het eventjes. Dit wordt okay. Poort, jongens. Oh! Kom eens kijken vanaf hier. Krijg je hier echt symbolica vibes van. Dit is zo leuk. Wat maken jullie? Ja, een heel kasteel. We zijn hier nog wel even mee bezig. Als je kan zien wat er allemaal nog omheen komt. Dan willen we hem ook nog helemaal inrichten. Dat gaan we niet afkrijgen in één stream. Maar dan kunnen we in ieder geval wel een beetje zien hoe dit gaat worden. Want het is wel heel erg leuk. Volgende keer worden we hem vast af. Ja, het is echt gaaf, hè? Heb je al vanaf hier gekeken? Moet je kijken hoe leuk dat is. Het is echt, ik krijg er echt van die... Ah, ze is heel geconcentreerd. Oh, je gaat gewoon alweer verder. Ja, oh, nice. Wacht, en dan doet hij een slap zo. Heel geconcentreerd. Wat komt daaruit? Ik ben... Wat komt eruit het gat? Ziet er wel mooi uit. Welke texture pack is dit? Het staat in de omschrijving van deze stream, als het goed is. En anders in de vorige stream staat het er sowieso in. Ja, mooi, mooi, mooi. Ja, heel erg mooi. Ik vind het ook echt heel mooi. Ik heb de Sims Werewolf pack. Oh, tof. Wat? Kijk, cool. Ik kan niet zo goed bouwen zoals jullie. Nou, wij volgen hier gewoon een tutorial voor. Oh, hij zet het dicht met een slab. Maak het dicht met een slab. Slab het dicht. Slab het dicht. Slab het very dicht. En nu vult hij het ook gewoon op naar boven. Oh nee, niet met slabs. Niet met slabs. Dat, niet dat duurt al lang. Dat... Oh, oi, oi, oh. Adinda, bouw jij ons even de ingang. Dan ga ik even kijken. Ja, ik moet gewoon dit een beetje invullen nu. Oh ja. Ik zie nu het gedeelte inderdaad met dat gat. En dan slapt hij hem dicht. Bam. Oh. En dan erbovenop. Nou, dat heb je al gedaan. Weer hout. Oh, hij heeft het opgevuld met hout ertussenin trouwens. Dit moet hout zijn. Oh, zo. Bam. Nice. Lekker. Nou, wat textuur hier en daar doet hij dan. En dan gaan we beginnen aan... Oh. Oh, houten afwerking. Of stenen afwerking. Oké. Wacht. Zo, oké. Stairs. Daar zijn blok. We dan. Blok. Stairs. Zo klopt het. En dan gaan we hier, ja, dan gaan we hier de afwerking doen. Oeh, weer kasteelrandjes. Oh. Die vind ik echt leuk. Kasteelrandjes. Kasteelrandjes. Die zijn inderdaad echt heel mooi. Blok. Blok. Hij wisselt het ook af. Blok. Ja, hij is creatief met de blok. Niet zoveel bloktrap. Hij is inderdaad lekker. Ik mag geen Minecraft omdat ik al Sims 4 heb. Oh, maar dat is ook wel echt heel leuk hoor, Sims 4. Dat is ook leuk. Oeh, om te spelen. Nou, ik ben nu helemaal into de Minecraft, maar in Sims 4... Ja, in Sims 4 kan je ook veel bouwen. Zit hij goed zo? Ja, hè? Volgens mij wel. En dan moet er blok naast. Oh, jij gaat zo hard. Oké, nice. Jij bent zo goed bezig. Blok. En dan komen er vast, laat me raden. Ja hoor, van die kleine paaltjes onder. Oh, dat staat zo leuk. Kijk, hij klopt hier niet trouwens. Nee, wacht. Hij moet hier zo. Nu klopt hij. En hier moet nog een trap op. Hier. Is het zo? Zo. Ja, dat doet hij nu. Ja, en dan doet hij nu. En er zitten slabs ook op. Ja, oké. Beter. Hier doet hij nu dit. Dit is hem. Kijk van de voorkant. Dit. Yeah. En dat midden, hoe doet hij dat midden? Ja, niet. Dit moet weg. Oh. En dan zit er hier. Er zit een slab. Slab. Boep. Nee, een trap. Wel, trap. Zo moet hij. Ja, wel trap. Trapjes. Ja, en dan trap aan de onderkant ook. Kijk. Boom. Ja, die trapjes zitten hoger. Ja, die trappen zitten hoger. Zitten eigenlijk hier. Is dat niet goed? Nee, dat kan niet. Nee. Het zat goed. Iedereen zegt dit. Wat? Van die raampjes in de kasteeltorens. Ja, dat vind ik ook leuk. Dat heeft hij nog niet gemaakt. Oh, er maar zit een slab onder. Wacht. Ik denk wel dat we hier gewoon zo meteen in
het midden, zo van dit soort raampjes komen. Denk je ook niet? Kijk. Dat is tof, hè? Die gaan er zo meteen in. Maar die heeft hij nog niet gemaakt. Maar ik denk dat het ongeveer zoiets gaat worden. Je kan anders ook gewoon iets anders bedenken voor de ingang, hoor. Dan maken we het toch gewoon zoals wij het mooi vinden. Als we er niet uitkomen. Yeah. Dan zeggen we gewoon, maar dit was mooier. Dit was mooier. Kijk, doen we hier ook nog van dat steen omheen. Dan doen we die ook nog helemaal zo. Even een beetje mosterd ook weer tussendoor. Kijk, een beetje mos. Hier ook. Beetje oud al, hè. Wij hebben het ook makkelijker te zien. Oud kasteel. Kijk, trap, trap, boem, boem. Boem, boem. Kijk nou. Hoppa. Dit wordt superleuk. Nee, dit is niet leuk. Goed zo. Zo. Geconcentreerd bouwwerkjes vandaag. Zoiets, denk ik. Ik ben zo benieuwd als het af is. Ja, ik ook. Ik hoop dat het leuk wordt. Ik denk het wel. Ik denk dat het heel erg tof wordt. Zeker als je zo meteen er doorheen kan lopen. En alle licht erin hebt, die raampjes. Je kan nu al wel een beetje voor je zien hoe dat dan gaat worden. Maar wordt het echt superleuk. Zeker als er zometeen allemaal bomen zitten en heel veel van die lichtjes eromheen. Oh, en Emily, hoe leuk is jouw huis ook. Als je zo aankomt lopen, kan je hem gewoon al een beetje zien. Dit is zo leuk. Dit is echt precies hoe ik het voor me zag. Toen ik van de week om 3:00 s'nachts met Adinda dit aan het spelen was. Dat we zeiden, er moet een kasteel staan. Die berg stond er al. En we zeiden al, van als je hier aankomt lopen, dan moet daar gewoon een kasteel staan. Nou, ik ben ook echt heel blij dat we dat hebben gebouwd. Kijk dan, Emily. Kijk hoe dit eruit ziet. Kijk hoe leuk dat is als je nu zo aankomt. Dat wordt echt gaaf. Dat wordt echt heel erg gaaf. Ja, heel vet. Ik vind dat ook echt heel leuk. Ik heb het randje uitgevogeld. Oh, je bent eruit? Klopte die toch niet? Nee, het was te hoog. Met die slabs was te hoog. Oh, het ziet er zo vet uit. Het is zo cool. Ik zat even te kijken toen net vanaf beneden. Ik zag, dit was echt precies wat ik toen 's nachts bedacht had samen met jou. Zo van, daar moet een kasteel staan. En dat effect moet je dan hebben als je hier uitkomt van, what, waar ben ik? Dit geeft echt die vibe. We hebben het zo goed gemaakt. Kijk, je komt uit de tunnel. Ja, vooral omdat het dan zo fel ineens is. En dan moet je oog even wennen. En dan, ja, en dan, oh, een kasteel. Wow. Ja, echt heel tof. Oké, iedereen zit er nog in. Wacht eventjes hoor. Even donker maken. Niet schrikken. Ik zeg het even naar iedereen. We gaan het even donker maken. Even niet schrikken ook op de stream. De lampjes moeten even opstarten. Dat duurt altijd heel eventjes. Ons kasteel is natuurlijk nog helemaal donker. Daar zie je nog niet zoveel. Maar je ziet al wel dit. Oké, het is nog een beetje een spookkasteel. Maar het begint wel leuk te worden hoor. Dit begint al echt heel gezellig te worden. Maar er mogen nog wel heel veel lichten daar nog erin. Sowieso is onze stad in de nacht echt wel een bezichtiging waard. Moeten we de rest even laten zien? De color score. Ja? Ja. Hoe leuk ja, dat eruit ziet met licht. Kom, we gaan door de tunnel. Ja. Want echt alles is zo... Ja, het is echt... S'avonds is echt een vibe. Dit is zo mooi. Dan is het zo gezellig. Kijk, bijtjes die daar niet opgesloten zitten. Maar die het gewoon leuk hebben. Het wordt zo leuk. De bijtjes zijn heel gelukkig. Deze tunnel. Ik vind trouwens dat we meer grotten en tunnels moeten bouwen. Want dit was echt leuk om te doen. Ja. Kijk, en dan kom je in Cottagecore. En Cottagecore is ook echt heel leuk hoor, 's avonds. Het is zo gezellig verlicht. Oh. Oh. Dat is zo mooi. Mede-roze huis. Dat is trouwens, Attika die zit ook af en toe in. En die heeft hier een paard neergezet voor Adinda. Dus dit is... Oh, zij was het. Oh, ja, het is mijn paard. Ja, Attika heeft hem nog steeds vastgebonden aan je achtertuin. Rapunzel vibes. Ja, echt Rapunzel vibes. Yeah. Met alle lichtjes. Echt wel. Ik hou van al die lichtjes. We gaan helemaal lopen naar de vuurtoren. De vuurtoren hebben we expres ook feller verlicht gemaakt. Dus die is dus ook echt, als je vanaf hier kijkt. Ik ga even vliegen hoor. Als je vanaf hier kijkt. Kijk, dit is dus ook wat ik op de thumbnail heb gebruikt. Als je vanaf hier kijkt, zie je dat die vuurtoren gewoon net even wat feller licht geeft dan de rest. Ja, mooi hè? Ja. Dat hebben we goed gebouwd. Het lijkt op een sprookje, zeg je wel. Ja, echt hè? In de avond is het nog 10 keer zo mooi. Ja, dat vinden wij ook. We hebben vorige keer toen we 's nachts gingen spelen ook de
De hele tijd gewoon lekker gebouwd in de nacht. Oh, ik kom zo, vind echt kijken, wat leuk. De vibes. Maar ook hier hoor, ook hier is alles zo verlicht. 'S Avonds is het zo heel sfeervol en rustig is het 's avonds. Oh, die waterval is ook zo mooi. De koe zit er nog steeds in. Donker. Ja hoor. Zal ik hem slachten? Nee. Nee, zielig? De heilige koe. Niet de heilige koe. Die heilige koe die eeuwig aan het zwemmen is. Ja, het is echt heel mooi. Ah, dank jullie wel. Ja, ik vind het ook echt prachtig. Hier ook, die lampionnetjes die Rick zo heeft gebouwd. Het zijn ook trouwens weer allemaal andere onderdeeltjes. Hè? Want dit zijn eigenlijk gewoon van die gordijntjes. Die heeft hij er dan weer zo voor gehangen met zo'n lampje erin. Ah, ja, ja, ja. Geeft echt wel zo'n lampion-effectje. Smart. Ja, kijk nou. Kijk nou, het is zo mooi. Wel trots op wat we hebben gemaakt, hoor. Doen wij gewoon even. Nou, en dan hebben we natuurlijk Adinda. Adinda? Ja. Oh, huh? Ja. Wow, waar ben je? Wow, ja. Oh, hi, hallo. Dan hebben we natuurlijk ook nu Fantasy, maar daar hebben we nog niet zo mega veel lichtjes. Maar wel bij de waterval. Kijk die stad ook. Kijk ook hoe erg verlicht die stad is. Oh, we moeten naar de disco. Oh, disco, die hebben we ook verlicht nu. Want vorige keer kwamen we s'avonds, overdag was die disco vet leuk. Kwamen we s'avonds in die disco en het was wel een beetje, oh. Want we hadden geen lichtjes. Yeah. Dus was een beetje. Maar nu. Doe hem open. Doe hem open. Ik ga achter je aan. Da-da-da-da-da. We hebben er nog niet glowstones in gehad. Zo is hij helemaal. Respect, zeggen ze in de chat. Ik kan niet meer zeggen dan wauw. Ja, dat hebben wij ook bij de open yoga. Oh, zo mooi. Oh, en we hebben uiteindelijk die vogel aan het dansen gekregen. We gaan het demonstreren. Is iemand klaar voor de disco? Het is tijd voor disco. Zet de muziek aan. DJ! Woe! Yeah! Kijk, hij danst! Het is ons eindelijk gelukt! Woehoe! Ah, dankjewel, Melisje! Wauw, in de avond is zo mooi! Trots op jullie allemaal! Ah, lief! Nou, echt schattig. Maar zie, die doet het nog steeds niet. Dit is gewoon de. Dit ben ik op een feestje. Zo in een hoekje. Van, ik hoef niet te dansen hoor. Niet gezellig. Oh. We horen geen muziek. Ja, ik moest dat voor jullie vorige keer zachter zetten. Wacht, even kijken. Oh, yeah. Options. Dit is jullie tweede vibe moment. Hoor je het nu? Ah, maar kijk het plafond dan. Ja, dit is zo geweldig. Mooi. Geweldig. En het glittert ook als je hier rond beweegt. Kijk, ook het schaap ook. Jep. Die is nog steeds in rainbow. De enige. Emily komt ook voor het feestje. Ja, dit is heel tof zo. En hier ook hebben we het in de grond gedaan. Oh, en ik zal je beep laten zien. Want ik had het net over die lampjes die zo mooi zijn in de beep. Oh ja. Maar je hoort bij de beep hoor je ook deze muziek hoor. Want we hebben mega geluidsoverlast van deze discotheek. Een beetje geluidsoverlast, ja. Een beetje heel erg. Oh, jullie horen helemaal niks. Jullie horen geen muziek. Oh, huh? Kan dat nou? Oh, ja, maar ik hoor hem zelf, toch? Ik ben klaar hier. Oh, dus hoe kan het dat zij hem niet horen dan? Gezien. Wacht, ik ga eerst even kijken in de beep. Oh, het is cute. Kijk, zo is de beep dus in de avond. Even de beep laten zien met die hangende lampen. Ja, daarom, kijk. Nou zeg ik, ik krijg hier echt Harry Potter vibes van. Zo met al die lampjes die hier zo hangen en dat glas. Yes. En al die boekjes. Je muziek stond af. Is dat daarom? Je moet eventjes dit boekje... Nou, dat is de muziek van de game. Je moet even dit boek lezen. Ik denk dat je hem pas de volgende keer hoort. Want vorige keer... Lees het boekje. Oké, wacht. Maar dan krijg je toch ook muziek van de game? Ja, die jukebox heb ik al aanstaan. Ja, ik snap het ook niet. Oké, horen jullie hem nu? Kijk. Of niet? Wat? Een boekje. Oeh. Kijk wat een leuk boekje. Je kan hem lezen, terwijl hij op zijn ding zit. Laat me raden. Never gonna give you up! Mijn hele stream is gerickrolled nu. Never gonna let you down. Never gonna run around. Desert you. Ja, dank je. Leuk man. Thanks dat ik weer je dagboek mocht lezen. Echt superleuk. Ja, jammer dat jullie mij de muziek niet horen. Ik weet ook niet zo goed waarom dat is. Ik denk omdat ik hem vorige keer zo zacht moest zetten. Dat hij nu gewoon heel zacht staat.
Het is letterlijk alle songtekst. Meer weet. Echt? Ja. Heb je hem er helemaal? Johannes Ik heb hem gewoon. Ja, hoe gaat hij ook weer? Wacht, even beginnen. Vanaf het begin. We're no strangers to love. You know the rules. And so do I. A full commitment. A full commitment's what I'm thinking of. You wouldn't get this from any other guy. I just wanna tell you how I'm feeling. Gotta make you understand. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna run around. We hebben een beetje desert you. Ja, heb ik. Ik denk trouwens dat ik helemaal geen game audio heb. Hebben jullie de hele avond ook geen hak gehoord? Nou ja, het maakt verder ook niet uit. Niks gemist. Yeah. Niks, alleen behalve de... Hey, wist je trouwens al dat je hier een paard had in je biep op je bar al de hele avond? Ja, hij hing net ook. Ik zat zo dit te laten zien in mijn eigen tour. Zo, oh kijk, en hij stond gewoon buiten. Oh, en weet je nog vorige keer? Weet je nog vorige keer toen we bij de manege aan het kletsen waren? Toen was het toch een paard ontsnapt. Ja. En toen was hij meteen weg en we konden hem nooit meer vinden. Oh. That's him. Daar is hij. Dat is nu mijn bibliothecaresse. Ik zat dus zo uit te leggen van kijk, en dan pak je dus een drankje en een boekje en dan ga je hier zitten en dan ga je zitten lezen. En precies toen ik hier zat, liep dat paard daar binnen. Maar weet je en wat? En liep hij zo op de counter, op de lamp. Toen ik hier dus kwam, toen was je paard opgehangen. Dat was best creepy toen ik binnenkwam. Hing er een dood paard te bungelen aan het plafond. Maar hij leeft weer. Gaat goed, okay. Hè? Gaat goed. Niks aan de hand. Right. Oké. Okay. Nou, we gaan terug naar fantasy. Ja, bye paard. Ga terug aan het werk. Zo. Oh ja, Rick vraagt of het licht alweer aan mag. Ik weet niet, mijn chat vindt het leuk zo in deze vibe. Ik ben trouwens helemaal hier hoor. Hier. Oh, hi. Ja, ik ben er weer. Ik was trouwens alweer helemaal hier. Het begint hier ook al wat leuker verlicht te raken nu. Even kijken bij Jerry. Daar ging Jerry volgens mij. Wauw. Dit wordt ook al echt super mooi verlicht. Ik wilde heel veel kijken hoe dit eruit zag hoor, in het donker. En Jerry is heel hard aan het werk. Die rent van... Oh, kijk nou! Dit is allemaal af. Wat? Zo tof. Oh, dit wordt zo leuk. Oké, ik zal hem weer op het licht zetten, ja? Time set. Noon. Zo, ik doe weer gewoon normaal het licht aan, hoor. Hé, wordt tof. Zo, goedemorgen. Ja, sorry. Ik dacht, ik doe maar... Rick wilde graag het licht weer aan hebben, maar ik wilde heel veel op stream laten zien hoe leuk het eruit zag in het donker ook. Ja, dat is echt zo mooi. Hé, dit is ook echt leuk. Hij lukt goed. Ja. Is het goed te doen? Ik ben net overnieuw begonnen voor de helft, maar ja. Wat erg. Nou ja, wij hebben nu pas 2 torens af, dus bij ons schiet het echt helemaal niet op. Ja, nou, ik pas 1, zoals je ziet. Ja, nou, hij is wel echt heel erg leuk zo. Met dat weer zo'n skeletten ding eraan. Ja, op dat plaatje wat je stuurde zit het einde van een visnet. Maar dat zit niet in Minecraft. Je bent die echt van de foto. Ja, heel tof. Ja, die ben ik aan het nabouwen. Ja. Dat is leuk om te doen. Ja, echt heel gaaf. Ja, dat is leuk altijd. Dat deed ik dus in Planet Coaster ook. Ja. Heel tof. Dat is voor mij de eerste keer, maar ik vond het erg leuk. Ja, nou, het lukt zeer goed. Sowieso ziet het er in het licht of in het donker ook echt leuk uit. Maar dit bouwt al wat lekkerder, hè? Ja, dit is makkelijker bouwen. Wat zeg jij? Oh, Rick is bezig met een bruggetje of zo. Ik ga even kijken. Ja, heel tof. Ik ben ook wel benieuwd. Ja, ik ben ook benieuwd. Zij heeft het over een bruggetje of zo. Nou, wij zeiden net ook al, het is hier zo lekker ruim. Dat moeten wij ook echt proberen nu te doen. Ja, echo. Ja, ik denk dat Jerry hem niet op de koptelefoon heeft staan. Jerry, heb je koptelefoon op of niet? Ja, nou zeg wel. Ik, of niet? Ja, dan weet ik niet. Nee, ik hoor het nu ook niet. Net was er een echo, inderdaad. Ja, ik had mijn speakers nog aan. Vandaar. Ja, dat zei ik ook al. Dat komt waarschijnlijk daardoor. Maar de koptelefoon zweet zo. Maar dit wordt ook wel leuk. Het schiet alleen nog niet heel hard op, want dat dak was echt best wel ingewikkeld. En hij legt het op de tutorial, naar onze mening, niet goed genoeg uit. Heel moeilijk. Dus... Dan duurde het even voordat we hem begrepen. Maar het wordt wel tof.
Je moet maar even kijken vanaf de ingang hoe leuk dat al staat. Wee. Drinken. Ja, ga ik doen. Goed idee, hè? Even drinken. Hé, maar ik ga even bij Emily kijken. Want Emily die heeft super schattig gemaakt. Oh, even zwemmen. En kom maar aan. Oh, je hebt ook al een bankje. Oh, Emily, je bent zo lekker bezig, liever. Oh, dat is leuk zo. Met zo'n uitbouwtje. In mijn chat nog steeds. Never gonna give you up. Ja, bij mij ook. Oh, Emily heeft ook de never gonna give you up. Oh, een schattige keuken. Ja, dat is echt heel leuk, zo'n buitenkeukentje. Je moet alleen wel wat doen aan al die modder buiten. Maar dat fixen wij wel. Oh, wat? Oh. Kan je aan de kant of kunnen we kijken? Aan de kant! Oh! Wacht. Hallo, er zijn koepies. Je kan erin, maar dan ontsnappen ze. Ik heb hem weer op F5 gezet. Staan we weer zo schattig naast elkaar allemaal te kijken. Zo lekker. Door erin gebukt. Hebben die erop bij. Allemaal kijken. Kijken naar de lieve beetjes. En wat zien we? Lieve. We kunnen erin. Nee. Heel snel. No! Ik ben er lekker in. Dat is echt wel heel schattig zo in je huisje. Hebben ze ze hebben genoeg bloemen. Ze hebben alleen geen bijen dingetje. Oeh. Kijk. Even kijken. Een beehive heb je zo. Ik heb er een heleboel gepakt. Kijk. Kijk zo. Tussen de bijtjes. Kijk, dan kunnen ze daarin. Kijk. Bloep. Gaan ze daar meteen in. Gaan ze en dan heb je binnen een paar dagen hebben ze honing voor je gemaakt. Ja, hè? Kijk. Dus soms zie je ze helemaal niet. Dan zijn ze er allemaal in. Iemand vraagt hoe oud je bent. Emily is 11. Ja, een soort in oktober wordt ze 12. Ja, heel leuk. Oh, snel eruit. Ze zitten nu allemaal in die dingetjes. Ja, leuk hoor, Emily. Wordt gezellig. Heb je boven ook al gedaan? Oh, en hier een bankje. Ja, leuk. Hier ook iets moois bouwen. Besef hoe raar deze server eruit zou zien zonder shaders. ja, waarschijnlijk wel inderdaad, ja. Niet hetzelfde sowieso. Als nu. Ja, wordt heel leuk. Oeh, en een kasteel. Ja, tof, Emily. Lekker bezig, schat. Wordt echt heel mooi. Door het raam. Ja, ik ga ook elke keer weer boven je het raam weg. Oh, echt van heel boven tof. Ziet die trap er ook heel mooi uit. Ja, Rick heeft echt die trap mooi gemaakt. Dit is echt zoveel beter dan het rechte ding dat ik had gebouwd. Het enige wat ik vind, ik weet niet hoe jij daarover denkt, is dat ik wel nog misschien hier palen onder wil. Zodat het niet zo zweept. Vind je dat beetje ook? En dan echt een beetje van die stenige... Paaltje. Oh, jullie zijn ook hier dit aan het fixen. Oh, je moet het zometeen aan de andere kant nog een keer doen. Ja, je mag het ook anders doen hoor, want ik had hier maar wat gebouwd vanmiddag. Maar of dat leuk nee, is... Nee, ik heb wel een idee. Leuk. Ik wil er hier onderdoor iets doen, maar daar heb ik iets voor bedacht. Vergeet. Ja, wij gaan hier even een paal bouwen. Had ik misschien beter anders kunnen doen. Want ja, zullen we hem 4 breed doen? Ik kom er net niet bij. Oh, gewoon een 4 paar. Breed. Ja, ik weet niet. Is dat een paar dunne paaltjes. Is dat niet... Ja, dat is wel leuk. Dunne paaltjes. Oké, dunne paaltjes. En dan staat er ook een beetje het water. Ik dacht dikke pilaren. Maar nee, we doen dunne paaltjes. Oké. Het is wel... geen dikke pilaren. Check. Ja, goed dan. We doen dunne paaltjes. We zetten gewoon een heel... Zware trap op dunne paaltjes. Nee, oké. Okay. Als het maar... Gewoon op dunne paaltjes. Past, kan prima. Deze, zit hij zo goed? Kan ik ja, sowieso. Oh ja, het staat wel leuk. Het staat wel. Oh, nee. Dit in welke groep zit Emily dan? Emily zit nu in groep 7. Emily had vandaag de fietsexamen. Misschien wel als ik het zo doe. Oh, dan moet ik deze... Oh, ik moet deze ook zo doen, hè? En ze is geslaagd trouwens, voor de mensen die het willen weten. Geslaagd voor haar fietsexamen. Cute. Heb jij 2 palen of 3? Oh, ik doe het zo. Ik had er 2. Oh, jij doet het gewoon met de piep. We kunnen nog een derde doen. Ja, hier zo. Hier. Even een hele rij zo. Denk ik. Gaat dat leuk? Even kijken. Beetje bukken. Ja, ik vind het leuk. Nou, zo zijn wij dus lekker aan het bouwen. Gewoon met z'n allen. En soms dus tot diep in de nacht. En dan... Lekker aan het bemoeien met elkaars bouwwerkjes. En dan af en toe even lekker kijken. En... Wat? Wat zit je te doen? Hij is niet symmetrisch, maar het stoort niet, weet je. Het is gewoon... Nee, niet symmetrisch is niet erg. Dat is niet erg. Dat is niet erg. Kijk, wacht, ook wat die bloempjes eromheen. Ja. Oh,
Oh, meer aan die andere kant. Bloempies. Groeit helemaal. Groeit helemaal zo hier. Helemaal naar boven toe. Allemaal bloempjes. Zo even boem. Beschieten. Boem, boem. Doe het. Zet bloempjes. Nou doe het. Werk, oh, wacht. Ik heb de verkeerde. Ik heb geen. Hey, we maken het mooier. Hoe dan? Door de bloempjes aan toe te voegen. Ah. Oeh. Bloempjes. Oh, dat kan ik ook even doen. Gewoon doen met de... Ja, oh, dat is mooi. Dat ziet er vet leuk uit, bloempjes. Boem, boem. En jij doet alles weer met de gun natuurlijk. Niet. Doe van die raampjes in de kasteeltorens bovenin. Net zoals Emily haar paddenstoel heeft. Ja, ik weet niet of dat echt past bij dit kasteel. Dat is misschien net een beetje weer te modern, denk ik. Maar we gaan de aankleding allemaal laten. We gaan eerst even het grove bouwwerk. Daarvoor volgen we gewoon voor de tutorial. En zodra we die allemaal lekker door hebben dan, en dat hebben staan, dan wordt de rest ook wel heel mooi, denk ik. Dan komt de rest vanzelf wel. Ik zit trouwens even te kijken aan de andere kant. Gaan we helemaal een witte muur bouwen. Die moet 16 blokken hoog worden. Kom maar aan hoor, M. Even wachten hoor. Oké, wacht. Ik heb hier zin in. Wacht. Ik ga dit doen. Die. We gaan hier. Gaan we een helemaal... Deze gaan we 16 blokken hoog maken. Dan ga ik jullie laten zien hoe ik dat heb gedaan met die kasteeltoren. Hoe ik dat vet snel bouw. Oh, maar hier zitten geen bloemetjes. Want dan duurt het tenminste niet zo lang. Kan niet tegen. Kijk, die doen we zo. Pak mijn gun. Waar is mijn gun? Gun. En dan zetten we die op surface. Die moet hij gebruiken. Boom. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16 hoog moet die worden. Allemaal. Kijk hoeveel sneller dit gaat. Oh, ik hou echt zo van dit apparaat. Ik ben zo blij hiermee. Als ik dit allemaal met de hand op moeten bouwen, dan kwam dit kasteel echt nooit af. Boom. Boom, boom, boom. Maar je moet dus wel goed opletten. Helemaal omhoog gaan we hier. Dit is toch relaxed? Wie van jullie wist dit? Dat dit kon. Ik wist het ook alleen maar omdat Rick in één keer die mod had geïnstalleerd. Want anders zou ik er ook nooit op gekomen zijn. Maar echt absoluut. Absoluut een aanrader. Ja, dit gaat lekker snel zo, hè? Was het zat. Oh, ik ga de versierblokken doen. Ja, doe maar. Hij moest 16 hoog worden. En volgens mij moest hij gewoon helemaal. Oei, oei, oei. Oké, wacht. Dit moet ik weg. Die moet niet hier. Ik heb aan de andere kant. Boem, 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 boem. Ja, dit is echt zo ik fijn. Moet straks, ik moet maar is het niet gaan afsluiten. Het is alweer 10 uur. Ja joh, is goed hoor. Iemand vraagt, maar is dit niet cheaten? Ja, wat is cheaten? We zijn gewoon lekker aan het bouwen. I mean, we spelen in creative. We spelen creative. Dus er valt cheaten is het hele punt van creative. Ja, we spelen geen survival. Kijk, volgens mij moest die zo. Oh nee, wacht. Ik heb iets te veel gebouwd trouwens. Zie ik. Want je moet hier ook nog er doorheen kunnen. Even kijken hoor. Dan moet hier nog... 5 in het midden. Vrij. Dankjewel, Ixie. Hola, het ziet er goed uit. Hoe gaat het met kids? Dankjewel voor je donatie. Ja, gaat hartstikke goed. Gaat hartstikke goed. Zo moet hij. Dit moet er helemaal uit. Oeps. Oké, nou wacht. Dat doen we met wel al die met bloemen deze. Lijkt het net door een roosje. Ja. Dat klopt. Zo, als we die bloemen ook gaan spammen over het kasteel, wat waarschijnlijk gaat gebeuren. Ja, dat dan lijkt het inderdaad super, op een beetje op door een roosje kasteel. Ja, die zat natuurlijk ook helemaal onder dat begroeide, hè? Ja, ik heb hem niet helemaal goed gebouwd. Dit had niet gemoeten. Dus nu moet ik dit weer met de hand weghalen. Zie, dus dat is dan weer geen piet. Nu doe ik dit dan met de hand. Dat is dan wel jammer, ja. Ja, dat, ik ga afsluiten. Doe dat. Ik bouw nog wel een heel klein stukje verder. Oh ja. Nou, slaap lekker. Maak hem mooi. Ik maak hem heel mooi. We gaan volgende keer wel weer verder met de versiering en alles. Maar dat komt vast goed. Jazeker. We zijn een goed team. En de inrichting moet ook helemaal... Oeh! Er moet nog heel veel gebeuren. Ja, er moet nog heel veel gebeuren. Ja, geen slaap meer voor ons. Genoeg. Was gezellig. Yes. Bye bye. Bye bye. Doei. Tot de volgende keer. Doei. Doeg.
Ah, bye bye Kitta. Nou, we zijn wel ver gekomen met elkaar. Ze heeft me goed geholpen, want daardoor heb ik al een hele toren minder hoeven te bouwen. Dat scheelt echt super erg. Wat ook gaaf is, is om de Mario kasteel te bouwen. Wat een leuk idee inderdaad, ja. Nou, doei Kitta, zegt ze nog. Maar ik denk niet dat ze dat nog hoort. Ze is al weg. Ah, ja, was leuk. Nou, het wordt wel echt heel tof. Heel leuk. Ik ga heel even kijken bij Rick, hoor. Ik denk dat ik hem volgende keer gewoon weer verder ga bouwen. Ik denk dat ik ook niet al te lang meer doorga, hoor. Want jij moet ook zo slapen. Ben jij klaar met je huisje? Ja? Ah, oh, je wil maar papa laten zien. Ik ga ook even bij papa kijken. Oh, papa is ook dat water aan het doortrekken, of niet? Yes. Oh, pretty. Dat wordt zo mooi. Dit komt onder de grond, zeg maar. Dus dit zie je zo meteen niet. Maar dit is dan zo'n bruggetje waar het onderdoor komt, het water. Oh, ja, leuk. En dan kan je daar zo overheen lopen. Nee, ik wilde eigenlijk gewoon wat jij hier had gemaakt, gewoon doortrekken. Dat je het niet ziet, zeg maar. Dit komt onder de grond. Ja. Dus gewoon zo meteen komt dit er overheen. Ja, precies. Ik snap het. Gewoon, en dan gewoon wat natuur. Bloempjes en zo. Beetje wat van die steentjes ertussendoor. Ja. Hier en daar een slepje. Zo. Ja, ik dacht ook een beetje, dan was daar gewoon een trapje naar beneden. Het was nog open, het zag er wel leuk uit. Ja, maar ik wilde dus maak lampjes in het water, die zitten er volgens mij. Ik zie wel, Rick heeft daar lampjes aan gehangen. Nee, ik heb in het water nog geen... Ja, je hebt van die zeekomkommers. Die geven licht in het water. Die kunnen we wel even... Ja, die kunnen we wel even erin doen. Maar ze doen het niet altijd. En ik weet niet waarom dat is. Okay. Kijk, die doet het wel. Zie? Die heeft een kaarsje erop staan. Dus ik snap niet. Dat weten jullie vast. Jullie weten vast waarom dat is. Soms doet hij het niet. En soms doet hij het wel. Waarom is dat? Staat hij dan niet op de goede plek of zo? Of wat is er dan? Kijk. Want als ik het nu donker maak, dan geeft alleen die licht. Die. Kijk. Waarom is dat? Wie weet dat? Ik moet ook slapen, maar ik blijf hier doodstil zitten, zodat mijn papa niks zegt. Kijk, slim Juliette, dat deed ik vroeger ook altijd. Dat doet Emily ook altijd. Hé, hey, Marissa, ik moet het even kwijt. Ons hondje is afgelopen zondag aangereden. Zaterdag aangereden door een auto en ze is overleden. Ah, Sharona, wat erg. Heel veel sterkte. Dat was wel echt heel erg naar. Wanneer is je volgende stream? Waarschijnlijk volgende week weer. Ik vind Minecraft niet echt leuk, maar om dit tussendoor even te kijken is leuk. Ah, gelukkig. Nou, dat zei ik ook altijd, maar ik vind het toch wel leuk. Gaat Emily aan de binnenbare school of naar groep 8? Nee, ze gaat naar groep 8. Misschien kan je Emily nu wel aanzetten met geluid. Ja, nee, dan horen jullie een echo. Want Emily zit natuurlijk maar echt naast mij. Oké, wacht. Weet je wat ik nog wel in het water zou kunnen zetten wat misschien wel leuk is? Die blauwe lantaarntjes geven ook wel leuk. Doen we er gewoon een paar? Maar dan moet ik het wel even op donker zetten eigenlijk. Oké, wacht. Wacht even hoor. Niet schrikken. Time set. Midnight. Maak wat even donker. Duurt al teffen. Door deze shaders moet hij altijd even opstarten. Kijk. Daar komt hij al. Oh, zo mooi. Kijk, zie je dat de zeekomkommers dat alleen daar doen? Nee, nou, ze doen het nu allemaal. Oh nee, die behalve niet. Deze hier, ja. Maar deze hebben geen water. Kijk, nu wel. Oh, en deze dan nou ook. Zie je het? Ah, kijk. Hier is nog een vakje zonder water. Wil je die ook doen? Dan is dat inderdaad... Ah, kijk! We zijn eruit. Dat is waarom ze het soms doen. Ze had gewoon net een vakje niet goed gevuld met water. Ik heb nu ook gewoon maar een blauw lantaarntje erbij gezet. Maar die geeft gewoon echt bijna geen licht. Maar die geeft net wel even een schattig effectje zo in het water. Kijk. Oh, dat is leuk, hè? Ik vind het zo sfeervol in het donker. Echt heel leuk. Ik vind het vooral gewoon zo... Wat ik vooral heel leuk vind, is dat je het echt helemaal zo zelf kunt creëren. Gewoon echt zo blokje voor blokje. Ik hou heel erg van bouwgames. Dus eigenlijk had ik moeten weten dat Minecraft echt wel wat voor mij was. Maar ja, dit is leuk. Wat vinden jullie van de lichtjes zo? Goed gekeurd? In het water? Oh, die geven wel heel veel licht hoor, Emily. Dit vind ik niet zo mooi. Ja, papa doet er altijd eentje in de bodem. Hier, doe dan anders daar nog eentje in de bodem. Hier zo. Want dan, ja, dat is wel leuk. Kijk maar. Want dan verlicht hij de muur ook wat meer. Kijk maar. Ja, leuk hè? Ja, echt heel leuk. Oké, ik zet hem weer op dag. Oh. Oh, is hij leeg? Oh, tijd om te gaan slapen, Emily.
bedtijd. Tijd om te slapen. Ah, oh, liefje. Ja, kom. Of je heel even wil kijken naar Emily haar huisje. Even stoppen. Even kijken. Doe hier nog een klein paaltje bij. Hier nog een blokje bij. Nou. Wordt het gezellig? Of wordt het gezellig? Hier nog een paal erbij. Hé, je hebt zelfs die steentjes afgewisseld. Ja, Emily is echt goed bezig geweest. Oeh, kijk. Oeh, dat is mooi. Ah, oh, Rick krijgt ook even een rondleiding. Hallo. Ja, ze heeft het echt leuk gemaakt. Kunnen deze open? Ja. Kijk, waarom heb ik zoveel troep in mijn hand? Weet trouwens? Je, Emily, weet je dat je ze ook kunt verlengen? Kijk. Dan kan je wat ze voor? Dan kan je ze helemaal dicht doen als je wil. Kijk, en dan kan je hem ook helemaal open en dicht doen. Zie? Dus je kan hem ook wat langer maken als je wil. Wat wil je? Waar ben je? Ik wil even dit uit mijn andere hand. Ik weet niet eens waar die is. Oh ja. Dank je. Oké, ja, ik ben er weer. Ik denk voordat ik iets sloop in je huis. Oh! Doe je dat met F? Oh, kijk, weer wat geleerd. Hallo. Nou, ik wil graag wat eten als het mag. Eten? Wacht. Ik heb hier iets in zitten. Maar ik weet niet wat. Niks. Nee, net als gewoon thuis. Ik heb nog niks gekookt. Kijk, oké. Okay. Ik was taart aan het bouwen. Oh nee, geen water in mijn hand. Nee, maar is altijd als ik verdrietig ben, dan kijk ik naar je streams of naar die video's. Dan maak je me altijd vrolijk. Ah, dat is lief. Dank je wel. Oeh, dit ziet er leuk uit. Schattig. Oh, je hebt die andere stoeltjes gemaakt. Ja. Maar kijk nou. Ja, leuk. Ik heb het net allemaal al gezien. Ja, echt heel erg lief. Wat druppelt er zo? Oh. Elke keer als ik hier weer naartoe kom, dan denk ik... Oh, hey, die moeten we aan de onderkant doen van de trap. Ik zal even deze kant op gaan. Ik zal heel kort uitleggen, maar ik ga niet meer verder bouwen. Maar mijn brein doet het niet meer, zoals je door had. Er komt hier nog een hele hoge muur. Hier komt nog een toren. Maar er komt hier achter, hier zo, zometeen nog zo'n toren. Maar die wordt nog hoger. Die komt echt een beetje tot hier. Die wordt dan nog wat groter en nog wat meer versierd. Daar komt nog een toren. En daar dus, op al die hoekjes. Maar dit wordt echt zo'n kasteeltoren. Met gewoon zo'n... Weet je, gewoon zo'n normaal bovenkantje. Niet met zo'n paars torentje. Maar die anderen krijgen ook allemaal zo'n paars torentje. En dan komen er tussenin. Hier zo, in deze kant. En hier zo komt zo'n huisgedeelte. Met zo'n mooi roze puntdak erop. Dus dat komt nog helemaal daar. En dan komt er natuurlijk nog allemaal planten omheen. Net zoals hier. En allemaal van die bloemen. Die gaan we er helemaal omheen doen. Allemaal raampjes erin. Heel veel lampjes erin. Nou, dan wordt die volgens mij echt heel mooi. Dan wil ik wel... Kijk, ik heb hier nu even een plateau gebouwd. Het ziet er natuurlijk niet uit. Maar dit heb ik even gebouwd, zodat ik het kasteel kon maken. Ik ga hier nog die berg een beetje zo laten lopen tot aan daartoe. Zodat het helemaal mooi zo'n vorm heeft, zeg maar. Leuk, toch? Ja, dus even doorboren, Maris. Ja, ik ben nog wel even bezig. Je ziet hoe snel je het bouwt. Zelfs als je zo'n gun gebruikt, dan duurt het nog eigenlijk best wel lang... Ja, Emily moet gaan slapen voor mij. Oh. Het is nog best wel lang. Oeps. Ja. Het is al 9:50. Jij moet gaan slapen, lieve schat. Je mag eventjes een pyjamaatje. Vond je het wel leuk? Wil je nog heel eventjes hier? Kijk, wacht. Doen we hem even zo. Dan kunnen ze jou ook zien. Volgens mij. Oh, deze is helemaal vastgelopen in de tussentijd. Van. Zie je dat? En dan een beetje. Helemaal een beetje hakkelig ben ik nu. Oké, wacht. Niet weggaan. Ik ga niet weg. Ik doe heel veel mijn camera restart. Momentje. Ik ben er nog. Jullie horen me nog. Alleen mijn camera moet... Ik ben even no signal. Maar hij moet echt even opnieuw starten. Hij was helemaal gecrashed. Van de warmte. Van het lang aanstaan. Nu ben ik super wazig. Wacht. Ik heb manual focus vandaag, hè? Oh jee. Liefje? Wil jij mijn camera heel eventjes scherp stellen? Daar ben je altijd super goed in. Want, ik denk dat ik hem nu ook wel heb zo. Ik denk dat hij zo wel scherp genoeg is. Ja, zwarte podcast stream. Ja, hij hakkelt een beetje. Hij heeft het er helemaal zwaar mee. Ja, die game met al die textures eroverheen is gewoon helemaal zwaar. Maar ik dacht, ik ga zo zitten. Want dan kan je nog even in beeld doei zeggen. Daarvoor deed ik dit. Oh, was het leuk? Ja, kan je het vertellen? Ja. Ja, je hebt echt een mooi huisje gebouwd. Dat is echt heel tof. Nou moet je nog nadenken over wat je volgende keer gaat bouwen. Maar je mag gelijk op pyjama aan.
Mm, lekker. Kom je zo nog wat rustig zeggen? Ja. Ah, oké. Okay. Tot zo. Tot zo. Nou. Wat rust, Emily, zeg ze alvast. Waar zijn de katten? Ja, goede vraag. Sabi lag vandaag heel eventjes daar te slapen, maar die is weg, want die heeft het warm. Oh, die liggen buiten in de tuin. Ja, snap het ook wel. Die hebben het ook warm. Mijn kat is kopjes aan het geven tegen jullie. Ah, oh, dat is lief. Dat is schattig. Wanneer komt er weer een stream van We Were Here Forever? Ja, dat vroeg net iemand ook al. Ja, geen idee. Binnenkort. Ze heeft ook een top TikTok. Ah, oh, lief. Dankjewel. Ik ben zo terug. Even pleistertje halen. Oepsie. Annelien, wat heb je zitten doen? Wat doe je? Maris, het wordt echt super mooi. Je bent echt beter geworden, maar echt veel beter. Ah, dankjewel Alina, dat is lief. Nou ja, wat ik zeg, ik heb veel tutorials gevolgd en begint nu inmiddels wel een beetje door te krijgen. En we zijn ook lekker met elkaar, hè? Dus dat inspireert elkaar ook allemaal weer om lekker gewoon veel te gaan bouwen en leuke dingen te gaan maken. Zal ik trouwens even een muziekje aanzetten intussen? Hè? Even een gezellig muziekje. Kijk, dan hoop ik dat jullie die wel horen, maar denk het wel. Even een gezellig muziekje in de tussentijd. Wondje opengekrapt en het stopt niet met bloeden. Nee, heb ik er net gezelliger weer ingezet. Oh. Dus als het goed is, horen jullie nu een muziekje. Ik kijk dubbel. Ik hoor niks. Nee? Nee. Horen jullie niks? Maar ik zie hem hier bewegen. Ik hoor niks hoor. Hè? Huh? Hoe kan dat nou? Ik hoor niks. Ja, we horen hem, zegt Britt. Nou, ja, ik hoor hem wel, maar het is heel zacht. Oh, oké. Okay. Nou, ik kan hem harder zetten. Horen jullie hem nu harder? Is het beter? Jawel, ik hoor het wel. Het is gewoon heel zacht. Oh, hij stond gewoon heel zacht. Ja, het zat heel moeilijk inschatten. Nu hoor je hem. Oké. Okay. Zacht? Ja, nu hoor je hem gewoon redelijk. Gewoon oké. Oh, oké. Okay. Maar wel met mijn stem erbij. Ja, nu is het beter. Oké. Okay. Nou, ik dacht ik doe er even lekker gezellig muziekje bij. Want ik zit nu op een punt... Of ik ga verder streamen. En dan gaan we gewoon nog iets bouwen. Of ik ga stoppen. Eén van de twee. Ja, ik kan verder bouwen. Maar dan ga ik wel echt eventjes verder met het kasteel. Dus dan gaan we echt lekker even geconcentreerd. Even lekker bouwen. Of ik ga stoppen met de stream. En dan ga ik zelf verder bouwen. Ja? Ja, dat denk je dat ze gaan zeggen. Ja, nee, we mogen ze best kiezen. Maar ja, verder. Oké, wacht. Ik laat jullie wel van een poll doen. Maar het kan ook zijn dat de helft misschien wil gaan slapen of wil iets anders van wel gaan doen. Wat doen we? Chill, verder bouwen. Dan ga ik echt even geconcentreerd. Of gaan we lekker stoppen? En dan gaan we gewoon volgende keer weer verder. Wat wordt het? Want dan ga ik echt even die tutorial aan. Gaan we even lekker muziekje. Gaan we even geconcentreerd. Even lekker bouwen. Hier, moet je mij stemmen. Ik heb een poll gedaan in de chat. Dan kunnen jullie stemmen wat we gaan doen. Ook wel weer eens leuk. We hebben weer een keer een poll. Ga ik even wat water drinken? Oei. Ja, dan wordt het gewoon echt even... Ja, chill verder bouwen. Ja, oké. Okay. Woep, woep. Allemaal verder, zegt Carla. Ja, oké. Okay, nou, is goed. Maar dan gaan we gewoon inderdaad even lekker... Gewoon lekker muziekje aan. Even geconcentreerd. Verder bouwen en daarna een eilandtour. Nou, die tour heb ik in het begin al gedaan. Dus die kan je in het begin bekijken. Chill verder bouwen. Nou, oké. Okay, ik denk dat jullie duidelijk zijn. We gaan nog even verder bouwen. Oké. Okay. Sorry, Emily. We gaan nog even verder bouwen. We gaan even chill verder bouwen. Verder bouwen aan mijn enorme project... Mijn mega kasteel. Ben je helemaal klaar? Mm. Slaap lekker liever. Het was gezellig. Mm. Hey, hang trouwens even je koptelefoon aan de vader. Ja, oh, oké. Okay. Dag schatje. Je hebt echt een mooi huisje gemaakt. Was leuk. Nou, nu gaat ze echt slapen. Iedereen zei net al in de chat. Welterusten, Emily. Ah. Oh. Welterusten allemaal. Slaap lekker. Oké, okay, dan gaan we nu eens even verder. We gaan door tot 12 uur vannacht. We gaan Memory spelen tot 12 uur vannacht. Eindelijk weer een poll. Ja, dat was ook alweer een tijdje geleden, hè, Lisa. Vandaag is mijn puppy gekomen. Een boomerkruising met Shih Tzu en Malteser. Oh, lief. Puppies zijn zo lief. Ik moet er wel van door, dus ik kijk het morgen terug. Is goed, René. Doei, was gezellig. Ah, oh, jij bent zo lief tegen Emily. Love naar jullie. Ah, oh, ik doe even mijn oorbellen uit in de tussentijd. Want ik weet eigenlijk niet waarom ik die in heb. Dat was echt een slecht idee. Want dat zit helemaal niet lekker met een koptelefoon op. Waarom heet de server Kitta Chick Server? Rick heeft die toch gemaakt? Ja, nou,
Rick heeft hem gemaakt voor ons eigenlijk. Want wij wilden heel graag een Minecraft server. Dus dan had Rick die gemaakt voor ons. Zodat wij erop konden gaan bouwen met elkaar. Maar ja, inmiddels ging Rick het ook spelen. En hij had eerst niet gedacht dat hij dat ook nog wilde gaan doen. Maar hij vond het uiteindelijk toch wel leuk. Dit is ook weer echt totaal niet duidelijk hoe hoog dit dan ook weer is. Het staat heel goed te kijken hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hoog. Hij moet nu toch weer wel opgevuld worden. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hoog. Dus toen had Rick gewoon zoiets van, nou ja, het heet nog steeds een Kitten Chick Server. Maar Rick die vond het dus ineens toch leuk. In het begin zei hij, nee, ik ga geen Minecraft spelen. Dus waren Adinda en ik met z'n tweeën aan het spelen. Toen kwamen onze kindjes eruit. Nee, toen kwam uiteindelijk, zei ik tegen Rick, van, ik denk dat je het wel leuk vindt. Ik denk dat je het wel leuk vindt om dit te spelen. En toen kwam die één keer, oké, nou, ik wil het wel proberen. Ik vond het vet leuk. Sindsdien is hij helemaal Minecraft. Nou, echt, Rick speelt echt het meest, denk ik. Die zit altijd even, ik ga even Minecraft spelen. Die vindt het echt leuk. Maar is plus geconcentreerd is geen goede combinatie. Ja, jawel. Ik kan echt heel geconcentreerd zijn. Ik ben niet altijd chaos. Ik kan echt heel geconcentreerd zijn. Maar dan zeg ik vaak niet zoveel. 2, 3, 4, 5, 6. En ik vind voor een stream altijd een beetje saai als ik de hele tijd niks zeg. Zeg maar, dat vind ik niet. Dat. Maar dan ben ik super geconcentreerd. Ik kan het alleen niet allebei. Ik ben niet zo heel goed in multitasken. Dus, nu gaan we even paard erin dan. Dan gaan we nu even geconcentreerd hard bouwen. Een kasteel bouwen. Kijk. Het moet gewoon even een tof kasteel zijn. Dat Adinda hier volgende keer komt en dan denkt, oeh, nice. Dat ziet er leuk uit. Dat is tof. Daar gaan we voor. Welke doen we? De oaksters, denk ik. Ik denk dat we die gaan nemen. Gewoon lekker jezelf blijven praten. Wij luisteren wel mee. Ja, precies, Melissa. Er wordt gewoon lekker zo'n streampje. We gaan namelijk een trappetje bouwen. Jongens, het is een leuk trappetje. We hebben om en om trappetje. We hebben namelijk trappetje. Trappetje. Kijk nou. Zo creatief bedacht weer dit. Maar zit er hier op de hoek ook nog één? Ja, toch? Lekker chill, toch? Ja, lekker muziekje erbij. Lekker even hard. Oh, wacht. Ik doe het niet goed. In het midden. Wacht, ik moet heel even kijken hoe hij dat hoekjes doet. In het midden doet hij sowieso 3 witte blokken. Oké. Op de hoekjes moeten er ook nog eentje. Die komt daar zo. En die moet daar zo. Zou de muziek stiller mogen? Oh, staat hij nu toch weer te hard? Zo beter. Doen we hem zo? Die trappetjes waren op de beat van de muziek. Oh, echt waar? Oh, dat had ik niet eens door. Oké, wacht. Hij moet 3 uit het midden moeten er weg. En dan moeten witte blokjes worden. Zo. Nou, dan gok ik zomaar dat het aan de andere kant ook nodig is. Oké. Ja, 3 witte blokken. Dan gaan we aan de andere kant 3 witte blokken maken. Helemaal met een boogje. En opvullen. Oké. Hij heeft een hele aparte manier van bouwen. Wij bouwen toch echt wel heel anders. Maar oké. 3. Helemaal vol. Boom. Oké, next. Wat gaan we dan doen? Oh, die doen we aan de voorkant ook helemaal vol. Tot aan het deurtje. Ik zie zoveel heen en weer dat ik denk van, ik zou gewoon eerst één kant helemaal afmaken. En dan pas weer wat anders gaan doen. Maar oké. Het komt goed. Het wordt een mooi resultaat. Daar gaan we voor. Hoppa. Boom. Hoe kun je lid worden? Er staat gewoon een knopje hier beneden. Naast de abonneren knop staat een knopje lid worden. Als je die niet ziet, dan heb je waarschijnlijk een kinderaccount. Dan moet je eens even toestemming vragen aan je ouders. Of het kan soms zijn dat je op je laptop het net niet kan zien of op je telefoon niet. En dan moet je het even op een andere device proberen. Maar als het goed is, staat er naast de abonneren knop een lid worden knop. Buiten spelen nu nog, ik zou het niet doen. Nee, dat is wel een beetje laat inderdaad, ja. Dan moeten we gewoon lekker binnen blijven. Oké, trapjes. En dan nemen we een trapje van deze. En die doen we, boom, eronder. Oh, ik doe dat helemaal niet goed volgens mij. Dit doe ik helemaal niet goed. Wacht. Dit wordt geen steen. Dit wordt een zo eentje. Alleen hij gebruikt niet zulke mooie steentjes, to be honest. Wij hebben natuurlijk de texture pack, dus bij ons ziet het er heel anders uit.
mooier, vind ik. Maar er zijn de meningen over verdeeld, want sommige mensen vinden het niet mooier. Dus ook al ziet het er dan scherper uit, niet iedereen vindt dat per definitie mooier. Ik vind dat wel. Ik heb hem trouwens wel vandaag op 64 pixels gezet in plaats van op 128 pixels. Zodat hij het even iets beter trekt, want anders dan was hij voor jullie had hij het gewoon echt zwaar. Want hij had het echt zo heet ervan. Ziet er leuk uit, maar is. Dankjewel, Nienke. We gaan verder, we gaan verder. We gaan er gewoon een tof kasteel ervan maken. Oh, we gaan natuurlijk weer naar deze kant. Wacht even. Deze moet ik even meenemen. Zodat we hier ook de dingetjes gaan bouwen. Gaan we hier ook helemaal een kasteelmuurtje aan maken. En... doe het! Ja! Dat staat volgens mij wel echt heel tof. Leuk! Ik wou die texture pack ook downloaden, maar het lukte niet. Nou ja, je hebt er best wel een goede computer voor nodig, anders dan trekt hij het niet. Meestal crasht hij dan als je hem opstart. Dus als hij crashte, dan was dat het probleem. Dan weet je waardoor het komt. Oké, we gaan trapjes erop knallen. Trapjes. Nou, die moeten vast ook. Hier, wat denken jullie? Niet vallen. Niet vallen. Doen we hier. Boom. Zo. Leuk wordt dit. Oh jee, mijn laptop is ook zo erg. Ja, dan gaat hij niet. Ik denk dat er geen enkele laptop is die het echt trekt. Ja, jouw laptop trekt het wel, hè? Ja, maar dat is ook echt zo'n game laptop. Die is bijna net zo goed als Rick's. Deze tutorial is echt net zo ingewikkeld als mijn wiskundedocent. Ja, nou, het is vooral veel heen en weer. Ik bouw altijd meer aan één en dezelfde kant. En dan doe ik daar alles. En dan bouw ik het ook aan de andere kant. Maar ja, goed, maakt verder niet uit als dat zijn manier van bouwen is. Dus oké. Alleen, het is zoveel heen en weer. Kijk, nu ook, weet je wat? Doet hij ook weer... Oké, maar maakt niet uit. Maakt niet uit. Hij doet... trapje. Trapje. Dan haalt hij die weg. En dan doet hij trapje. Trapje. En voor de mensen denken van, waarom bouw je dan daar niet in één keer het trapje? Dat kan dus. Kijk, je kan hier niet... Dan plaatst hij hem ondersteboven. Dus als je hem... Oh, zo wil hebben, zoals hij hem net had zitten... Ik zeg trouwens wel hij. Ik weet eigenlijk niet eens of het een hij is. Misschien is het wel een zij. Dat natuurlijk ook. Dan moet je hem eerst ergens tegenaan plaatsen. Als je dat dan later weghaalt, dan kan dat gewoon. Maar je moet hem wel eerst even ergens tegenaan plaatsen. Daarom. Allemaal dingen die ik niet wist voordat ik dit ging spelen, overigens. Heeft Emily geen examens? Nee, Emily heeft geen examens. Je hebt wel CITO's trouwens. Dat wel. Maar dat heeft ze al, heeft er al een heleboel van gedaan. Maar Emily zit nog in groep 7. Slap, 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 slap. Slap, slap. Dan gaan we weer. Ik doe het niet goed. Slap. Slap, slap. Sterfst. Trappetje. Nee, die wordt wel heel hoog, denk ik. Slap, slap. Slap, slap. Trappetje. Trappetje. En dan... slap. Dat is hem. Dat is hem. Precies 666. Kijk, nee, nu zijn we te 669. Kreetje, Emily, jullie zijn super cute en mooi. En Rick, jij ook. Ah, dank jullie wel. Maris, ja, we gaan nu even heel chill en concentreren brouwen. 1 minuut later. Maris leest de hele chat. Ja, ik ga weer verder trouwens. We gaan bouwen. Trappetjes, trappetjes. Trappetjes, trappetjes. Ja, maar ik kan gewoon niet mijn mond houden. Dat vind ik gewoon ontzettend. Trappetjes, trappetjes. Oké, dan gaan we weer naar de andere kant. En dan gaan we dan weer hetzelfde zitten doen. Ja, gaan we hetzelfde bouwen aan de andere kant. Wacht, 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 wacht. Weten jullie trouwens, deze tutorial die ik volg, duurt 1 uur. Zeg ik dat goed? Ja, 1 uur en 4 minuten. Hoe lang denken jullie dat ik nu zit op de tutorial? Hoe lang denken jullie dat ik nu ben? Hoe ver in de tutorial? Doe maar een gok in de chat. Ik ben heel benieuwd. Hoeveel jullie denken dat ik nu ben. Slap, slap. Hey. Nog slap? Had ik er toch net 3? Trappetje. 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 20 minuten. 30 minuten. 19. Ik gok 20 minuutjes. Nou, ik zal jullie vertellen. Ik zal jullie vertellen. Ik heb nu... 11 minuten gevolgd van het tutorial. 11 minuten pas.
Erg, hè? Zoveel werk is het altijd om van die huisjes te bouwen. Even kijken. En hij heeft het natuurlijk ook versneld. Het is ook niet erg, hoor. Ik vind het ook niet... Hoe heb ik het nou gedaan? Gewoon een trappetje. Ja. Oh, ja. 11 minuutjes pas. Ja. Hij versnelt het. Dus hij is waarschijnlijk zelf ook een heleboel uur bezig geweest met het bouwen. Kijk, je moet het zo zien. Je koopt gewoon een vet groot Lego pakket bij de winkel. En je gaat vervolgens gewoon heel de tijd zitten kijken in je boekje. En van alles ermee zitten bouwen. En weet je wat, dan ben je ook al een heleboel aantal uren bezig. Voordat je het af hebt. Ik vind vooral die randjes allemaal heel moeilijk. Daar was ik zelf echt niet op gekomen om het zo te bouwen. Kijk, nu ook weer. We gaan nu weer wat doen, jongens. Oh, oké, wacht. We gaan hier. Zo. En dan. En dan. Zo. Oh my, oké. En dan. Hoe gaat die eerste? Wat doet hij daar nou? Oh, die doen we er gewoon zo tegenaan. Oké, dan gaan we hem helemaal zo rechtop bouwen. Oké, dat kunnen wij. Dat kunnen we. Dat hebben we vorige keer ook gedaan. Ja, het is wel heel mooi hoor. Hopelijk blijft het net zo mooi. Ja, tuurlijk. Oh, het wordt alleen maar mooier. Denk ik. Hoop ik. Even kijken, dan moet die ook even een paar keer heen en weer. Zo. Dus ja, als je het leuk vindt om snel iets te bouwen, dan denk ik niet dat Minecraft de game voor je is. Denk je wel? Nee. Je moet het wel leuk vinden om lekker lang bezig te zijn. Oké, wat doet hij in het midden? Je bent pas op 11 minuten bezig. Hoe lang duurt het? Ja, het duurt dus 1 uur en 4 minuten. En ik ben dus nu op 11 minuutjes. Dus nou, gok dat ik echt nog wel een uurtje of 4 bezig ben voordat ik mijn kasteel af heb. Maar ja, hij heeft het ook versneld. Dus dat is niet eerlijk. Oh, kijk. Oh, daar doet hij hetzelfde op. Dan doet hij een... Die in het midden. Dan een trappetje er... Maar dit wordt wel leuk hoor. Oh, ik zou jullie zo graag willen laten zien hoe het eruit komt zien als het af is. Ik ga er zomaar vanuit. Wat denken jullie? Dat het hier ook moet? Ik denk het wel. Nou zo. Zo. Zo zat. Toch? Ja, zo zit hij. Oké. Die kant op. En dan... Die kant op. Yo, yo, yo. Yes, nog 4 uur lang lijf. Nou, ik weet niet of ik het nog zo lang volhou, hoor. Het is warm hier. Ik zweet me helemaal de rambam. Had je nou drinken gehaald? Zei je dat nou? Toevallig ook voor mij? Nee. Heel lang stil. Zo. Ik moet gaan. Doei, Maaike. Stilgekoste riep bij... Ik kom terug van spullen opruimen. Marissa staat stil te kletsen. Stil, Annelien! Het is in ieder geval een heel stuk stiller en geconcentreerder, toch? Die erop. Die. Annelien, ben je ook aan het bouwen? In de tussentijd. Kijk! Dak! Boom! Ik heb een dak gebouwd. Oké, laat me alsjeblieft die roze blokken doen. Ik hou van die roze blokken bouwen. Want daar ben ik zo goed in. Maar, ik vind dat wel leuk om te doen. Oh nee, wacht, we doen eerst nog witte blokken in. Oh leuk, opvullen met witte blokjes. Oké, dat kan ik. Ik lig al in mijn bed en ik heb het echt bloedheet. Nou, ik snap het. Maar wij zijn ook niet zoveel gewend ook eigenlijk ook, hè. Dan hebben we het meteen helemaal heet. Zo vaak is het hier niet zo heel warm eigenlijk. Oké, het is een... Hij wordt nu iets minder. Veel. Dan nog minder veel. En dan boom. Oké, en dan moeten we af en toe even een structuursteentje ingooien. Voor de gezellig. Kijk. Zo moet hij. Dit is hem. Ja, die moeten we aan de andere kant ook gaan maken. Dus het boom, 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 boom. Boom, blok, 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 blok. Blok, 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 blok. Blok, 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 blok. Boom. Zo. Ook structuursteentje erdoor. Oké, gedaan. En dan doen we ook daar bij die kleintjes. Maar dan hele kleintjes maken. Piepelkleintjes. Boom, 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 boom. Ja, nou ja, dit is dus wel hoe mijn dagen de laatste tijd veel eruit zien. Dit. Hè? Rick? Dan zijn we samen aan het bouwen.
Nou ja, het was ook wel te zien. Ik bedoel, we hebben zo ontzettend veel gebouwd. Ik kan niet zeggen dat het niet zo is. Oké, we gaan een roze dak maken. Yeah. Trappetjes. Heel veel trappetjes. Oh, laten we nu toch de blokken die ik net heb gebouwd heb vervangen. Voor de roze blokken. Oké, wacht. Ik heb nodig die. En ik heb nodig trappetje. Kijk, ik zie vanaf hier. Zie je daar gewoon die molen? Kijk, die is daar gewoon nog steeds aan het ronddraaien. Dit is de eerste keer dat ik een live afkijk. Dat denk je, Cookie, maar we gaan nog 4 uur door. We gaan Memory spelen tot 12 uur vannacht. Doei, iedereen, voor die gaat slapen. Het duurt wel lang, maar dan heb je wel iets moois, Maris. Ja, toch? Wou ik zeggen. Dan ben je wel trots op, hoor, dat je dat helemaal hebt gemaakt. Even kijken, we gaan trappetjes doen. Let's go. Trappetje. Toen heeft hij dit blok toch weer vervangen voor een roze, want dat vond hij toch mooier. Ik snap het. Ja, ik ben zelf ook zo, hoor, als ik bouw. En als je een tutorial volgt, dan verwacht je toch niet helemaal dat ze dat weer vervangen of zo. Meestal doen ze dat ook niet. Maar hij wel. En maakt het ook uit. Moet ook gewoon kunnen. Alleen voor mij het dubbel werk ook. Oef. Oh no. Oké. Fixed. Trappetje. Laat me het. Oké. Okay. Oh nee. Oh jongens. The struggle is real. Mijn moeder die had me bijna door. Ik kijk stiekem. Oh, ga lekker slapen, joh. Weet je, ga lekker slapen. En dan kijk je de volgende keer terug hoe die geworden is. En dan denk je, oh leuk, ik heb niks gemist. Ja, is iets verder. Kijk je gewoon het laatste stukje later. Ga lekker slapen. Je mist helemaal niks. Trappetjes. Allemaal trappetjes. Lukt het maar eens? Ja. Een beetje prak in de hoekje. Oké, we gaan dakjes erop bouwen. Trappetjes erop. Trappetjes. Nog meer. Dit vind ik wel leuk. Ik ga hem gewoon helemaal vullen, ja? We gaan weer freestylen. Ik denk dat ik wel weet hoe die nu moet. Freestylen. Ik weet niet wat hier moet, maar ik doe hem gewoon zo. Freestyle dak. Maakt het eigenlijk ook niet uit. Het wordt ook een beetje mijn creatie. Toch? Moet kunnen. Boom. Nee, dat is niet goed. Dak. Geef me dak. Dak. Geef me meer dak. Dak. Nee, ik denk niet dat hij dit zo heeft gebouwd. Oef. Oh nee. Hij ruined it. Oh nee. Ruined it again. Oh, hoe had ik dit nu net? Ik had hier een groot blok. Oh nee, ik sloop alles. Oh nee. Oei. Ik ben lekker bezig, hoor. Ik maak alles kapot. Maar ja, het werd freestyle dak, hè? Dan krijg je dat. Ik ga stuk van het lachen, al die trappetjes. Sorry. Trappetjes. Ik heb er ook zoveel, hè? Ik weet ook niet hoe dit moet, hè? Ik heb ook de tutorial niet gekeken. Oké, ik ga toch de tutorial kijken. Ik ga toch kijken hoe hij het oplost. Hij maakt er hoekjes van. Ja. Hoekjes. Ja, ik dacht ook dat ik dat netjes deed. Oh, oké. Okay. Hij vult die hoekjes. Oké, okay, wacht. Ik weet het. Stop. Ik weet het. Hij doet die hoekjes wel even wat netter. Kijk, let op. Hij doet ze echt netjes. Deze kant op. Oh nee, niet vallen. Jongens, echt, het is echt zo moeilijk. Zie je dat ik nog steeds een beetje een noob ben in het bouwen? Kijk, hij doet hem die kant op. Hier zit gewoon niks. Kijk, ik moet niet zelf in. En hier doet hij hem die kant. En hieronder zit dan vast op. Nee, denk. Trappetje. Blok. Hopla. Dit is hem. Oké, volgende rij. Nu heb ik hem door. Ik blijf kijken tot het eind. Nee, je bent geen noob al, gelukkig. Nou, ben ik wel, want ik speel het nu pas 2 weekjes. Dus in principe ben ik nog een noob in Minecraft. Maar ik vind het wel echt heel erg leuk. Ik speel het wel met veel plezier. Ik vind het vooral ook heel gezellig dat we het zo lekker met z'n allen doen.
En dat Rick ook zo lekker meespeelt. En er zo lekker geconcentreerd mee bezig is. En Jerry ook van die toffe dingen komt maken. Echt heel leuk. Heel gezellig vind ik dat. Moet dit zo? Is dit hoe het moet? Ziet er zo raar uit. Nee, dit gaan we niet zo doen. Ik kan me niet voorstellen dat dit zo moet. Ik kan me niet voorstellen dat dit zo moet. Wacht, ik ga kijken wat hij doet, oké? Okay? Voordat ik weer zo vanzelf alles zit te bedenken. Hoe doet hij dit? Hij doet hem helemaal volmaken. In de laatste rij gaat... Oh. Huh? Huh? Oké, wacht. Slabberie slap. Geef me een slabberie slap. Waarschijnlijk doet hij dat zo. Boom. 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 Dat is hem. Dit is hem. Oeh, pretty. En dan die. Goed genoeg. Dit is hem. Dit is hem. Trappetjes. Dak. Oh, nog meer dak. Ja. Nou, dat is wat er in je brein omgaat als je dit aan het bouwen bent. Gewoon trappetjes, dak. Trappetjes, dak. Maar dat is het toch ook? Lekker. En daarna heb je helemaal geen zorg meer aan je hoofd. Dan denk je er nog maar aan. Trappetjes. Blok. Vierkant blok. Andere blok. Blok. Trap. Wat denk jij als je aan het bouwen bent? Ook dan? Oh, Rick denkt, is het al bijna klaar? Wat ben jij nu eigenlijk aan het doen? Heel duidelijk. Rick zegt, ik ben hier aan het maken. Die brug bij het water. Wacht, ik ga even kijken. Ik kom even kijken, goed? Water, weet je wel, waar ik net ook mee bezig was. Hoi. Hoi. Oh. Ja, oh, daar zie je helemaal niks meer van, inderdaad. Nee, alleen van de, als je er echt doorheen gaat of als je zo kijkt, leuk. Zeg maar. Ja, dat is inderdaad wel echt heel tof. En dan heb je hieronder zo, ja, leuk hoor. Kijk, hier kunnen we nog wel wat leuks doen natuurlijk, daar niet van, maar... Ja, nee, maar dat is toch tof? Ja, toch? Ja heel ik leuk. Moest het, ik moest het naar de andere kant krijgen, ja, ik vond het wel een leuke oplossing. Ja, dit is heel leuk. Het is ook wel gewoon leuk dat het water, dat je dat gewoon overal zo vandaan ziet komen. Niet overal gewoon als één riviertje. Kijk, hier moeten we het ook nog leuk aankleden hoor. Hier hebben we dat ook niet gedaan. Zetten jullie ook zo hard in de muziek? Wacht even. Bij mij staat hij nu heel hard. Dus ik weet niet hoe dat bij jullie zit. Verboden woord. Dan zou het heel vaak gezegd worden. Trappetjes. Ja, dan zou het echt 1000 keer gezegd worden. Voor de volgende keer als we Minecraft gaan spelen, willen ze waarschijnlijk een verboden woord. En dan wordt het of blok of trappetje. Wat wordt het dan? Wat gaan jullie dan kiezen? Ja, zo hard? Oké, hij stond bij mij ook echt heel hard. Dus ik heb hem nu toch weer gestaan op het eerste niveau. Wat? Nee, Annelien! Annelien heeft het verboden woord op... ingesteld trappetje. Kijk hoe vaak het gezegd is. Nou, dat zal heel veel zijn. Ja, waar ben jij? Hoi. Waar ben jij nou? Hier? Hallo. Oh, hey. Ja, ik heb dat 3D-geluid uitgezet. Want sommige mensen in de stream vonden dat vorige keer irritant. Dat je het helemaal zo rondom heel de tijd hoort. Dus ik heb nu het geluid gewoon op één geluid. Maar dan hoor ik dus niet meer of Rick nou onder me is of achter me staat of wat dan ook. Nope. Is Kitta er nog? Nee, die is lekker gaan slapen. Die was echt hartstikke moe vandaag. Dus die wilde maar Jerry is er nog wel, maken. Dan ga ik zo ook even kijken. Ik ga met je mee, kom. Hé, hey, maar dit ziet er leuk uit, hè? Ja, zo. Dit is geweldig. Dit is echt... Oh, dit had ik nog niet gezien. Kom eens hier staan. Want ik heb nu net dat dakstuk erop gebouwd. Maar moet je kijken hoe dat er dan in één keer al uitziet. Ja, dat ziet er echt heel tof uit. Ja, al die kleine veranderingetjes die zijn nog steeds gewoon echt al superleuk. Ja, en mooi hoor. Ja. Hé, waarom heeft dat andere ding geen raampje? Oh, ik had even gedaan. Iemand zei in de chat van, kijk hoe we die raampjes erin maken. Ik zeg, ja, dat doet hij waarschijnlijk pas aan het einde van zijn tutorial. Oh, okay. Maar er komen heel veel leuke raampjes in. Maar ander soort raampjes dan dit hoor wel. Er komen van die raampjes in met van die klapluikjes. Oké. Okay. Ja, maakt verder niet uit. Ik was gewoon even benieuwd. Ik maak hem weer even dicht, want het zit ook niet eens op de goede plek. Er komen sowieso hier en dan bijvoorbeeld daar nog eentje. En dan komen er van die klapluikjes omheen. Weet je, net als bij leuk. Zo'n boerderijtje. Ja, wordt natuurlijk heel fantasy-ig. Dus wordt ja, nee, dus... mooi. Rick, je klinkt zo hard, zeggen ze bij mij in de stream. Wat is dat zo?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je in één keer heel hard te horen omdat was. Ik mijn microfoon gewoon goed heb ingesteld waarschijnlijk. Maar je kunt me zachter zetten hoor. Oh, kijk, Adinda heeft daar van die glowstones in gezet. Kijk, Adinda heeft er al van die lichtjes in gemaakt. Oeh. Dat heeft ze er al in gezet. Oké, wacht. Ik ga Jerry weer even laten schrikken. Jerry denkt ook, wat? Helemaal zwart, alles. Ze wilde waarschijnlijk al weten hoe het eruit zou zien. Kijk. Oh. Mooi. En er komt nog zoveel meer lichtjes zo meteen bij. Allemaal lantaarntjes, maar inderdaad die glowstones al. Oh, dat ziet er leuk uit, zeg. Dit wordt zo mooi. Kijk ook daarachter, dat gedeelte van Jerry. Ja, ik heb het nog helemaal niet meer gezien sinds vanmiddag. Dus oh, je ik moet ben eigenlijk heel even in het donker ook komen kijken. Kom mee. Het is echt heel erg leuk. Hij is die ene foto aan het nabouwen. Die echte foto van de miniatuurhaven. Dat zie je in Minecraft zelf aan het doen. Ja, mooi hè? Ja, dat wordt echt heel leuk. Ik vind die lichtjes ook zo sfeervol. Yo! Harde werker. Hou het maar niet op joh. Deze bouwt door. Het is net een machine. Slavendrijvers. Ja, maar nee, ik niks, hè. Geheel vrijwillig, dit. Hup, ja, aan dit het is werk. Jerry de slaaf. Die wordt gewoon aan het werk gezet. Ja, maar het wordt zo mooi. Je kan ook niet stoppen, hè. Jij bent net zoals wij. Ja. En je hebt echt wel... Kijk eens even achter je. Kijk eens om je heen. Kijk hoeveel je gemaakt hebt vandaag. Ja, nou, gistermiddag en vandaag inderdaad. Het is echt bizar. Het is echt heel veel. Ik zal het even licht maken, trouwens. Wat je niet kan bouwen, hè? 14 uur. Niet normaal. Wordt wel tof, hoor, zo. Ja, het wordt echt heel gaaf. Echt heel tof. Lukt goed ook. Ja? Het lukt echt... Ja, het is goed te doen. Een soort legpuzzel is het, maar... Ja, dat snap ik. Ja, want het is natuurlijk nu ook in één keer heel anders. Maar het is wel een leuke uitdaging. Maar het is absoluut wel echt heel leuk. Past er goed bij. Oeh, kijk het kasteel op de achtergrond. Je kan hem, hij wordt ietsjes verder nu. Vanaf waar kan jij hem zien? Nee, ik kan hem nog niet zien. Maar ik echt dicht. Ja, nu kan ik hem zien. Tenminste, één toren. Nu helemaal. Cool. Nou, kan je nagaan als het zometeen helemaal vol is en af is hier. Ik vind het fantasy gedeelte wel echt heel leuk. Gaaf. Dit wordt wel echt heel erg leuk. En ik wil er eigenlijk nog een boot bij maken, zei ik vandaag al tegen Jerry. Dat we dan nog zo'n boot hebben waarbij die dan ook zo aan het schieten is. Dat Rick dan even iets maakt. Zo boek, boek, boek. Ook echt aan het... ik moet die kanonnen nog even bekijken trouwens. Ja, oh, die zijn leuk. Kanonnen. Kijk, die zijn echt heel erg leuk. Oh, geweldig. Ja, tof hè. Je kan er ook echt serieus gunpowder in doen. Het zijn ook echt kanonnen. Kijk, maar je kan er ook echt... Je kan ze animeren, dus dat wilden we nog aan jou vragen. Of je er niet iets mee kan doen, waardoor ze echt gaan schieten. Oh, Aline zegt respect voor jullie allemaal. Alleen maar zo mooi en zo leuk. Dankjewel, Aline. Oh, wat grappig, hè? Place books here to print a checklist for your schematic. Oh, en Jerry, iemand zegt dat doet me een beetje denken aan Frozen. Maar snap ik wel. Frozen? Hoezo? Het is gewoon een printer. Is het een printer? Ja. Ja, ik snap het wel. Door dat kasteel zo op de achtergrond en dan die bergen met dat water en dan die medieval-achtige bouwstijl. Ik snap het wel. Het is een Canon printer, denk ik dan. Is het een printer? Ja, het is een soort printer. Wat? Maar, dat is wel een hele goede aan Canon. En wat kan je dan doen? Je blokje printen? Nee, je kunt een boek maken. Weet je, net zoals Adinda heeft gedaan. En die kun je er dan in doen. Dat boek is dan een lijst met de spullen die je nodig hebt. En hij printt vervolgens... dan, maakt hij er een echt boek van? Ja, nee, volgens mij gooit hij dan je spullen gewoon ergens neer. Als ik het goed begrijp. Okay. Maar we kunnen even kijken. Hier, druk eens op E. Dan ga ik even bij de loopweg, goed? Wat moet ik doen op E? En dan zoek je even op Canon. Ja. En als je dan Shift inhoudt, dan staat erbij wat het doet. Oh. Shoot blocks to recreate a deployed... Waarom moet ik het lezen? Lees jij het? Oh, ja, precies. Ja. Als je op de rechter, of als je op dat ding klikt, dan krijg je de interface. Vet grappig.
En dan kun je dus een checklist maken. Ze willen een demonstratie. Melissa wil een demonstratie. Ja, ik weet niet hoe het werkt. Nee, ik ook niet. Oh, het is gewoon een beetje... Ilke die zegt, we krijgen er een beetje Peter Pan vibes van. Ja, maar het is ook piraten, dus ja, duh. Ja, snap ik. Nou, dan heb je het goed gedaan, Jerry. Ja, ik moet alleen Peter Pan vibes, Frozen vibes, oftewel Disney vibes. Disney. Gewoon Disney. Dat is goed. Heel goed. Alom. Ja. Dat is goed. Ja, dat zijn allemaal alleen maar complimenten. Superleuk. Ja, maar het is ook echt heel leuk. Was ook leuk om te maken volgens mij ook allemaal dit. Zeker. Ja. Maar je doet, normaal speelt Jerry altijd survival. Je speelt eigenlijk nooit creative, toch? Nee, dit is echt voor het eerst. Dit is voor het eerst. Ja, ja, leuk hoor. Ik denk dat je een talentje hebt ontdekt. Dat wordt toch meer creative voor jou, denk ik. Het scheelt sowieso een hoop zoeken, ja. En verzamelen. Ja, en verzamelen en craften. En absoluut. Pirates of the Caribbean. Oké, dan gaan we hier. Nog meer Disney. Jack Sparrow loopjes doen. Ja, alle Disney liedjes. Oh ja, als, oh, we worden als er één partij is die het ergste is met copyright ja, dan ja, Disney. Ja, ja, Disney is helemaal niet blij met onze stream. Kijk, je moet hier ook even kijken. Waar ben je, Rick? Deze. Hallo. Hallo. Dit is de kamer van Jack Sparrow op de Black Pearl. Ah, oh, dat is tof leuk, hoor. Hè? Ja. Ik vind dit ding ook zo leuk. Ik heb die helemaal nog niet gezien. Deze. Die is zo tof. Die matcht zo goed hier. Kapot. Het maakt niet uit wat voor een vibe het is. Het is gewoon een vibe. Ja. Nou, diepe teksten. Ik ben het er helemaal mee eens. Why is the rum always gone? Where's my rum? Ja, misschien hier. Barrels full with rum. Hey Moonlight, alweer 3 maanden lekker. Oh, wow, dat was even het verkeerde knopje, sorry. Alweer 3 maanden lid, ja, superleuk. Leuk dat je alweer 3 maanden lid bent. Sorry voor de herrie, jongens. Ik deed hem even op speaker, dat ging niet helemaal goed. Kijk deze gozer. Ga terug naar boven. Dit plaatje. Wacht. Wat? Geniaal. Waar is Rick? Oh, hij is bij de vlag, denk ik. Oh, ja, had je die nog niet gezien? Nee. Kijk, dit is de piratenvlag. Oh. Dat is weer mijn grote vriend van de bakkerij. Ja, maar echt, een goede klant. Is dit van Grim Fandango? Of is dat gewoon echt uit de game? Where's the bloody rum? En weet je wat leuke details zijn? Want die heeft toegevoegd. Hij heeft hier in het kraaiennest bijvoorbeeld. Heeft hij van die kistjes gemaakt. Kijk, en daar zitten dus ook van die spyglasses in. Zodat je die, ik zal hem even gewoon zo pakken, uit het kistje kan pakken. En dan kan je hier vanuit het kraaiennest kijken wat er allemaal te zien is. Zoals daar. Oeh, dat ziet er niet best uit. Maar ook, oeh, oh, je kan zo meteen gewoon hier zo naar het kasteel kijken als hij af is. Ja, precies. Oh, en je ziet ook Emily de paddenstoelen dak er net bovenuit steken. Oh, en dit huisje ook zo leuk. Kijk, ja, dan kan je dat gewoon zo bekijken. Ja, leuk hè. Leuke details vind ik dat. Hallo. Oeh. Hoi. Hallo. Hoi. Hoi. Hallo. Are you looking at me? Yeah, yeah, I'm looking at you. You're looking very good. Very good, very nice. Beep, beep. Ja, heel mooi hè. Wow, ik kom nu pas binnen, want ik had een feestje. Kijk hoe vaak het verboden woord is gezegd. Ik heb nu echt 1000 vragen. Nou, dat is minder veel vragen dan dat ik het verboden woord heb gezegd. Ja, nee, we zijn een kasteel aan het bouwen daarachter. En ik heb heel vaak trappetje gezegd. En ik wist niet dat het een verboden woord was. Het was het ineens. Maak een Elsa ijspaleis. Ja, dan word ik echt aangeklaagd door Disney waarschijnlijk. Maar heel leuk. Maar hij wil dus ook nog allemaal van die piratenhuisjes ook nog zo hier rondom hebben en zo. Het is ook zo'n mooi stuk ook hier met dat strandje. En dan deze grote open zee. Het is echt zo'n prachtig stuk land hier eigenlijk. Dat hadden we echt niet beter kunnen uitzoeken. Het is echt perfect. Maak van die berg daarachter een vulkaan. Ja, welke die? Leuk. Nee, want daar staat... Wat, hoe ver loopt nee, dat zeg maar nee, zo daar meteen staat nog door? Nee, daar staat het kasteel naast. Dat gaat niet goed, denk ik. Oei. Ik dacht dat je verder ging werken. Oh ja, dat was ook zo. Ja, nou sta ik hier te kleppen. Ik ging nog even geconcentreerd hard doorbouwen eigenlijk. Maar dat wordt zondag, denk ik. Maar ik moest even tegen Jerry zeggen dat hij niet zo hard moest werken. Nee, ik hoorde je ook dat ik moet stoppen.
Ja, oh, oh ja, kijk, Jerry die gaat zo meteen ook stoppen. Ja, je hebt de hele dag gespeeld. Oh, kijk, ja. hier wordt het ook al helemaal leuk. Echt tof dat je overal zo naar binnen kan. Ja, en dan zie je hier zo die boot. Echt. Ik ga nog even bij je andere huis kijken. Superleuk. Yes. Ja, die is ook leuk. Die is ook heel gezellig. Ja, echt heel gezellig allemaal. Wanneer ga je stoppen? Ja, ik wilde eigenlijk... Ik ga Jerry even gedag zeggen. Doei Jerry, ik ga nog heel verder met mijn kasteel en dan ga ik ook stoppen. Oké. Okay. Was gezellig. Yes. We zijn echt lekker bezig geweest. Ik tot de volgende keer. Ik kom kijken naar je kasteel. Ik ben heel benieuwd. Ja, het is nu nog niet zo heel erg spannend, maar hij komt een keer af. En dan wordt hij heel leuk, hoop ik. Ik doe mijn best. Hey, bye bye. Slaap lekker. Jullie ook. Doei. Thanks. Nou, onze sociale server. Zo gezellig hier. Oké, okay, we gaan weer verder. We gaan verder met bouwen. Voor de mensen die naar binnen komen vallen, zijn bezig met een kasteel aan het bouwen. Ik was net bezig met Adinda om dit te bouwen. Adinda is gestopt inmiddels. Dus ik ga hem nu verder afmaken. We zijn nu hier. Emily heeft die gebouwd. Mushroom huisje. Nou, ik vind het echt dat die heel leuk heeft gemaakt. We gaan even verder, want zoals je kan zien op de grond... heb ik nog heel veel te doen voordat dit klaar is. Ik ben echt nog wel even bezig. Oh ja, en ik was bezig met dat dak. Ik was nog hier. Hier was ik geconcentreerd bezig. Maar toen werd ik afgeleid. Misschien hebben jullie toch gelijk. Misschien werk ik toch niet zo mega geconcentreerd. Maar soms wel. Kan het soms wel. Ik ben niet altijd kapitein chaot. Niet altijd. Oké, misschien. Oh nee. Waarom is die torens maken zo moeilijk? Ga vliegen. Echt, die toren zijn echt... zo hoog. Ik zag iemand die had gereageerd onder die video van deze tutorial. Die zei, ja, ik probeerde te bouwen in survival. Maar die vond het toch wel een beetje moeilijk. Nou, ik snap het. Want als je dan van die hoge torens naar beneden valt, dan ben je dus gewoon hartstikke dood. Ja, Jerry die gaat stoppen. Wat verstandig. Ik niet. Ik wil het afkrijgen. Ik wil mijn kasteel afkrijgen. Nee, dat denk ik ook niet dat me dat gaat lukken, nee. Iedereen die gaat slapen, wel te rusten. Slaap lekker. Wij gaan ook zo stoppen, hoor. Ik vind ook dat we niet al te lang meer door moeten gaan voor mezelf. Maar ik ben ook zo langzaam in dit dak. En mijn computer begint het ook helemaal heet te krijgen. Dus ik begin het helemaal langzaam te worden. Dat is wel, normaal trek mijn computer het iets beter. Maar nu ik ook nog zo stream in de tussentijd, vind mijn computer natuurlijk best wel zwaar. En het is warm. Dat doet nu heel veel dingen tegelijkertijd. En die hele zware texture pack. En hij heeft even een beetje zwaar mee. Dus jullie denken, waarom is het niet zo snel? Nou, dat komt nu vooral daardoor. Daar heb ik normaal minder last van. Oké, wat doet hij hier bovenop? Kleine... Oh, hij doet dat gewoon zo. Kijk, boem, 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 boem. En dan heeft hij een heel kastelig trapje. Dakje. Trappetje. Daar is hij weer. Trappetje. Boem. Oh, dat is leuk. Oh, dat ga ik hier ook doen in plaats van wat ik hier nu op zit te doen. Weg ermee. Dan doen we die ook zo. Boem, boem, boem. Tada! Oh, kijk nou. Oh, zo leuk. Wow, er is en ik kom erin en ik merk dat je iets te vaak het verboden woord zegt. Ook als 10. Nee, het valt mee. Annelien, haal het weg. Annelien, niet verboden woord. Ik heb niet verboden woord gezegd. Nou, ik ga er weer vandoor. Veel succes met bouwen. Wat rust iedereen. Wat rust de cupsoep. Leuk dat je er was. Gezellig. Ja, rondleiding heb ik gedaan aan het begin van de stream. Dus moet je maar even terugkijken. Deze stream blijft gewoon online staan. Dus je kan het altijd nog kijken. Oké, okay, nou. Dan zit het dak helemaal dicht. Heb ik dat aan deze kant ook al zo? Nee, ik moet deze nog even doen. Dan hebben we hier het dak dan helemaal af. Nice. Adinda gaat zo blij zijn. Weet je waar ik vooral heel veel zin in heb? Om zo meteen de lampjes erin te hangen. En lekker allemaal van die raampjes. Oh, ik mag raampjes maken. Yeah. Oké. Zullen we gaan voor... Ik ga Adinda blij maken. Zullen we gaan voor paars glas? Dan gaat ze zo blij met mij zijn. We mogen aan de voorkant. Ik denk dat dat wel heel tof gaat staan hierbij. We gaan. 1, 2... Zit te kijken, heb ik nou net mijn dingetje niet hoog genoeg gebouwd of zo? Het kan bij mij net niet uit. Wat is dit? Waarom komt het niet uit?
Hij heeft het 3 hoog. Hij heeft het 3 hoog. Maar... Oh, zo. Oké, wacht. Zo doen we het gewoon. Zo, doen we hem door en door. Raampjes erin. Doen we paarse raampjes. Is dat leuk? Vinden jullie dat leuk? Ik denk, Adinda gaat het sowieso geweldig vinden. Die gaat helemaal blij zijn. En dan doet hij hier 2, 3 van die raamluikjes eromheen. Zo. Zo. En dan, ik doe hier. Hij gaat het anders, denk ik. Ik heb denk ik niet mo. Shit. Oh no. Oh no. Oh no. Nou, weet je, wij bouwen hem wel gewoon ietsjes anders. Dan klopt hij maar net niet helemaal hetzelfde. Boeien, maakt het uit. Kampvuur erboven. Gaan we hele kasteel in de fik steken? Nee, ik ga hem even snel blussen. Zoiets moet het zijn. Klopt niet helemaal, maar goed genoeg. Dan komen er aan de zijkant ook nog kleine raampjes van 3. Oeh, nog heel veel raampjes komen hier. Oh, dit wordt mooi. 1, 2. Nee, hij klopt echt net niet. Hij klopt echt net niet. Ik heb denk ik net eentje kort gemaakt. Ah, chips. Hij moet eigenlijk net eentje hoger wezen. Nee, dan moet ik het hele dak eraf halen. Nou, wij hebben iets kleinere raampjes hoor. Hij klopt net niet. Hij moet eigenlijk nu nog eentje hoger wezen. Ja. Oep. Nou, deze zijn gewoon zo. Dit is gewoon net een iets ander kasteel. Kan me ook best wel. Kan best wel. Zit hij nou precies hier? Ja, en die is 3 hoog eigenlijk ook. Nee, is niet erg toch? Nee, ik vind het ook niet. We doen hem gewoon zo. Kan ons het schelen. Wat voor raampjes doet hij hier erin? Oh, hier gaan nog van die... Oh. Oei. Oh, oei. Oké, nou ja, niks aan te doen. Nee. Nee, oh, er gaan hier... Nee. Ik kan het niet beter maken dan dit. Dan moet ik het hele dak eraf halen. Nee. Nee, het is mooi zo. Het is mooi zo. We gaan hier niks meer aan doen. Rink zit op de achtergrond. Ja, dan had je het goed moeten maken. Nu moet je het dak eraf halen. Nee. Ga niet het dak eraf halen. Het is goed. We doen hem gewoon zo. Het is oké. Het is oké. Gewoon een beetje freestylen. En zeg tegen Adinda gewoon dat we het goed hebben gedaan. En dat het zo was ook in de tutorial, ja? Jullie ook allemaal volgende keer. Oh, mooi die ramen zo. Zit precies goed. Ja? Ja? Ja, hebben we een deal? Hallo? Nee, tutorial helemaal volgen. Ik ben het met Rick eens. Nee, we geven ons... Wat hebben jullie gedaan? Wat heb je gedaan dan? Niks. Hij is eentje te laag. Oh. Dus dit had 1 hoger moeten wezen. Hij is nu net eentje te laag. Alles. Dus dat hele dak moet omhoog. Dat hele dak moet eraf. Die hele rand moet eraf. Want deze is net eentje te laag. Maar dat komt omdat die... In die tutorial doet hij dit heel snel. En hij had er ook niet bij gezet hoe hoog het was. Dus het was een beetje moeilijk te volgen. Dus nu zijn de raampjes wat kleiner. Ja, ja. Adinda is super pro. Die merkt dat sowieso. Ja, maar Adinda vindt het niet erg. Die zegt, nee, doen we er gewoon bosjes en bloemetjes overheen. Is hartstikke mooi. Ja, ik weet niet hoe je zo meteen, of je zo meteen dan niet uitkomt, zeg maar. Nee, ja, ik denk dat het alleen voor dit stukje is. Maar want... nu snap ik ook waarom ik hier met dat dak niet... Oké, ik ga het al fixen. Maar nu snap ik ook waarom ik hier met het dak niet uitkwam. Ja, want ik zat hier ook al te prutsen. En heb ik mijn eigen draaier aangegeven. Maar nu snap ik ook waarom. Zo werkt het volgen van een tutorial niet, nee, hè? Nee, maar ik ben niet goed in het volgen van tutorials. Dat weet je nu toch? Ja, maar op het moment dat je denkt, ik geef mijn eigen draaier er wel aan, betekent gewoon, ik heb iets fout gedaan. Anders dan snap je het wel. Oh, jongens, nee. Ik moet dan echt alles opnieuw gaan doen. Want nu klopt echt het hele dak niet meer. Joh. Nee, oh nee, jongens, nee, ik wil niet. Ik help wel even met slopen. Alles weer opnieuw bouwen. Nee, niet nee. Dan heb ik alles wat ik net heb gedaan voor niks gedaan. Oh nee. Ja, dan moet je het gewoon goed doen. Nee, laat het zo, zeggen ze nu in de chat. Ja, eerst zeggen, nee, maar je moet het wel goed doen. Maar ik heb wel een punt. Je weet niet hoe je zo meteen... Kijk, dit klopt trouwens wel hoor. Dit zit nu wel goed zo.
Maar ik heb wel een punt. Je weet niet hoe je zometeen, of je dan uitkomt, zeg maar. Ja, dan zit je zometeen helemaal van, oh, ik had het anders moeten doen. En dan, misschien niet, maar als je wel... Dit doet zeer. Oké, okay. Doei! Nee, niet weggaan. Niet leuk. Oh nee, en nou moet ik het ook nog uit mijn hoofd doen. Ja, omdat ik nu niet meer weet waar ik in de tutorial ben. Nou, dat kan je toch gewoon terugspoelen? Je kan het toch gewoon opzoeken? No. Oh nee, kijk, want die moet nu hier. Oh. Nee. Oké, jongens, ik denk dat het tijd wordt dat ik ga stoppen. Want ik moet allemaal nare klusjes doen die ik niet leuk vind. Opnieuw. Ik hou niet van opnieuw. Ik moet alles opnieuw doen. Alleen maar omdat ik één blokje niet kon tellen. Ja, spijtig. Jawel, hè? Dit doet zeer, hè? Denk positief. Het gaat er nu beter uitzien. Ja, weet joh, dat is toch ook leuk? Leuk. Dat is toch weet leuk, je wat dit? Ik altijd heb? Dan pas ik het aan. En dan zegt hij in de tutorial zometeen... Nee, wacht. En dan doet hij het toch anders of zo, weet je wel? En dan heb ik ja, het... maar hij gaat toch niet in één keer het hele dak van... Nee, wacht. Ik doe toch het dak eentje lager. Nee, dat is niet zo. Hier zat ook iets omheen, maar ik weet nu niet meer wat. Iets met trapje. Ik weet het niet meer. Weten jullie het nog? Oké, ik moet even terug in de tutorial. Terug. Maar ga je echt nu nog verder? Ja, ik moet het dak fixen. Ik heb er een troep van gemaakt. Nu. Oké. Nou. Was dit nou echt waard eigenlijk? En dan... Dit zijn toch 3 steentjes? Ja, bijna. Oh, het is echt 1 randje. Nou, oké. Echt voor dat ene randje moet ik dit helemaal opnieuw doen. Nou, volgende keer zit er een mooi dak op, oké? Dan ga ik nu stoppen. Voor de volgende keer ga ik hem maken. Maar dit is wel hoe die moet worden. Maar ik zal hem dan goed doen. Maar dan doe ik hem opnieuw, oké? Ga ik er doorheen ploeteren. Dan ga ik nu gewoon lekker afsluiten. En dan ga ik jullie de volgende keer laten zien hoe die geworden is. Ik ben je aan het filmen. Ik ga snel weg. Helaas. Je hoort het al niet meer, want ik zit nu in het grote scherm. Waar is de Ctrl-Z in Minecraft? Ja, die heb je dus niet. Jammer, hè? Hey, dit is geen 4 uur, hè? Nee, sorry, Melissa, maar ik moet nu allemaal stomme nare klusjes doen. Dat vind ik niet leuk. Dus dan ga ik even... En dan ga ik weer. Is dit nog steeds de aesthetic? Ja, maar dat fout bouwen niet. Maar de rest wel, ja. De rest gaat goed. Hey, ik kom even buurten nog. Hoi, Eline. Nou, ik ga net stoppen. Kosjerie, ik kom even spieken nog. Ja, ik ga net stoppen. Komen ze allemaal er lekker allemaal bij. Nou, hier komen we allemaal te laat. Want ik ga er nu vandoor. En nee, ik heb niet zo vaak het verboden woord gezegd. Niet zo vaak als dat. Ik vond dit zo leuk. Ah. Nou, jullie moeten vooral voor de mensen die nu net binnenkomen vallen... het begin van de stream even terugkijken. Geef een hele leuke rondleiding. We vinden het heel tof geworden. We hebben iets heel moois gemaakt ook. Dus het is niet af. Maar dat komt de volgende keer wel. Maar we hebben zoveel leuks om te laten zien. Wat vonden jullie van het eiland? Ik zag wel je blunder van het dak, hoor. Eline... Komt ze net daar op binnen, hoor. Jongen. Wat is Ctrl-Z ongedaan maken, Lisa? Ik ga morgen helemaal kijken. Leuk, Steam. Ik ken je, Marissa. Jij gaat het uitstellen. Dus ga eens even verder, joh. Nee. Ik ga het zo meteen fixen. Ja, hey, niet stoppen, zegt Kaylee. Ah, lief dat je er altijd bij was. Precies het goede moment ook. Ja, Elina, daar zit je wel op vandaag, hè? Bijna zo vaak gezegd, hoor, dat verboden wordt. Maris, jawel, maar niet als officieel verboden wordt. Ja, dat is waar. Maris, één ding. Blijf positief, ook als je dak eentje te laag hebt gebouwd. Super positief. Nee, komt helemaal goed. Ik heb 2 keer lol van mijn dak. Komt helemaal goed. Superleuke stream, zo mooi gedaan. Echt alles. Respect en slaap lekker. Ah, Rick die geeft weer 5 memberships weg. Ah, zo lief. Ah, Cherie is alweer zo lang lid van de Creative Crew. Alweer 7 maanden. Ja, echt. Het gaat snel, hè. Wel leuk dat je al 7 maanden lid bent. Super lief. Ik heb niet in beeld gezien, trouwens. Nee, gaat nog steeds niet goed. Rick die probeert al de hele avond wat te maken. Dus Rick heeft al 3 keer 5 hele memberships cadeau gedaan aan jullie.
En hij hoopt heel dat het in beeld te laten zien. Want jullie kunnen dat trouwens ook doen. Dus mocht je een keertje in een gulle bui zijn en zoiets hebben van ik wil mensen graag een lidmaatschap cadeau doen. Hij kiest dan gewoon 5 random mensen uit die kijken. Of weet ik veel hoeveel lidmaatschappen je koopt. Of 1 of 10 of whatever. En die geeft hij dan cadeau. Ja, Ashley zegt, wow, ik heb een cadeau gekregen. Ja, dan krijg je hem gewoon voor een maand cadeau van iemand. Dus als je een keer in de gulle bui bent, dan kan dat. Het is een nieuwe feature op YouTube. Maar Rick wilde heel graag iets maken. Dat het hier ook in beeld werd geshowt. En ook aan wie die gegeven werd en dat soort dingen. Maar dat probeert hij dus al de hele avond te maken. Dat is dus nog niet gelukt. Die Google stem doet het niet. Nee, Melissa, ik heb de Google stem weer uitgezet. Zij staat alleen nog aan bij donaties van hoger dan 10 euro. Maar voor de rest heb ik hem uitgezet. Omdat ik tegenwoordig ook heel vaak games speel met andere mensen. En dan werd er allemaal door elkaar ingekletst. En dat was echt super onrustig. Dus vond het heel leuk. Maar ik zet hem voorlopig even alleen maar bij de hogere donaties. Zet ik hem aan. Zodat die in ieder geval echt niet mis. Ja, lijkt op Twitch. Ja, tuurlijk. Ja, YouTube wil zich ook veel meer gaan focussen op game streaming. Ben ik heel blij mee. Want in het begin hadden ze hier echt nog helemaal geen drol. En het wordt steeds gezelliger. Wordt steeds leuker. Was gezellig, ja, vond ik ook. Dank jullie wel allemaal voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend. Ik ga lekker stoppen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. En dan zie ik jullie volgende keer weer met Minecraft, denk ik. Maar dan kan ik jullie wel laten zien hoe ver we zijn. Want we hebben wel hele toffe dingen gemaakt. Het wordt wel echt heel erg leuk. Slaap lekker allemaal. Doei, tot de volgende keer.